The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ah ah, ik am here at the end of the day. As ergens over moet gaan, send the best Not the face. Glimmerzonken. overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval. Welkom bij de AA, onze gast vandaag is Vlaanderen's populairste komiek. In 2007 brak hij door bij het grote publiek toen hij de finale haalde van de eerste editie van de Comedy Casino Cup. Na zijn gesmaakte passage in de zevende editie van De Slimste Mens was de doorbraak compleet. Hij maakte of werkte mee aan succesprogramma's als Milf, Geubels en de Belgen, Geubels en de Idioten, Taboe, trok uh, Afrika door in Dr. Livingston en werd zelfs de ster van zijn eigen sitcom in Geub. Hij is ook de eerste Belg sinds Urbanus die het Amsterdamse Carré meerdere malen liet vollopen. Ik ben heel blij dat de meer is. Welkom, Philip Geubels. Dank u. Dat is goed, hè? Ja, dat is altijd plezant allebei. Dat, uh... dat je zo ineens hoort, we dat gammel gedaan ja. hebt. En je denkt, hey, eigenlijk zing ik wel echt zo graaf, als dat ik van mijn eigen denk dat ik zing. Dat is altijd wel tof, hè? Ja. <laughs> Dat is een de, de goede start. Jij, de, ik, heb, ik heb gelezen dat er een, een tweede seizoen komt van taboe. Klopt dat, Ja, dat Eze? klopt. Ja. En in uh, welke eten, kun je al iets oplichten van de sluier welke taboes dat je gaat aanpakken? Zeker. Dat, wat het gaat zijn? Ja, uh, mensen met een uh, afwijkende seksuele voorkeur. Oké. Okay. Mensen met een afwijkend uiterlijk. Mm -hmm. Lelijke mensen. Lelijke mensen. Ja. ja. Uh, mensen die... Waarom, waarom zeggen we dat niet meer, man, dat soort dingen? Lelijke mensen. <laughs> wat, is, wat is daar nou eigenlijk ah ja, maar, mis mee? Ja, ik kan ja. dat wel zeggen, zeg. Ja? Ja? In het programma zeg ik dat ook nou, wel. heb je het zo. groot geluid. Ja. Oh, dat... Maar, uh, maar ja. ja... Ik heb met taboe geleerd dat er momenten zijn wanneer en hoe dat je iets zegt dat dat, dat, dat veel verschil uitmaakt soms. Uh. Uh -huh. uh, wat had ik nog? Uh, Lelijk... Uh, Um, mensen die gefaald zijn in het leven, oh, dat is wel een goeie losers. Eigenlijk, Loser. <laughs> ja. mensen die het niet zo moeilijk hebben gehad, ja. losers. Nee. <laughs> maar uh, ja, allerlei soort dingen: uh, mm -hmm. eenzaamheid zal erin zitten, maar dan in een grotere vorm van. We hebben dan gekozen voor bejaarden, omdat daar ook nog heel veel andere dingen bij komen mm -hmm. buiten eenzaamheid. Ja, en zo nog dingen. Mm -hmm. En uh, vond je dat, want dat, dat vind ik wel interessant dat je dat zegt. Je hebt geleerd met taboe dat, 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 dat er momenten zijn wanneer wel en wanneer niet. Hoe, hoe heb je dat geleerd? Hoe, hoe, hoe kwam dat? Ja, door met dat programma bezig te zijn. Mm -hmm. hey, in het begin, als we dat programma gingen maken, hey, dat is begonnen met mij, de kanaards en een bates. Ja, dan was dat, we waren al op voorhand van... Ja, ja dat wordt de max. We gaan, we gaan lachen met mensen waar je niet mee mag lachen. We steken een zaal vol met dikke mensen. En dan... Twintig minuten comedy over die mensen. en uh, Ja, tof. En, en dan ontwikkelt dat programma zich. En je zegt oké. Okay, terwijl je eerst die mensen leren kennen. Je moet wel... Alleen, je moet wel recht hebben van spreken eigenlijk. Als je dat gaat doen voor die zaal van mensen staan. Mm -hmm. Ja, en dan de eerste keer... Dat je die mensen leert kennen, en dat je een week weg bent met mensen die ongeneeslijk ziek zijn, of mensen die daar blind zijn, of, of ja, dan zing je wel direct een toontje laag. <laughs> dan beseft je wel ineens van ja, ik ben hier wel met, met mensen bezig. Hè? Mensen ja. gelijk als jij of als ik, die daar. Ja. Ja. Is dat niet gevaarlijk voor een comedian, dat je. Soms denk ik, hé, omdat je zegt van, je moet een beetje recht van spreken hebben. is dat soms nee. niet dat het goede van een comedian, dat hij totaal niet recht van spreken heeft, <laughs> ja. maar gewoon dingen zegt waar je van denkt, ja, ik weet niet of dat ik dat zou zeggen. Maar ja, het is ja. misschien wel goed dat hij het zegt. Dat snap ik. Ik snap wat je bedoelt, maar ja. ik vind als je mensen in een programma trekt en, en die geven nu het ver, en hun vertrouwen eigenlijk om mee te werken aan dat programma, dan moet er wel ook respect. Allee, ik vind dat wel. Ik vond dat direct heel belangrijk dat die mensen daar ook eh, gewoon mee waren. Mm -hmm. Los van taboe vind ik dat je als komiek mee alles moet kunnen lachen. Allee, mm -hmm. dat, ja. ja, want dat was wel het geeft. En dat ik je, heb ook wel ja. geleerd met taboe dat, mm -hmm. dat je eigenlijk wel. Want hey, dat, ik heb heel veel dan de interviews moeten doen. Van, hey, we, want tegenwoordig mogen we toch met niks niet meer lachen en al die dingen. En, en ik dacht, is dat eigenlijk? Allee, mm -hmm. Volgens mij moeten we nog altijd even hard met van alles lachen als vroeger. Alleen mm -hmm. dat. Ja. Ik, heb niet, allee... ik heb vooral gewoon een indruk dat dat heel veel in de media is dat dat gezegd wordt. Ja. Hè? En door bepaalde figuren die dat zich eventjes interessant willen maken en zeggen: er mag niks meer gezegd worden. Maar ik denk wel: allee, als ik moet afgaan op de reacties van het publiek in de zalen of zo. Ik heb ik niet het gevoel dat ik minder mag zeggen nu dan een aantal jaar geleden? Zo. Ja, voilà, allee, en, dat was, en dat was met dat boek zo. Uh, allee, jo, die, die jokes dat erin zaten, daar dat er zaten soms harde moppen in. Jo. En dat ging, dat was geen enkel probleem. Jo. Ik weet niet. Mm. Een van mijn favorieten was met die ongeneeslijk zieke mensen. Dat ga zei van, Ik heb, ik heb goed nieuws en ik heb, eh, ik heb slecht nieuws. Hè. Het slecht nieuws is: de kreuners gaan een nieuw plaat maken. Het goede nieuws is: god dat dat allemaal niet meer meemaken. <lacht> <lacht> Dan heb ik echt keihard weggelachen. Ja. ja, ik maar, heb, ja, zelfs... maar ik heb een favoriet. Ik had met die aflevering mijn favoriet. Was altijd van dat zo om te doen. Van ja, we. Als je werd uitgenodigd op het verjaardagsfeest, wanneer dat ongeneeslijk ziek is, wat, wat, wat geef je van cadeaus, maar ook wat zingen dan? En dan was het zo van la la la, la leven. Wow. Oh. En dat was zo plezant om te doen. Ja. Wat vonden de moeilijkste van ze allemaal? Wat waren de heer waar je echt van zei: hier, ik, hier moet ik echt zoeken waar dat de lijn ligt, of, of hoe de weg kon doen, of wat niet. Bij, dat was bij allemaal wel zo. Natuurlijk, mm -hmm. uh, bij, bij, uh, bij de homo's en de lesbiennes in de Anderse aarde was dat gemakkelijker en luchtiger dan bij de ongeneeslijk zieken. Bij, bij, voor mij, ja, ik heb daar echt van afgezien. Ik weet, als ik thuis kwam van die week... Ja, ik zei, allez, dat is echt onnozel, maar... Uh, ja, ik zeg mijn dochter ook altijd vier dagen niet aan, nee, of mm -hmm. vier, vijf dagen, omdat we vertrokken... Ik vertrok maandags, of zondagsavonds. als ik er dus maandags vroeger moest zijn, en dan was ik daar van maandag tot uh, vrijdag. Smiddags reden we naar huis. En ik ging mijn dochter halen van de Chris en het enige dat ik in je notar kon denken na die aflevering, dat was van... Op mij alsjeblieft nog één keer mijn dochter levend, op mijn levend daar geraken. Ja. Ik weet niet hoe dat, dat kwam, maar ik was er kapot van. Ik kwam die crash binnen en ik zijn er beginnen te, dat die mensen ook dachten: van, wat de fuck is hier gebeuren? Ja. Ja, ja. En, ja, en, dan, en, en, dat, ja. en wat, wat was dat? Was dat dat je schrik had om zelf dood te gaan of om iemand te verliezen? Of waar, waar zat dat dan? Ik denk, nee, ik denk dat het gewoon zo'n emotioneel zware week dat ik, ik was gewoon gebroken. Ja. ja. ja wat vonden er zo zwaar om? Waarom werd u dat zo werd gepakt? Ja geleerd. Ja. Ge... Zijn jij ooit op kamp geweest? Nee. 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 Ja, dan nee, nee, misschien... ja met school ja met school ja ik heb ik heb zo bosklassen of dat soort ja. dingen wel gedaan dat is misschien vergelijkbaar maar... ja als je zo op camp gaat hé, weet je wat dat dan is je komt je komt met allemaal vreemde mensen hé, ergens onder zee of mm -hmm. zulke mm -hmm. dingen en precies na één dag heb je al vrienden gemaakt mm -hmm. en na twee dagen lijkt dat alsof je met elkaar al keil en kind en dat je allee, dat dat nooit anders is geweest en je gaat voor altijd vrienden blijven en dat was met dat boek ook vaak zoals dat met mensen was, waar dat mee klikte. En dat was in de, zeker in de, in de week van met de ongeneeslijk, zeker niet alert. Ja, ik bedoel, je hebt die mensen, gered en die gaan dood. Hè. En je mm -hmm. krijgt ook echt het, ja, die tristigste triestigste verhalen. Je krijgt ook die een goeie goede verhalen te horen, maar. Ja, Daarin constant een dingen van shit, man, die gaan wel. Ja. Die gaan dood, hè? die ja. zijn aan het aftakelen. Hè? Mireille is ondertussen overleden. Ja ik, heb het, ik, ja, ik was daar oprecht en nog altijd echt triestig van. Allee, ja. 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 En is dat dan omdat je zelf de, dat je die mensen verliert of dat je zelf geconfronteerd wordt met de, met de eindigheid van dingen? Dat het gedaan goes en... Dat zal daar ook mee te maken hebben. Maar in het geval van die mensen heeft dat ook wel echt te maken met dat die mensen, ja, ik heb die graag. dat zijn mijn vrienden, he, dat is mm -hmm. dan Danny, die met ALS, ben onlangs naar deze uh, verjaardags afscheidsfeest geweest, ja, dat is keihard, ja. dus, allee, dat is een keihard gast, die ja. was gelijk als ons, die een et etgeren, die was muziek kon maken, die dingen, en ja, en dan zie je die aftakelen en met dat boek kon hij nog een beetje lopen en zo. nou als ik op deze feest, ja, die je zit in een rolstoel, die kan hem nog klappen. Hè. Dat is, ja. Ja. ja, dat is hard, hè. Ja. Maar je hebt ook niet het gevoel dat je toch een beetje erom bijdraagt? Ik bedoel, er zijn veel mensen die het alleen moeten doen, door dat programma te geven, geef je toch nog energie of kracht of iets tof. Ja, 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 en dat, daar, daarom ben ik blij met het resultaat van dat boek Het was niet... Ja, ik heb, allez, ben, dat is, er is zoveel positiviteit uit dat programma gekomen. Zowel voor de deelnemers, als voor mij, als voor de kijkers. Dat was één groot, positief, top vooral ja dat zal waarschijnlijk ik nooit iets beter of toffer doen dan dat, hè? Allee, ja. dat, dat ja. ja ik moet toegeven toen ik hoorde dat dat programma er kwam hè, dat zo taboe gaat gelachen worden met dingen die je niet kunnen met de mensen in de zaal die dat hebben of die dat hè, waar dat daar rechtstreeks betrekking op was ik was op één moment echt scheidenjaloos. Ik had echt zoiets, meen je daar? En daar vragen ze me dan niet voor. Ik werd gevraagd voor de grutste shit <laughs> dat je eigenlijk kunt voorstellen. Dan maken ze zo'n programma. Maar toen ik dat zag, moet ik ook 100% eerlijk zijn. Ik zat naar te kijken en ik dacht, ja, ik had dat ook nooit niet beter gedaan. Dan, Merci, dan hoe dat jij dat, uh, dat, dat is gedaan hebt. Nee, maar ja. dat meen ik echt. Ik had daar gezeten en ik had gedacht. Nee, man, er is een reden waarom dat je dat soort dingen niet doet. Ga ze een. Op bepaalde vlakken denk ik te hard een ego voor zo'n dinges. Nou ja. En merk ik dat. En pas op, ik denk wel, als ik er, als je nu echt een week met zo'n mensen samen zit, inderdaad, dat kan niet anders dan dat je, dan dat je er een hart voor hebt. Mm -hmm. hè? Ja. Dat is wel zo. Maar ik vond dat, dat een hele, hele schone tv. Ik was ja. er echt, uh, echt redelijk van onder de indruk. Ik heb, ook nog een, een, ik, heb ook, ik heb ook nog een ding gehad. Een, een, telefoon, een telefoon van een journalist toen, dat weet ik nog. Omdat het ging over het, het, het moslim-christen-gedeelte. Toen ja, ja, ja. hadden ze mij gebeld en ze gezegd... Ja, ze vinden, vinden toch dat het wat te soft is geweest voor de islam... En wat te hard voor, uh, voor, voor, de, hè, voor de katholieke godsdienst. Hoe heb jij daar tegenover gestaan toen ze dat tegen u zeiden? Uh, ja... Ik, ik vond dat heel spijtig. Um, ja, ik vond dat een hele lastige. Um, zeker ook als je dan die comedy ervoor ontmaken ze Ja, als er zit een deelnemer in je programma die dat expliciet vraagt om er niet mee te lachen, omdat dat hem heel hard zou kwetsen mm -hmm. en dat hij het er heel moeilijk mee zou hebben, ja, wat doe je dan? Zeg je dan van ja, fuck you, ik kon dat toch doen. Mm -hmm. Of denk je van ja, die mensen heeft zijn eigen ingeschreven op mijn programma. Die geeft zijn eigen hier bloot. die zegt dat eerlijk. Hou ik daar rekening mee? Mm -hmm. Ja, ik heb ervoor gekozen om daar rekening mee te houden. En uh, wat dat je toon heel hard zegt op de. En wat, dat stoorde mij dan wel. Je kunt daar voor of tegen zijn. Dat, dat, allee, hey, jij zou dat dan misschien niet doen. Dat, weet dat kan, niet. en dat is dat niet slecht niet. of dat is niet goed mm -hmm. in mijn ogen, maar. Um, wat ik wel vals vond, was waren heel veel reacties op de sociale media, waar dat eigenlijk ja, racistische mensen zo, of bange mensen, ik weet het niet, antropen waren van zie het, zie het? Zie het dat je niet meer. We begonnen, we begonnen, begon, we begon. Ja, hoe zeg je dat? De moslims kon de wereld regeren. Want als zelfs de comedians er niet meer mee kunnen lachen, En weet ik wat allemaal. En dan dacht ik: joh, maar, nee, weg, dat is helemaal niet waar. Hè? Mm -hmm. Ik heb op die moment besloten voor mijn eigen om dat niet te doen. Maar. Er waren 120.000 door comedians per dag op tv en niet op tv over de profeten en over moslims en zo gemokt, jongens. Mm -hmm. Het is oké, okay, er is geen probleem. Ja. Je gast had ook met een kop er niet afgesneden, dat ik dat nou wel had gedaan. Je had gewoon heel diep teleurgesteld geweest en ongelukkig. Ja. Ja. <laughs> ja. Ik vond het ook ja, tof dat je zei zo... ja, dat het bij u ook vertrok van het beleefdheid, vond ik ook wel tof hey, dat jij dat zei, van ja... Ik vond dat ook me beleefd, als je echt vraagt, wilde je dat alsjeblieft niet doen, want dat zou zeer doen. Dat je dan denkt, ja, dan zal ik dat niet doen. Ah ja, geen iemand het nodig bij je thuis om te komen eten en die zegt van, ja, allez, ik, heb, ik heb echt een wijnvlek op mijn gezicht, ik heb het er heel moeilijk mee, ik ben er heel mijn leven mee gepist. Wil ja, daar alsjeblieft geen moppen over maken? Ja, dan heb jij nog altijd het recht om dat wel te doen. Mm -hmm. Maar... Moet dat dan? Allee, hoe ga je dat dan doen? Ik weet dat niet, joh. <laughs> ga je waarnemen? Oh, je hebt al gehad, zien. <laughs> het zijn toch niet kunnen laten. Ja. <laughs> en wat ik, wat ik wat mij opviel was, u belde mij en een hele teneur was al van, hè, van ja, vinden dat de Filip, hij lacht aan keihard met katholieken en niet, mee, hè, en niet mee, en ik zeg ook van, ik zeg, oh, gaan we de gespeelde verontwaardigingstour op? Hè? We gaan weer eens even allemaal doen alsof dat we ons zeggen dat aantrekken omdat dat voor een tv-programma ja. is. Ik zeg ja, om een andere kant, zeg, stel dat de Filip naar Berenhard was gegaan tegen die moslim. Ik Zeg, had ik dan nu telefoon? Nu gaat om te moeten uitleggen dat dat geen racist is. Ja. He, zo, want dat is een beetje een no-win situation ook. Ja. He, ik, en, en daarom vond ik het. Ik vond dat persoonlijk heel mooi dat je juist koos voor te zeggen: ja. ja, nee, ik kon beleefd zijn en ik kon dat ja. niet doen, omdat je dat vraagt, want waarom zouden? Ja. En, en, en pas op, hè. En je moet ook verder soms kijken dan wat er onder de oppervlakte is. Hè. In die human interest zat dat wel. Hè. Ik heb daar die grens een beetje opgezocht bij die gast. Uh, en, en eigenlijk in de komende zat er ook nog wel een mopje over de islam en zo. Maar ja, heb ik dan expliciet... Met, nee, ja, ik heb wel niet expliciet met de profeet gelachen. Hè. Dat is Nou mm -hmm. Ja. ja. ja en dat was een de andere reden dat je zei... Ja, waarom, waarom dan bij katholieken wel? Ik zeg, alleen ik zeg, wat is het? Hebben we nou echt geen krant meer gelezen in de voorbije vijf jaar? Of uh, ja. waarom is het moeilijker om te lachen met moslims dan met katholieken? Ja, en ook... Ja, voilà, ja, dat ook. En soms ja. is het ook een aanvallen hè. Want ik kreeg dan ook het verwijt... Hè? Er was ook een meisje, voor ongeluk meer een broemer, was bij de fysieke handicapte. En die had gezegd, ik kan eigenlijk met alles lachen, maar niet over mijn accident. Maar ik leerde die week kennen... Ik heb daar al wat... en ik voel ook... Allee, ik, ik ik, een, een kwaliteit dat ik heb, dat is... Ik kan redelijk goed mensen aanvoelen en voelen hoe ver ik soms kan gaan met mijn mop. Ik voel dat redelijk goed. aan, Mijn radar is daar redelijk goed afgesteld. Hè? Ja. Niet dat ik nooit een fout maak, maar... <laughs> <laughs> uh, en ik had bij de mensen gevoeld van... Ja, oké, okay, daar komt het een kwaad uit, daar komt het een ding in. Maar volgens mij is dat echt een heel goeie mop is... Die gaat daar wel mee kunnen. Allee, dat. Mm -hmm. En ik heb toen zo van, in die comedy zat er dan een mop. Ik ben het al vergeten. Maar mm -hmm. ja, die, had, die, die aandoening die zij had, dat was zo'n hele moeilijke naam. Mm -hmm. Dat was zoiets van, ja, die Bambelbrum, bam, die Ik zeg, ja, dat is een hele moeilijke naam voor niet met een brommer kunnen rijden. <laughs> en die uh, kon daar goed mee lachen en daarna kwam natuurlijk ook het verwijt van ja, maar die had ook gevraagd om er niet mee te lachen mm -hmm. en je hebt dat wel gedaan en met die moslim dat vraagt van de profeet doet het dat niet ja. ik zeg ja, maar ja, dat is mijn recht toch? als ik, ik voelen dat dat daar wel kan en daar niet, en wat een fucking vergelijk ook, allee, ja, ja. snap je een ongeluk met een broemer of, of ja. iets waar dat je diep van doordrongen is, dat daar niet mee mag gelachen ja, ja. ik weet dat niet, dat, ja, niet het gelicht, man. En het gevoel, want je gaat nu met, met, met de tweede reeks, hè, mm -hmm. met, met taboe. Wat denk je... Gaat het even moeilijkste, denkt je? Is dat iets waar je. Wat zijn de dingen waar je eigenlijk het hardste misschien tegenop ziet? Of van denkt: shit, deze gaat echt een moeilijke zijn? Of heb je dat minder? Ik heb dat minder nu met een deze, omdat. Ja, die eerste reeks, maar wij wisten ook echt niet wat we aan het maken waren. Hè. Mm. Doe, wij, wij zijn met een leeg blad begonnen. Iedereen had schrik. Maar, ja, hoe gaan de mensen reageren? Hoe, hoe gaan we die grens bewaren? Je, je, je wist, wij wisten niet hoe dat, dat er ging uitzien. Mm -hmm. En nu weten we al veel beter van oké, okay, het gaat er zo uitzien. Mensen kunnen er... Hè, de kijker kan dat aan als je dat op de juiste manier aanbrengt. Ja. Dus we weten wel... Veel beter nu waar dat we mee bezig zijn. Dan, uh, en, ja. en, en sowieso vond ik ja, de ongeneeslijk zieken bijvoorbeeld en, en de fysieke gehandicapten toch wel de twee moeilijkste. Dat was Gettin. Dus ik denk, ja. Mm -hmm. omdat, dat, omdat dat toch de, het meest lijkt op, op, op echt slachtoffers, misschien. Ja, eh? ook zeker. Ja. Ah, ik denk, iemand dat, ja, ja, gelo ik iemand dat gelovig is, dan kun je nog fijn zeggen, dat is uw overtuiging en dan moeten we eigenlijk maar verdedigen of die zijn er wat. Mm -hmm. Terwijl iemand dat echt in een rolstoel zit of on ongeneeslijk ziek is, ja. dan heb je misschien nog het hardste het gevoel dat je naar beneden ja, aan het kloppen Inderdaad, bent. Ja, inderdaad. Met de blinde bijvoorbeeld ook. Maar uh... oh, die zien dat toch niet. Ons dode schrijven. In de dood. Je <laughs> <Nee, maar>, uh... <laughs> hebt dat programma ook allemaal niet gezien. Wat hebben je nou recht van spreken? <laughs> Uh, echt, uh, <laughs> ja. ja, je gaat dat eigenlijk vooral inderdaad met, uh, met uh, pas op, hè, want, want je zegt nu het geloof maar eigenlijk ging de aflevering over mensen met een andere huidskleur Ja, wat ah, was dat uh, daar over? Ik, dacht dat, ik ja. dacht dat het een insteek religie was Nee, okay. er nee, was mensen ja. mee, want er, er zat ja. uh, een Aziat bij de, was, mm -hmm. uh, een Marokkaan was een Turk mm -hmm. en een uh, Zwarte dus. ja. en de Zwarte was christelijk ja. Uh, wat was ik eigenlijk kon zeggen? Dat het uh, het moeilijkste was van uh, te lachen met die, met die mensen met een, met een fysiek een handicap of met ah, een, ja, een, ja, een ongeneeslijke ziek. Ja. ja, omdat dat ook wel nu echt de twee zwaarste onderwerpen waren. Ja. Ja. Terwijl dat je zou denken, ja, met een andere huidskleur, dat is ook een enorm gevoelig ding, hè. Zeker, zeker nu. Ja. Ja, ja, dat is waar. Maar ik denk dat dat toch gemakkelijker te dragen is dan ja. ongegeneeselijk ziek zijn. Ja. Of in een rolstoel zitten en verlamd zijn van niks tot tenen bijvoorbeeld. Ja. Maar soms komen er ook ongelooflijke verrassingen uit. Hè. Ik bedoel, uh, hey, er was een lesbienne bij. Uh, ik, ik, ik ben bijvoorbeeld in de aflevering van, van Anders Geaarden ook echt enorm verschoten van hoe diep dat dat eigenlijk zat en hoe zwaar dat dat uh -huh. voor die mensen is. Hè. Ja. En bij lesbiennes denken dan van, joh, maar dat gaat over dat wij als man zeggen, hè, als maatschappij zeggen van, joh, joh, maar het is oké okay, hè. Mm -hmm. Wij vinden dat niet erg. Ja. <laughs> maar het gaat veel verder dan dat. Het gaat over erbij worden, het gaat over je, ja, een deel van de maatschappij en zo. Mm -hmm. En eigenlijk is dat niet, hè. Je ziet geen reclame met homo koppels of lesbische koppels. Of, allee, er zijn heel weinig films. Ja. Nee, de standaard is nog altijd ja. man, vrouw, kind, hè. Ja. Je zegt dat je hè, zo in je dagelijks leven een voor- en na, na dat programma, hè, dat je zo al eens wat meer rekening houdt. Denk je dat je daar ook mee wil, wil je comedy gaat doen, de comedy die hierna gaat komen? Nee. Totaal niet? Zeker niet. Nee. Nee, nee, nee ik ben, maar ik, ben, ik, ik vind wel dat ik door, zeker mede door dat programma, waarschijnlijk ook de rouwer te worden gegroeid zijn als mens. Ik heb er echt oprecht op echt veel van bijgeleerd. Uh, en dat gaat zich misschien wel vertalen in een comedy. Want ja, comedy is altijd een beetje. Uh, ja, dat is normaal, dat groeit mee. Hè. Dat is, als, je, als je met een eerste show vergelijkt met, met nu uh, bedenk voor alles, ja, dat, is, dat is, allee, is echt veel verschil. Ja, uh, nee, maar ik zeg bijvoorbeeld bij u, denk ik dat wel heel hard zo. Dat je deze hebt beginnen doen. Dat je. Uh, zien dat je anders bent geworden, maar dat je wereldbeeld is wel groter geworden. Ja, sowieso. Omdat je ook meer babbelt met mensen die daar. Wat ik heel plezant vind is om te babbelen met mensen, waar je eigenlijk aan op de, op de, op de oppervlakte niet veel mee gemeen hebt. Hè? Ja. En dat wat ik wel geleerd heb, zeker met dit te doen, is ja, hoe meer dat je babbelt met mensen waarvan dat je denkt dat die kei anders zijn, je toch altijd veel meer overeenkomsten dan dat je verschillen hebt. Ja. Zo, op het einde van de dag zitten we allemaal in de file te vloeken op het verkeer of zijn we allemaal, hey, je hebt allemaal zo die dingen waar je van, hey, en je u je ook druk in dezelfde dingen ja. hey, of dat je nu, ongeacht van het welke branche dat jij komt je, zeker de mensen die hier meestal komen zitten, zijn publieke figuren of doen niet, waarmee dat ze in de belangstelling staan. Ja, die moeten ook omgaan met kritiek van de Ja, ja. Allee, ja en, wij hebben ook, en wij hebben ook allemaal de neiging om er toch op onze eigen manier, maar wel een beetje op dezelfde manier op te reageren. Dus ik vind dat wel interessant, ja. En zeker omdat je ja deze verplicht mij af en toe ook iets van eens een boek te lezen dat niet gauw over hier of andere superheld of zo en dan ja. heb je door van ja uw wereld wordt daar groter door hè. dus dat is, wel, dat is wel super cool wat ik, wat ik wel een opmerkelijke ding vind in, uw, in het nieuwe seizoen mensen die niet succesvol zijn ja. want iemand, iemand die ongeneeslijk ziek is ja hoe erg ook maar god de ja. ziekenhuis heeft, maar niet succesvol ja. dat, dat moet al Jawel, we hebben nu geselecteerd voor een programma in taboe, kabla, het beste ja. programma ooit en dan de categorie. Ja. Ja, ja, <laughs> Wanneer weten op... dat je in die categorie terechtkomt? Ja, maar dat weten we wel. Hoe ge... ja, dat, dat... Oh, dat jij het zegt, is het inderdaad die onnozel. Maar... Uh, want dat gaat niet dan over, over, uh, over werkte uh, als een directeur in een groot bedrijf. Of, we, of ze dan een rekkenvuller. Hè? Dat gaat niet in de rekkenvuller, is aan degene dat niet succesvol is, daar gaat het niet over. Hè? bijvoorbeeld over mensen die dat, um, CEO zijn van een groot bedrijf en, en dan uh, echt falen en helemaal naar beneden storten. Dat zijn eigenlijk de mensen die dat we zoeken die dat echt gefaald zijn allee, en, en dat vooral ook van zichzelf vinden. Mm -hmm. He? zou, zou het zou zelfs leuk zijn als er in dat programma naar boven komt van ja gast, eigenlijk, allee, niet, jij vindt dat, maar dat valt misschien nog redelijk goed mee. Allee, ja. Dat zou nog tof zijn eigenlijk. Ja. Ja. ja, dat was een klein beetje te vergelijken met dat meisje met jouw stem. Hè, waar jij toen tegen zee van. Ja, <kijen> jij hebt wel een schone stem. Eigenlijk. Ah, ja, ja, juist. Ja. Dat was een schoon moment. Omdat je zo ja. door had dat masker dat je maske wel iets nodig had, dat iemand dat ja. ja. tegen zee En dat ja. was de, de, de ontwapenende simpelheid van dingen dat jij soms zegt. Huh. vind ik heel cool. Dat is zo heel to the point. Hè. Daar zit zo niks vet aan. Dat is gewoon zo. Ja, misschien moet iemand er iets tegen zeggen tegen, dat hij gewoon is gewoon een stem. Zo, wat zit er al een halen om zo moeilijk te doen. Merci, en dat, ja. is, dat, is, dat is echt. Uh, ja, dat, dat vind ik altijd. Want ik herinner me nog de Wim Helz. Dat ik ooit eens een gesprek met u met hem heb gehad over u. En dat was redelijk uh, in het begin van uw groot succes. Zo, jij begon er echt. Uh, dat was toen met Droog en dat was met... Um, dat door bij de slimste mens wordt geweest en je voelde dat is echt, die is echt groot aan het worden. Hmm. En de Wim die, die zei toen tegen mij... Goh man, ik, zit er een beetje, ik was een beetje jaloers. Die doet niks, hè Die, die doet niks. Die gaat op het podium en die zegt dit. En dat is zo ene zin en je denkt... Ja, ja dat, dat was het. Meer moet, hè. En ik zit hier maar te schrijven en te doen. Want die zo. En ik zeg ook van... Ik zeg Ja, dat is waar, hè, want dat is... Dat is uw kracht. Zeg maar ja, A kracht is dat je dingen kunt uitleggen waar we allemaal van denken, heb... waar de fuck haalt je dat? Ik heb exact hetzelfde met u en met de Wim. Ja. Allee, ik ben ja. keihard op ja. Allee, dat is, ja, Ik denk dat dat normaal is. Ja, je ziet bij iemand anders dan: hé gast, je kan dat zo. Allee, ja. Ja, als ik naar een optreden van u zie, ik zijn altijd, denk, daarna kom ik buiten en dan moet ik, en dat is bijvoorbeeld ik werk heel veel met de Jan Dirixes mm -hmm. en wat dat de Jan Dirixes eigenlijk het beste kan dat die zeggen gast doe dan gewoon wat jij gewoon kunt want dat ik bij u of een Van Peel of een Elden of zo buiten dan is het ik wil dat door kunnen. En <laughs> heb ik altijd een week nodig om te ja. beseffen: van, ja, maar je kunt dat niet. Dan ga ik dat Dan heb ik: nou, nooit dat ik naar kom zie. Nee, maar dat is, <laughs> dat dat is just, niet erg. Nee, dat is, dat is juist het coole erom Dat je maar, inderdaad, dat is dat To the Pointness, wat ik heel, heel tof vond. He, dat is ook gelijk dat uw eerste maar, show bijvoorbeeld een uurtje duurde. Ja. En ik dacht echt, ja, die doet Amerikaanse stijl. Die doet echt ja. letterlijk een uur. Maar megacool. dat was ook wel omdat ik heel bang was dat ik de mensen ging vervelen. Mm -hmm. Als dat langer duurde. Ja. Um, maar ja, ondertussen is mijn stijl ook wel wat veranderd. Allee, ik ben mm -hmm. meer mezelf geworden. En ja, ik ben zelf ook veranderd. Dus ik, ja, ik praat ook niet meer zo traag en, mm -hmm. en bedeesd als in je eerste show. Maar toen was ik wel gewoon verlegen, ja. en, en zoekend, en traag, en, en dus... Ja ik, ja, ik probeer gewoon zoveel mogelijk mijn eigen te zijn. Maar wat wel een grote misvatting is, is dat daar niet hard aan gewerkt wordt. Dat, dat is niet, ik stap op het podium en ik zeg geen een zin. Mm -hmm. Ik heb heel lang nagedacht over welke zin dat dat gaat zijn, mm -hmm. en ik heb heel lang nagedacht over welk woord dat waar staat in die zin. Ja. Ja, maar maar dat, dat is iets dat mensen natuurlijk nooit niet zien. Nee. En dan denken ze: van, ah oh, jongen, die komt op. En dan met dat stemmetje en Claire. Ja. Maar dat is niet. Nee, als ik, niet. Als ik met mijn stemmetje vier slechte moppen vertel, dan zijn ik de mensen kwijt. Want dan is dat heel, heel snel heel saai. Nee. <laughs> ja, dat was, dat, was, dat was exact waar het bij mij en de Wim over ging. Dat wij wel door hadden wat dat je met je is. Dat daarin zit: niemand van ons twee uit, die het Nee, nee. Ja, ja. Wat die zei was. Je zegt, iedere zin en dat is hem. En ik ben soms een half een boek aan het schrijven, tot aan dat punt te geraken. En die ja. doe heel die twee bladzijden van mijn boek: is bij in iedere zin. En dat was mega cool, omdat ik ook, maar dan, dan, ik, dan moest ik dat gesprek hebben dat de Jan Dierksen dan met u heeft. Dat ik ja. letterlijk zei: doet. Het is ook die twee bladzijden dat daar mochten wat dat gaat zitten. Ja, het is die weirde gedachtegang ja. dat dat je ja. tot dat tot, tot gaat ja. daar gerokt. Nou ah, ja, maar bij de Wim zijn het dan twee heel plezante bladzijden. alleen mocht ja. ik dat tonen, zou dat ja, twee heel lange bladzijden zijn met heel veel dezelfde zinnen. En, uh, allee, maar het, ik denk, ja, maar niet, het is dat. Wel, ja, ja, toe, laat daarna gewoon allemaal weg. Dat is wel ja. cool komt ook een tweede seizoen, hè? ik weet het, want ik heb er even in gezeten, spoiler alert, maar we hebben, we hebben al gefilmd, hè? we hebben al opgenomen, van uh, Is er een dokter in de zaal? Ja, hè? Ja. Um, dat is een programma dat jij zelf eigenlijk ook hebt uitgedacht, hè, min of ja, meer. Klopt. Ja, klopt. Ja. En dat is eigenlijk gebaseerd het op... Uitgedacht en dan met een uh -huh. redactie uitgewerkt, natuurlijk. Ja. Ja. Maar het is het, het idee dat jou, jij ze heel gefascineerd door... Medische dingen, door ja. ziekte. Ja. Er wordt ook verteld dat je constant met een koffer vol medicijnen rondloopt. Dat is waar. Ja, maar dat jij keihard veel wit over medicijnen en wat die allemaal zijn. Waar, doen. waar ja. komt dat vandaan, man? Uh, ik denk um, gelijk dat jij door. Uh, ik singeer uh, ik films en ik singeer reeksen en, en ik lees geen boeken en zo, maar mm -hmm. ik doe dat en ik vergeet dat. En, en, en ik kwijt van, ik vind dat goed, en ik vind dat plezant. Maar jij onthoudt al die namen en al die shit. Mm -hmm. Dat heb ik niet. Ik vergeet een acteur zijn een naam, een dj zijn naam, al die dingen. Ik vergeet dat direct. En mijn medicamenten op een of andere manier niet. Ja. Dat ik, ik, ik leer dat kennen, ik zie dat en ik onthoud dat. Ik ja. weet niet waarom dat, dat komt. Is dat omdat je er dan toch iets meer door geïnteresseerd of geprikkeld wordt? Maar, is dat, maar dat is niet een voor de hand liggend ding om door gefascineerd te worden. Dus waar komt, waar komt dat eigenlijk vandaan? Is dat omdat jij vaak kwaaltjes had, of het gevoel ja, dat had dat ook. je iets mankeerde? Ja, of, dat ook. Ze zijn een ja. hypochonder. Nee, ik ben zeker geen hypochonder, hmm. ik heb wel veel kwaaltjes. Ja. Ja. En wat is dan allemaal? Ja, maar weet je, dat komt ook. Um, ik denk uh, de periode dat jij zei van uh, de slimste mens, eh, dat, dat ik bekend ben geworden. Ja, van dan tot nu uh, heb ik mijn eigen kapot gewerkt, eigenlijk. Hè? Mm -hmm. En dan allee, jy, jy weet dat misschien ook, maar als je aan een tour begint, jij begint daar fris en wel aan. Mm -hmm. En waarschijnlijk binnen, als we binnen een anderhalf jaar nog eens samen zitten, ze gaan ontsnuten en ja, 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 ja. ja. meugen en dan gaat ja. dit, en dan ja. gaat dat. Ja, En dat is gewoon wat ik ja, vaak nu meemaak, omdat ik ook altijd te veel, te veel werk en dan. Ja, dan word de zeker. Na was het weer chronische sinusitis dat, ja, dat Dat is zo van die ziet ja. Ik weet ook niet. Ja. En, en daarnaast, ik leef ook allee, buiten dat ik werk, ik heb ook altijd heel hard gefeest naast mijn werk. En ja, dat is natuurlijk ook niet goed voor mm -hmm. al die dingen. Hè. Ja, hard gefeest werden dat allemaal gedaan. Gewoon weg onder, naar de discotheek ja, of feestjes, naar feestjes. en ook ja. caféën met vrienden en, en allee, ja, veel drinken, hè. Ja. Oh. Want je ziet er wel uh, heel gezond uit ja, Ik ben nu gestopt met drinken, even. <laughs> <laughs> en er is nog iets dat mij opviel aan ja. oh, toen wij uh, die opname aan toen waren. Jij kunt goed basketten, by the way. Ja, dat is ja, wel funny, ja. dat zitten ze niet veel mensen nee, over je weten. Nee, dat is waarschijnlijk niet. Nee. Nee, en Andries is ook een goede basketter. Ja, we dus Zou wel een wedstrijdje waarschijn... kunnen spelen. Ja, maar maar uh, bij mij was dat opeloos. Ik was zo... <laughs> ik niet zo goed in sporten met dan bal. <laughs> Ja, maar ik dus was al bang, hè, want liefde. jij kwam dan zo aan mee, basketten, en ik dacht, oei oei, 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 die gaat hier toch niet kwaad worden. Ja, iedereen begon zo op de tippen van zijn tenen te lopen, en ik begon te botsen met die bal. Zo, die dus je weet dat hij dat er twee keer, en even goed, dan zit het er weer al boven aan het soep. Ja, want met basketten kun je ook niet laten winnen, natuurlijk. Nee, nee, dat gaat niet. Nee, 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 nee maar dan worden we nee, ook nee, niet zo kwaad. Nee, dat he? gaat ja. niet. Dat maar je mag hier ook niet kwaad, dus... Nee, 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 nee. Maar ik denk ook niet dat ik tegen een Andries... Uh, zou kunnen winnen. Uh. Dat is ook, ja, buiten, buiten dat dat waarschijnlijk ook beter kan, want, alleen ik doe dat eigenlijk bijna niet meer. Mm -hmm. um, ja, als je groot zit, dat, dat is echt niet eerlijk, eigenlijk. Ik werd daar <laughs> echt, ik werd dus groot van, van grote mensen die er neffen gooien, hè. Uh, kwaad, sorry. Ik word yeah. kwaad zo van, van die grote mannen die dat eigenlijk gewoon vlak bij de goal kunnen gaan staan altijd. En, uh, hoe komt dat? Hoe komt dat grote mensen vaak niet kunnen shotten? Oh. Mm -hmm. Heer, is dat niet, in basket is dat heel erg. Hè? Zo, de NBA zit vol met mensen die, die eigenlijk niet goed kunnen basketen, maar die zijn gewoon 2,20 meter en ja. genetisch gifted. Ah, al die, die zitten die gewoon onder de ring en die moeten alleen aan betaald ja. doen. Twee minuten ja. spelen en die ja. hebben... Ja. Er zijn veel centers die echt niet zo goed zijn. Ah, nee. Is dat zo? Ja, ja, ja. Dus, allee, maar goed, relatief al... he, voor hun niveau. Ja, he. is, ja, ja. Maar is dat omdat die misschien minder oefenen op dat shot of zo? Of, of, ik, denk, ik denk ook wel dat je, dat je klemt, dat je gewoon harder moet oefenen op, op, je, op je mindere dingen. Als je dat al zet, ik weet zeker dat die heel hun jeugd gemakkelijk zijn doorgegaan, gewoon omdat die 2 meter 15 ja. zijn. He? Ja. ja gemakkelijk is ook niet altijd uh, nee. goed voor kwaliteit. Hè? Nee, dus ja, dan moeten wij nog kapot tribbelen en lopen gelijk naar zot als klein zijn, maar ja, die grote <laughs> moet eigenlijk gewoon wachten en hun handen omhoog je houden. Je zet zijn voor de oude kop, zo een dus ja, zo van Als klein mannetje is het altijd een beetje gedoemd om spelverdelers uh, te zijn en uh, ja. heel af ja. en toe, als je geen chance hebt, dat gooien, hè. was dingen geen kleine? Larry Bird was dat nou niet dat was niet zo'n hele grote dat is nou een, een valse kleine. hè ja. ja Stephen Curry hè dat is eigenlijk... ja dat is een... Ja. maar een valse kleine in de NBA is, is niet een meter negentig de... ja zo ja. Dan, dan tegenwoordig is ja. al hoe, gro hoe, gro Jordan? hoe groot is Stephen Curry ik zal direct opzoeken, maar die zal altijd ook in de negentig ah, zijn toch of ja, ja. Oh, dat lijkt niet ik zo. opzoeken. maar ja, die is omringd door gasten van 2,20 meter 20, dan zie je er inderdaad ja. niet zo groot het. maar ja. dat, is dat is eigenlijk mijn favoriete speler. ik vind dat dat is misschien omdat ik zelf ook klein ben, en dat je er dan zo'n beetje mee. Mm -hmm. en dat, allee, maar ah ja, de wat, wat die je gast kan, dat is dat is Golden State. Ja. ja, Golden State Warriors. Nog niet van zo Kevin Durant en zo wordt ik, ik volg basket niet zo wie alert. Ik bedoel, ik zit nooit niet veel verder gerokt. Uh, ja. de is de jaren dan wie is het? Kobe Bryant en uh, noemt hem dat de, de, de LeBron, LeBron James 1,91 ja. meter. 91, Stephen Curry. Ja. Nou ja, okay. of een valse klein pak je dan ja, ons ja. nog altijd. Ja, ja, ja. ja, maar dat is het. Dat is het maar wel uh, dunne enkeltjes, hè? Ja. Ja, <laughs> ja, ja ik ga alles eruit, je... wat dat je eruit kunt ja. halen. Hè. Ik heb ook dunne enkeltjes, die rij <laughs> dunne enkels. Ik die kan kan ik hier, dat ook. zo <laughs> maar ook dat die draaipunter gooit en zo. Allee, ja. dat, is, dat is echt niet normaal. Ja. Sorry. Ja, ja dat is niks. Ja, ik vond het interessant dat jij een programma mocht over uh, ja. aandoeningen Just. en over dat soort dingen. En dan denk ik altijd: ja, Worden jij vroeger iemand dat veel ziek was? Maar waar komt daar vandaan die fascinatie met, met, ja. met, met, met medicijnen? Ja, alweer, ja, ik ben dat altijd. Is het is raar, hè, Philippe, ik kom dat is even te zeggen. Zo? Ja, ik vind dat wel. Ah, ja. hebt meesten, de meeste mensen die ik ken, die dat enorm veel weten over medicijnen, dat zijn ofwel waanzinnige hypochonders of mensen die heel hun leven lang. Zo, zo ja, die hebben zoveel heel de tijd gemankeerd. Of die vinden dat van zichzelf dat die echt voor alles een medicijn kennen. Ja. ja, ja. ja die pakken heel de tijd pillen ja. zo. Ja, ja, pas op, ik pak ook wel wat pillen. Zo. Ja. Ik pak ook regelmatig pillen, maar uh, ja, ik, ik, ik vind dat ook gewoon echt. Ik krijg er een ongelofelijke voldoening van. Als je eens op een feestje zit of je zit op verlof en dan zeg je. Oh, ik heb plas en oh, zeur en ik heb kop aan... Oh. Wacht... Ik, <laughs> ik ken niet. <me> Het <laughs> is gewoon plezant. Ja. En dat je gaat aan zo'n dokterstest, dat je zo ja. klikt. Ja, ja als really? iedereen weet, als we op verlof zijn, ik, ik, heb echt een, nee, ik heb zelfs echt een grote metalen doos en die zit vol met alles. Ik heb ja. zelfs antibiotica bij, ik heb alles bij. Antibiotica? Ja, ja. ja. En dat kun je toch niet overal verpakken? Het nee, dat... zijn dan niet specifieke ah, ja, 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 antibiotica nee, nee, die nee, dat... Tuurlijk, gaat... maar en ik zou wel... dat ook niet... In bijvoorbeeld ja. zo'n shit, ik zou ook niet zeggen tegen iemand op verlof, als die een keelpijn heeft... Uur! <laughs> <laughs> uur is van antibiotica! <laughs> Tot straks! Nee, nee. Maar dan is het wel bij, als dan blijkt van... Uh, mm -hmm. hey, je gaat dan naar een dokter en die zegt, ja, het is dat en dat, pak je antibiotica, dan is het tenminste al bij. Ja. Is dat niet, uh, niet waar jij. Eh, ze zeggen dat vaak tegenwoordig over antibiotica. Eh, zo ja. van, dat ze dat proberen af te raden omdat je ja. resistent wordt. Eh. Dat is dat trouwens nee, ook iets. Ja, ze ja. proberen dat niet af te raden. Het is gewoon. Het wordt te snel voorgeschreven. Mm -hmm. Dat is het probleem. Het wordt veel te vaak nog voorgeschreven terwijl het niet nodig is. Ja. En daardoor komt die resistentie. Ja. Komt die resistentie er? Ja. ja, want ik dacht zelf dat, dat, dat er zat nog een, een kei goede voorbeeld ook in die aflevering waar ik, ik in zat, waarin dat de, die vrouw het had over een of andere hele lullige aandoening. Ik weet niet meer wat dat was. Ja, maar, super zo was. Ja, gewoon en uh, comedia. Ja, inderdaad, maar puur en alleen omdat, omdat daarna zo ongelooflijk resistent geworden is, kunnen daar ongeneeslijk ziek van zijn. Ja, maar dat komt door twee dingen. Hè. Dat komt omdat. Uh, omdat er eidsrimmers bestaan, waardoor dat je zelfs volgens mij geen Aids niet meer uh, kunt krijgen. Truvada mm -hmm. heet dat volgens mij. Mm -hmm. En uh, wat dat je dan krijgt, is, is dus dat in de homo-scene... Mannen beginnen dan Truvada te gebruiken. En je moet dat... Allez, als je dat gewoon heel een tijd pakt, kun je zelfs seks hebben met iemand met HIV, onbeschermd, zonder HIV te krijgen. Dus ja. iedereen denkt... Oh, Claire. Het feest is terug begonnen. Ja, het feest is Wooo, terug begonnen. Let's party like it's ja. 1979. Yes. Ja, ja. En... Uh, maar waardoor dan natuurlijk ja, al die andere... Zoals... Terug zijn aan het opkomen. En daar wordt dan heel een tijd, ja... En, en iedereen denkt dan van... oh joh, maar dat is niet erg, gewoon Een cholerone, dus dat is even naar een dokter. Dat is een week antibiotica. En hup, kunnen terug naar de vijf. Ja. <laughs> maar ja, ja, dus... En dan ontstaat er nu dus die resistentie. Omdat iedereen daar wordt te veel antibiotica pakt. Die bacteriën beginnen hun eigen hand te passen. En, uh, en dan is het super zo, Ja. Nu dus zag je een piemel zien met een keepje, en moet toepassen. Dan. <laughs> oh my god. Ik Sorry. pak alles terug dat ik over haar gezegd heb in deze aflevering. Het is genoeg geweest, Geubels, Jezus Christus, man. Moet <laughs> zal een bad canner zinken? <laughs> 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 een piemel met een keepje? Ja, 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 tuurlijk. Joh. Die net zo'n kroontje, oh, ja, 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 ja. kroontje op. Ja, juist, ja. Die een kroontje op het legendarische poppenkast penis normaal. Worden jij er toen bij? Ik was er spijtig genoeg niet bij. Ja, ik heb het meemaken. Dat was dat is de enige keer dat ik de fokken heb horen lachen dat ik dacht dat die dat niet ging overleven. Dat ik echt een gevoel had van ze scheurt er gewoon iets van binnen en is die dood. Dat was hilarisch. Wat ik wel cool vind aan alle dat is zo. Hoi, gewoon een kat en kat noemen. Alleen, gewoon zitten twee toppers in het land. En je ziet dat soms in, in andere segmenten ook. Dat dat, of in sport of in het buitenland. Dat dat dan arch enemies zijn. <laughs> ja. maar dat, jo, dat, dat is toch? <hums> maar dat is <hums> <deden> je <hums> totaal niet eigenlijk. <hums> nee, nee, totaal nee. niet. Nee. Men, ja. ja. sowieso denk ik niet dat wij elkaar in de weg zitten. Ja. In de weg zitten. Maar en zelfs als dat wel zo zou zijn. I don't care. Echt. Pff, dat, dat, voor mij is het geen wedstrijd. Ik wil gewoon mijn ding kunnen... Ik ben gewoon heel blij als ik dat van mij mag doen. En, en wat er rest toch dat... Ja, ik hoop voor iedereen het beste. Allee, echt. Nou. Toch? Allee, ik denk nee, dat dat cool. een beetje is de... Cool. Ja, ik ben wel heel competitief, maar ik heb tegelijkertijd... Ik heb maar nooit... toch niet in de comedy. Nee, eigenlijk. ik heb ja. nooit een probleem met mensen die dat... Wat ik ook... Eh, in het begin van mijn carrière was dat dan vaak de Wim waar ik tegenover stond. Eh, dat ze zo ik was dan zo de, de meer populistische en de Wim was de meer artieën en dan moesten wij zo gezegd wat tegenover elkaar stond terwijl dat ik er ook altijd supergoed mee overeenkwam ja. dus wij lachten ons er ook mee kapot hè? Ja. ik ben nooit eens gebeld geweest over een artikel dat in de dingen stond in de denk dat was zoiets als dag allemaal of Story, waar ze zo even zo'n hitsen hebben willen willen proberen doen tussen ons ja, waarin dat het dan ging over, ja, andere comedians zeggen we krijgen geen kansen dankzij Filip <laughs> en Alex. En, en, dat, hè, zo, en dat er dan zo'n soort rivaliteit tussen ons zou zijn, waar ik mij dan echt, ja, die konden er niet van over. Dat je dan zegt, dan moet je er van de week nog mee onder een toon ja, gezeten. En dat mensen, gezet, ook bullshit, niet, hè. mensen ook ja. niet. Mensen ook niet, want dan is dat zo. Hè, dat, dat, dat niet iedereen is fan van ons, hè, nee, dat is niet zo. Hè, dus, en wat je dan krijgt, is dat mensen dan. Bij mij proberen te scoren met te zeggen dat ze niet zo goed vinden. En, andersom, en dan denk ja. ik van, en dan zeg ik altijd: Ah, echt? Oh, ik vind dat Cago. Ja. <laughs> dus ja. Ik zeg: Misschien moet die live gaan zien. Dan. Ja, ja. Ja, en dat, vind, dat, dat is nog aan betaalder, want dat, dat, ja, dat, maar ik heb dat ook dikwijls: ja. Ja, Die een geumel, zo moet ik niks van nemen. En dan weet ik: zo, oh, Ik vind dat eigenlijk cool. Zo, ik, ja. ik vind dat een coole gast. Ja. En ik heb dat geier wat dat hij doet. Ah. En dan wordt dat zo even zo'n soort ja. shit. Ik dacht dat jij ging meegaan. En dan denk je, ja, nee, dat is maar. Ja, ik weet niet voor een of andere reden. Dat vind, ik, ik ben er wel heel blij om. Zeker in de, in de, in de Vlaamse comedy scene. Hè, want ik vind dat in Nederland is dat al helemaal anders. Hè. In Nederland dat echt van die rivaliteiten en mensen die in elkaar ja. nooit leven stonden, echt letterlijk. Ja. Dat je denkt van. Wow, man, hè, zo, waar is dat allemaal goed voor? Wij hebben altijd de neiging gehad om. Om dat ja. niet te hebben. Hè? Ik vind dat ook. Ik vond ik vind, ik vind, ik vind ook als ik begon. Ik weer, ik weer eigenlijk omarmd te rollen. Ik mm -hmm. bedoel. Allee, dat is nou heel wollig. Maar, maar bij wijze van spreken. Mm -hmm. De Nigel, de Wouter, de Wim. Hè, de, eigenlijk hè, voor mij. De, de comedians toen. Die, hè, waar ik naar opkeek. Dat was de Wim. jij, De Wouter, de Nigel. Ik ben er niet aan het vergeten. Ja. <laughs> dat is aardig. Je, je zal wel een kwaaie mail sturen nadat nou hem deze heeft gezien. De Thomas? Ja, de, niet? ja bijvoorbeeld een ja, Thomas Smit ook. Ja. Die was ook al bezig. een Bert Gabriels, ja. vond ik Cook de Max. Maar dat was niet als wij, als wij erbij kwamen van... Uh, die waren niet, je wordt niet vijandig. Integendeel, in mm -hmm. je krijgt tips, je wordt geholpen, je, je wordt... Ja, eigenlijk ben ja, ik enorm geholpen door iedereen. En trouwens, vandaag van en dag nog altijd. Ik kom, ik kom gewoon overeen met een kenarts. Dat vind ik man in een tijd. Die was toen ook nog bezig. Ja. Dat zijn mensen waar ik superveel aan te denken heb, hè. Allee, die dat mij, mij altijd hebben geholpen, met de Bert Gabriel zoek hebben. Ik elk programma dat ik al gemaakt heb op tv, daar heeft een Bert wel op een of andere manier mee geholpen. Mm -hmm. ja, dat is. Ja. Ja, en zo kan ik nog een hoop mensen noemen. Ja. Mm -hmm. ja, dat is het, het, het leuke eraan. De, de, de Vlaamse comedy scene is echt niet zo'n vijandige scene. Wij komen ja. eigenlijk allemaal. Ja. Ja. Moeten, daar moeten wij ook altijd een beetje lachen met Hollanders. Allee, als ik ja. daar ook zat of zit. Hè, ik zit er nu veel minder dan vroeger, maar. Dan hadden ze dat hele gedoe van: ja, nou, die moet hier niet komen als ik die zie, dan dit. En, en, en hebben ja. jullie dat niet. En dat was bij ons zo: nee, we gaan hagelijk Amelie ja. en het drinken. Nou, ja. dus, wij hebben dat helemaal niet. Ik denk dat ik meer tegenwind kreeg van de mensen van mijn eigen generatie die begonnen. Mm -hmm. Snap je dat? dat ik ik voelde daar meer vijandigheid bij en zo dingen dan, dan, dan van allen. Ja. Alleen dat. Dat en dat we en redelijk... zelfs in buiten vijandigheid ook gewoon gevoelde van, Je ge begon samen en je ging, hey, ging van die line-ups doen. En je en, uh, en wordt eigenlijk zo precies. En iedereen vond dat, vond dat plezant wat ik deed. Totdat dat succesvol weer. Ja, en dan ja, ja, ja. was dat niet eens commercieel een brol of zo. Alleen, ja. je snapt dat, dat, ja. dat of zo, ja. Ik weet ja. niet. Dat nou, is ook, ja, tuurlijk. Dat dan is een beetje de nolifant in de kamer die we nu wel voelen zitten. Maar dat is zeker heel die periode geweest. met comedy casino-cup. Mm -hmm. Toen ik weet dat jij. Um, ze toen in de finale gerokt. Dat is die finale die Dexander gewonnen heeft. Ja, en heeft er ook nooit een geheim van gemokt dat hem daarna wel een probleem had. Met het feit <laughs> dat uw carrière serieus vertrok. Ja. En die van hem niet. Hoe heb jij er tegenover gestaan? Vond jij dat moeilijk? dat jij er. Uh ja dat is lastig als er altijd één aan ontzagen is natuurlijk mm -hmm. ja dat is dat is een beetje al, ja Wat heb je dat gezegd? maar moeilijk nee ik heb mij er eigenlijk vrij weinig van aangetrokken altijd <laughs> ja. 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 weet je moest nu een goede vriend van mij geweest zijn of zo dat je kwijtgerokt of daardoor maar ja. dat was niet hè dat, dat is eigenlijk Xander ik ken je nou eigenlijk niet alleen mm -hmm. bedoel ja. dat is iemand die niet is daar, maar ja ja en, en... Oh. Ja. Dus voor mij is dat niet zoveel. Voor mij is dat ook nooit een mega groot probleem geweest. <laughs> <laughs> ja. ja, nee, maar ik snap wat je wilt zeggen. Want dat is natuurlijk is dat altijd anders als, je, als jij gewoon maar doet wat je gaat doen. En dat is succesvol, oh. en je denkt: jongen, ik zit niks aan. Toen dat ik van, aan het afpakken zijn, ik zijn gewoon niet aan het doen. Ja, voilà. en, en ja, ho, ja, wat dat uh, voor effect heeft gehad, is dat ik dat, ja, navind, ik van, oh, ja, dat is een vervelende mens, want ja, ja. ik heb ja. daar alleen maar negativiteit van gekregen, dus waarom zou ik, wel. Maar ja. is dat niet beter, komt de er niet beter overheen? of is dat iets, iets is ik de heb, ja, gewoon... Ik heb al heel lang niet gezien, maar... Ja. maar ja, dat wist ik eigenlijk niet. Want de, ja, de, ik weet dat de, 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 de Xander is zeker heel hard gekalmeerd in uw richting, denk ik. Hmm. Omdat de moek voor zijn eigen ja. wel had uitgemokt waar dat vandaan kwam. Maar dat is dan na uh, 10, 12 jaar of zo. <laughs> <laughs> Zo, zo rap was dat nou ook niet, Alex. Ja. <laughs> nu nee, is lang genoeg vervelend geweest. Ja. I keep count. Ja, Hoe was dat in Holland ja. eigenlijk? Want als je zo hé, in Nederland zegt, je Ja, en, en zelf, ja. Ja, ja, ja. Ach, ja, nee, doe maar verder. Nee, 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 zeg maar, zeg maar. Nee, ook wat ik zeg, in dezelfde lijn, als je zo in Nederland komt als Belg, en ja. als Vlaming, en je komt er eigenlijk <laughs> even de graven Mannetang en ook ja. doen. <laughs> uh, ja. ja, dat worden je niet in, denk afgenomen door sommige mensen. Maar ja. En ook daar weer, hè? ja jongens, ja, of... zag er wat over tegen een, maar mm -hmm. Kijk, wat kan ik doen? Allee, ja. Ja. Uh, ik denk dan ook het zelf. He? Allee, de... Ik ben dan eens in een tomer geweest. Uh, goh, dat, ik hoef er geen namen over te noemen. hè was er een van die, maar in een in tomer hangt ook wel een speertje van. Ja, 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 ja. maar... Um, Sfeertje van pretentieuze artiness. Je mag het wel, wel. het wel zeggen. En dat is uh, wel zo. Ja. En, uh, ja, en daar is er iets letterlijk in dan. Hè. In het begin waren die nog voorzichtig, maar als ze dan gezopen had, kan je dan zeggen: van, ja, Hoe voelt het nou dat je populair bent, omdat je op tv komt en niet omdat je goed bent. En dan denk ik, ja. Ja, ik blokkeer dat, want ik, ben, ik, ben, ik kan niet tegen conflicten en ik, ik vermijd het dan gewoon. En dan denk ik: Oh, wow, dat valt wel mee. En dan ben ik weg. En, ja, 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 ja. En, dan van, en dan van binnen werk ik heel triestig en kwaad, maar. Ja. Um, maar dan denk ik, lang, achteraf denk ik er dan over: na nou, en dan denk ik, ja, maar ja, ik krijg allemaal de kansen dat ik ook krijg. Allee, dat is niet, ik heb geen andere kansen gekregen dan eender welke kom ik. Allee, ik mm -hmm. bedoel, dat is. Dat is mm -hmm. Ja, ja, ik ben in de, ben in de wereld draait door veel geweest met fragmenten van de slimste mens. En daardoor is er volk in de zaal gekomen. Maar ondertussen ben ik ook al tien jaar in Holland bezig. Ik bedoel, die zalen zitten nog altijd vol. Dus ja. hè, moest dat slecht zijn wat ik deed, ja, dan hadden die één keer vol gezeten en daarna niet meer, bijvoorbeeld. Nee. Ja, nee. Allee, ja. Dat is zo, ja. ja. Ja, dat is, ook altijd, dat is ook altijd iets wat, die, wat die minder goeie artiesten doen, of minder succesvolle. Ik zal nou nog niet direct minder goeie zeggen, maar minder succesvolle. Wat wel meestal betekent dat ze minder goed zijn, maar dat zijn no. niet gerenoren in heel veel gevallen. Maar wat dat, dat wel is, is ja, die moeten altijd een soort rechtvaardiging voor zichzelf gaan verzinnen, waarom dat jij het, het en zo niet. Ja. Waarom, waarom, ik ben toch zo geniaal in een DNI, en waarom heeft je dat allemaal? Maar vooral, ik ben de eerste om toe te geven dat ik ook veel chance heb gehad. En, ja. en ik ben zelfs de eerste. Ik vind echt dat er in Vlaanderen en in Holland comedians zijn. Ik vind die oprecht beter dan mij. Mm -hmm. En ik vind dat ook heel erg voor die mensen. Maar wat moet ik dan zeggen? Ja, ik zal kikker daarmee stoppen. Alleen. Ja, ik bedoel. Ja. <laughs> ja, ja. Do, mm -hmm. ja. Ik bedoel, ik vind het gewoon spijtig dat, ze, dat er vaak geen respect is. En, want eigenlijk zouden die ook moeten snappen hoe moeilijk dat is. En hoe hard dat je moet werken voor te bereiken wat ik bereik. En voor te blijven staan waar ik sta. Mm -hmm. Allee, snap je? Dat, dat vind natuurlijk. ik gewoon spijtig. Dat, dat ze soms die klik niet maken van ja, maar. Allee. Ja, ja. ja dat is zo. Maar ja, dat is, dat is natuurlijk wederom, dat God over u. Dat gaat niet over u. Dat is ook hetgeen dat, dat altijd is met kritiek. 9 van de 10. Zie je dat ook tegen uw eigen moet zeggen. Want als iemand zo walgelijk tegen mij zegt, dan word ik ook kijken. En dan, dan, dan word je er ook zot van maar op het einde kunnen we dat altijd herleiden. Ja, maar deze ja. gaat eigenlijk over u, Deze dingetje dat ga je hier komen zeggen. Dat gaat ja. totaal niet over wat dat ga doen of ah, wie dat ja. gaat zijn. Dat is eigenlijk een goede manier om te bespreken. Ja, ja, pas op, ik kan dat heel goed uitleggen nu tegen je, Maar Als iemand dat tegen mij zegt, dan sla ik een fles kapot over die is een kop. Allee, ja. Allee, ja. en dat zou ik dan nog willen dat ik dat ook zou doen. Maar 9 van de tien stel dat er zo verbouwereerd verbouwereert, naar ja. te kijken van, nee, dan gaat dat hier nou juist tegen mij gezegd ja. en denkte. Uh, ja, ja, het is, het is, het is vaak, ik ja. Ik verschiet ervan hoe vaak dat iemand walgelijk eigenlijk een beetje wint. Ja. Door iets tegen u te komen zeggen, maar die wint dat niet in zichzelf, uiteraard. Want ja, die ene wel okay, dat. De, op het de de, de moment dat je dat zegt, wint op geen enkele manier. Ja. Nee. Je hebt mij even kwaad en triestig gemaakt. Ja, ja, ik kan er tegen. Ik ben in mijn leven al veel kwaad en triestig geweest. Dat, Allee, dat is niet ja, erg. Ja. Dat is echt niet zo erg. Ja. Nee. Allee. Mag jij je eigen wel laten kennen op dat moment natuurlijk? Hè? Je zat daar en je denkt: ah ja, schoe, ja. veel plezier in uw uh, volgende open mic, hè, vriend. Ik kom ja. na uh, de carré even vol speel. <laughs> Later's. Uh, ja, uh, want dat ja. is wel zot. Want, uh, want jij wordt eigenlijk een beetje al in Nederland aan het optreden, maar het is, dan, is het dan vooral gekomen doordat jij uh, in de wereld right door zat met die fragmenten? Dat dat hetgeen uh, is dat... Dat, dat, dat... Deed, dat deed wel veel gedaan, ze ja. ja. Ja, dat hij echt wel veel gedaan qua publiek, om... vooral qua publiekopkomst deed hij enorm veel geholpen. Uh -huh. Ja, want ik, had, ik was eigenlijk al een redelijk grote toren om op die moment, wel in Holland. Maar bijvoorbeeld, als ik in Groningen stond, dan zat die zaal niet vol hè. Uh -huh. Ja, nadat dat in de wereld doorkam, doorkwam, zat die zaal vol hè. Ja. Ja, dat is wel een groot ja, Dat verschil doet enorm natuurlijk, veel ja. natuurlijk. Hè? Zeker dat dat is een ja. gigantisch veel bekeken programma ook in Nederland. Ja. Want dat is. Ik, uh, ja, ik heb zelf veel in Nederland gespeeld. Dus ik weet ook dat dat daar uh, zeker niet simpel is ja. om, daar, om daar door te breken. Ja. En het, uh, hetgeen dat ik, dat ik me afvroeg is, is: waarom denk jij dat dat licht dat daar zo populair zijn? Heb je daar zelf al over nagedacht? Uh, ja. Ik, de, ik denk dat, dat ik op een of andere manier anders ben, maar ja, dat is ook geen, geen reden, hè, want jij zit ook anders dan de Nederlandse school eigenlijk. Ik heb daar een theorie over, maar ik zal, uh, ik zal u eerst laten vertellen. Ja, ik, ik denk ja, dat ik er een beetje tussenuit sprong, door, door wie dat ik ben. Ja. Doordat mm -hmm. door ik gewoon echt een compleet andere stijl heb dan, dan de Nederlanders. En gelijk dat jij zei ook, ook minder zee. Meer zeggen met weinig woorden. Mm -hmm. wat eigenlijk het, allee, in Nederland doet het compleet tegenovergestelde vak. Niet iedereen, maar, nee, maar er zijn is, er wel veel die wel heel feit. weinig zeggen met heel veel woorden. Ja, 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 ja. <laughs> absoluut. Uh, ja, denk ik. Ja, ik denk absoluut. En het dat... is plezant. Ja. Allee, in, in Nederland, wat je heel veel, je er eigenlijk niet keive veel cabaretiers en comedians die dingen doen om te lachen. Allee, nee, jawel. Om, dat is wel om te lachen, maar dat is altijd mee. Uh, er moet een les in zitten, en er moet ontroering, en er moet dit, en er moet dat allemaal in zitten. En bij mij is het, is het echt gewoon anderhalf uur voor te lachen. Mm -hmm. en, en ik denk dat dat er op die manier ook wel een beetje tussenuit springt. Of zo. Nou, daar ben ik redelijk zeker van. Ja. Ik, denk, uh, ik denk dat er in, in Nederland een, een periode is geweest dat ze zo hard um, zijn beginnen gaan in dat. Geëngageerd cabaret, dat iedereen in Holland aan een tijd ook gewoon beu was. Hè? En dat het wel eens tijd werd dat er nog eens iemand op een podium ging staan, dat u gewoon ongecompliceerd lot lachen, zonder dat hem het gevoel heeft dat hij u de les leest. Mm. Ik, had wel, ik had wel een gevoel dat er in Nederland even wel een dip heeft gezeten in heel dat cabaret. Hè? Dat gevoelde van gevestigde waarden die jarenlang hun zalen vol kregen, dat dat ineens ook niet meer was. No. Dat mensen dat een beetje beu waren. Ja, en de crisis, allee, dat is nou heel onnozel, Dat mm -hmm. klinkt zo, in de crisis. <laughs> ja, ja. Maar het was echt, hè? Ja. Ik, weet, ik weet dat we een tour hebben gedaan in Nederland. En ik had, ik had het geluk dat dat wel bij mij. We hadden daar eigenlijk een heel succesvolle tour aan het doen. Mm -hmm. En elk theater waar dat ik kwam, was, was, de, was de, programma, allee, de directeur ontklagen: van, het is hier echt, het is echt verschrikkelijk op de moment. Zelfs de, de mensen die, die dat altijd uitverkochten. Verkopen niet uit en zo. En, uh, ja. mm -hmm. Maar hoe komt dat, oh. dat? En dat kwam echt letterlijk, een, echt, er was echt een crisis. Hè. Mm -hmm. Je vergeet dat maar. Dat is waar. Mensen hadden ook echt minder geld om naar theater te gaan en zo. Hè. Ja, ik kan nu wel iets heel schandalig zeggen, maar het enige waar ik dat dan heb gemerkt, was dat die minder merchandise kochten na de ja, show. Ja, ja, maar dat... dat ik voelde van, vroeger werd dat veel meer gekocht, en gevoelde ineens dat dat een pak minder was. Dat mensen al zoiets hadden van, ja, ben me dat ticket al betaald, mm -hmm. dat was eigenlijk al veel. Ja. Dus, ja, en het feit dat wij minder last hadden van de crisis, komt ook omdat, eigenlijk, moet er eerlijk er komen niet kei veel mensen die het heel moeilijk hebben naar ons show zien. Mm -hmm. Dat moet eerlijk in zijn, wij, wij spelen voor de middenklasse. Hè? Allee, ja, ja, ja. En, mm. en dat is nu net de, de klasse die het minste last had, denk ik, van, van uh, de crisis. Allee, nou, denk wel ik ik niet dat... ik ken er niet kei veel van. <tankt> maar dan, dus dan is het, het wel zo letten... dat er toch veel andere cabaretiers hadden die het dan toch niet eens een pak moeilijker hadden. Mm. Dus dan denk ik ook dat de reden waarom die mensen geld uitgaven om u, en niet om zo iemand anders, niet alleen lag aan het feit dat ze misschien minder geld hadden. Maar ook aan het feit dat ze zoiets hadden van, ja, maar als ik er dan weer al ga zitten, moet ik weer niet zo wie een nemen die een hele avond tegen mij ligt te zeggen hoe dat ik zou moeten leven. Ja. En waarschijnlijk zo. ook over de crisis bezig is. Ja. <laughs> Vertel dat maar wat moppen over uw vrouw, man. Godverdomme ja, toch. Ja. Ik vind dat wel straf. Er is, is hier toch al wat volk gepasseerd, zeker in comedians. En ik heb nog nooit iemand dat horen zeggen van, eigenlijk speel we voor de middenklasse. Mhm. Mm ja. Ja. ja, in heel veel gevallen is dat ook zo. Hè. Die... Eigenlijk ah, toch, ja. Wat eigenlijk zot is voor iets als stand-up comedy, waar, waar je toch zo'n beetje in de wagen van denkt: dat is niet zelden als uh, een van ander toneelstuk van Shakespeare. Dat zou eigenlijk iedereen moeten kunnen aanspreken. Maar die hadden vooral op YouTube hè. Allee, heel veel van de mensen die dat, de, die dat, de, die dat je bereikt of zo, waar je van zegt, die zitten niet in de middenklasse. Ja, er zijn erbij die ja, de middenklasse die, is ja. heel groot, hè. als je onder de middenklasse zit, dan leef je in armoede, hè. Dat is, alleen toch, hè? En, mm -hmm. en, ja, bedoel, zelfs als je naar een cultureel centra gaat, kost een ticket al 12, 15 euro, hè. Ja, dan, dan, dan doe je dat niet. Je geeft daar geen geld hè? Dat heb ik geleerd mm -hmm. met afleveringen aflevering over armoede. Mm -hmm. Ja, armoede is... Dat is echt armoede, hè. Dat is... Ja. Is het al opgenomen, eigenlijk, taboe? Nee, dat al... tweede ah, okay. reeks niet. Nee. <coughs> Nog niet, ja. Ja, armoede is ook zo'n zo soort... Ja, inderdaad, je staat daar niet bij stil. Dat, dat... Maar er zijn, wel, er zijn inderdaad weinig van die mensen die in je zaal terechtkomen, maar die je wel kennen. Want je, je mm -hmm. wordt er wel op straat soms door aangesproken. Ja. Je merkt dat ook wel. Ja. En je weet ook dat die je kennen van YouTube of van tv of die... Ja. Die volgen nu wel of die weten wel wie dat gaat zijn, want het is inderdaad, ja, dat is wel een feit dat je die niet zo rap in je zaal hebt. En zeker niet ik met mijn Prijzen tegenwoordig. Nee, maar dat is, allee, dat, nee, ja. maar dat is waar. Als, allee, als ja. er mensen in armoede in, in mijn zaal zitten, dan is dat, omdat dat van een armberg uit of van een of organisatie uit, is gevraagd van wil die iets doen over mensen in armoede? En dan, mm -hmm. ja. Ja. Maar anders gebeurt dat eigenlijk bijna al niet. Hè? Nee. Vind je dat erg? Of heb je dat door. Ja, tuurlijk vind ik dat erg. Ja. ja. Ja, maar ik kan dat ook niet op... Alleen, ja. Ja. ja, ik kan gratis gaan spelen, dat is zwaar. Ja, Dat maar lost, dat lost het ook niet. op. <laughs> dat lost mij naar moede ja. niet op. Ja. Ja. Nee, maar dat, is, ja, dat, is, dat is waar. Soms, soms is dat wel zo dat je, dat je door hebt als je zo het woord geprivilegeerd hoort, dat worden er nogal veel. En ik heb ook de neiging van er altijd kwaad op te worden als iemand het zegt. Maar aan de andere kant, als je er een klein beetje over nadenkt. Hè. Ik bedoel een gesprek dat wij bijvoorbeeld hadden er straks over uh, reacties. Soms, als hier een vrouw komt zitten. Op dat er, dat, er, dat er dan vaak veel strenger op gereageerd wordt dan op een man. Als die iets zeggen. Is dat zo? Ja, vaak is dat zo. En het grappige is dat ik dan altijd de neiging. Oh, jongen met dat gezag en dit en nee. En dat, maar eigenlijk, als je dat continu checkt. wat hij doet. en hij ziet dat ook. Nee, het is wit. Ja, die krijgen echt relatief veel meer shit. om iets te zeggen waar wij moeiteloos mee wegkomen. Ah, ja. En dan denk je eigenlijk wel van. ja Soms, soms beseft je dat niet van je eigen. Omdat, je zo, omdat het voor je zo vanzelfsprekend is dat je dat allemaal maar kunt. Nou, ja, omdat je ook die mega dooddoner tegenwoordig is. Uh, zo van, als het dan over vrouwen gaat... Mm -hmm. oh, is een dislike, is dat zo erg. In Saoedi-Arabië mogen ze niet rijden. Hier valt het wel mee. Ja, ja, ja maar tuurlijk. dat is ja, dat, hier, dat is. waar. Is... Er is altijd erger, hè. Ja. Dat is natuurlijk inderdaad een feit, maar ja... Dat... Ze mogen ook trouwens, ze mogen ondertussen wel rijden. Hè? Ja, maar dat is twee dagen in de week of zoiets. Nee, ik dacht dat... Ja, is het is, dat is, niet, is dat niet... wel mee speciaal maken, is iets speciaals met het Het is zoiets dinsdag ja. en donderdag Dus daar moeten zo. ze ook niet meer over zijn. <laughs> nee, dat vind ik ook <laughs> genoeg geweest. Je mogen daar al rijden, godverdomme. is dat niet vaak om ja, nee, ja, ik weet niet. Nee, Omdat zeg maar. dat misschien wat harder overkomt als een vrouw iets cassant of iets streng zegt of zo. Dat ja. dat misschien harder. Ja, dat klopt. Maar hetgeen dat zul natuurlijk gewoon zeggen is: ja, waarom is dat? hè zo, dat, dat er zo'n soort maatschappelijk idee is van een vrouw dat die niet kassant of streng mag zijn. Of dat je eigenlijk, hè, als je, wat je vaak meemokt, als je bijvoorbeeld een vrouw bent en je bent ambitieus. ze dan zoiets, dat is zo'n cold-hearted bitch ja. die zo naar de top gaat. Ja. En binnen een vent zeggen ze, dat is een echte vent, die je God ervoor. Ja, ja, ja. Zo, ik denk dat dat, dat dat hetgeen is waar het bij hun vooral ligt, waar ze aan van worden. En ja. soms denkt ze, oh, met je gezag, man dat je dat dan inderdaad ook systematisch begint te merken, dan denk je wel van, ja, misschien hebben ze ergens ook wel een punt als ze dat soort dingen zeggen. <laughs> zo, hè, dan, ja, maar ik... ik denk wel dat ze ja. zeker een zekere punt hebben. Allee, ik, denk, ik denk dat er nog wel wat werk is. Dat, uh... Ja, ik vond dat eigenlijk keigoed. Ik had zo weten waar ze de over <lacht> <lacht> Ik dacht, stop nou nee, eens met zagen, man. We moeten nog meer hebben. Is het nog niet goed? We me hebben thuis al niks te zeggen. Mogen we deze <laughs> nog even hebben, alsjeblieft? Mag ik dan tenminste op het werk nog de baas? Ja, mag ik daar nog even de broek aan doen? Hè? <laughs> thuis moet ik al heel een tijd rondlopen met dat plumeau en blijten met je nozel films en al die. <laughs> <laughs> maar dat is iets dat u ook vaak verweten wordt. Hè? Mm -hmm. Dat heb ik toch ja. al heel veel geleden. Uw grappen over uw vrouw of ja. hè, de, de, hè, de, de seksistische humor in de slimste mensen. Ja, dat soort ja, dingen. Ja. Hoe stel je daar tegenover? Ja. Ik denk, ik denk dat, uh, dat je wel moet op... Allee, want vaak verweten... Eigenlijk wordt seksistisch seksistische humor in de slimste mens, dat wordt mij niet vaak verweten. Hè. Er oh, zijn okay. een paar journalisten die dat elk jaar terug op datzelfde nageltje kloppen. Mm -hmm. en, uh, dat noemt, en dat noemt... En, en eigenlijk meer de strijd voeren tegen de slimste mens, maar seksisme daarvoor gebruiken. En dat vind ik eigenlijk zelfs nog... Fouter dan de seksistische moppen die in de slimste mens zitten. Ja. Ik zal uitleggen waarom. Mm -hmm. Als jij een serieuze journalist bent een standaard. En jij wilt de strijd aangaan tegen seksisme, hoe komt dat dat dan altijd pas gebeurt wanneer het de slimste mens op tv komt? Mm -hmm. En hoe komt dat dat gebeurt tegen de slimste mens? een onnozele quiz om half tien s'avonds, waar dan alleen volwassenen naar kijken en waar dat iedereen van weet, die moppen dat daar in die jury gemaakt wordt. Allee, dat is fout hè? want op mm het -hmm. moment, als ik een grap maak, um uh, in dat jurybaksje, hey, als een Erik vraagt, die kunst in huis, en ik zeg nee, maar mijn vrouw begint meer en meer op een rubus te lijken. Hey. Ja, ja. De zaal lacht omdat die weten: je zegt niet fout. Dus eigenlijk wil je lach zeggen dat wij er allemaal over akkoord zijn ja. dat wat ik gezegd heb, dat dat niet mag. Hey. Ja. Dat wil dat eigenlijk zeggen. Het probleem zou ontstaan op het moment dat die mensen niet meer lachen en dat mm -hmm. die eigenlijk gewoon zeggen. Oh, dat is juist. Dan is er een diep geworteld seksisme-probleem in de ja. maatschappij. Ja. Dat je alleen nog maar ja. applaus krijgt. Zo, maar van dat dicht. Ja, bijvoorbeeld. Inderdaad! Ja, ja. Die Rubensmop is een ja, ja. slecht voorbeeld, maar pak, hey, pak dat dat een seksistischere mop ja, is. Hè, ja, ja, ja. Hè? Um, en dan krijg je de tweede luik erin, vind ik van oké, okay, je bent een, een serieuze journalist van standaard en jij beweert hier nu, ik ga de strijd aan tegen seksisme en dat is niet per se gericht op de slimste mens, maar uh -huh. waar ik boos vind, want het is wel je strijd gaat tegen de slimste mens en ik weet dat, waarom? Omdat als jij oprecht gemeente strijd zou willen aangaan met seksisme dan kun je binnen de kortste keren tien betere voorbeelden geven om de strijd mee aan te gaan dan een quiz om half tien s'avonds. Ja. Yeah. Worden alleen volwassen mensen naar kijken. Bijvoorbeeld FC de Kampioenen, mm -hmm. primetime. Heel het gezin kijkt ernaar, de kinderen kijken ernaar. Dus die kinderen groeien op met het idee dat vrouwen niet gaan werken, maar een hele dag sherry drinken dat, dat uh, vrouwen, allee, hey, hoe dat Baltasar Boma, hoe dat hij doet tegen vrouwen, dat die hey, zuinig schattigen en die, allee, dat mm -hmm. is een lopende me ja. die, die gaan not, die gaan de hoeren, dat dus, oh, mm -hmm. en dan ga ik ze buurt nog eens nog dooren, oh, ik ga weer nog dooren, allee, ja, ja. snapte? Als je naar echte strijd wilt gaan met seksisme, ja, dan, dan gaat het daar tegenin, hè? Mm -hmm. Bedoel, en zo zijn er nog allemaal voorbeelden die veel erger zijn dan een quiz. We ja, kunnen tegen echt seksisme ingaan dat zelfs niet op een tv-programma zit ja, ja, maar allee, dingen die dat echt daadwerkelijk ja, van, aan het alle, gaan het gebeuren van zijn. alles. Allee, dus ik dus ik vind het eigenlijk nog veel fouter van die journalisten want eigenlijk zitten met met een heel belangrijk, hè, want dat is eigenlijk heel belangrijk ja. hè, de strijd mm -hmm. tegen seksisme. Mm -hmm. Eigenlijk zitten er die eronder onderuit onthalen. Om een stoeme strijd te voeren tegen een tv-quiz, dat ga je niet goed vindt. Ja. Dat ja. is wat ik bedoel. Nee, dat is wel een goed punt, ja, inderdaad. Uh, dus... Maar ja, dat is, dat is natuurlijk wat dat is. Bij journalisten, die weten ook, als ze beginnen te, te babbelen over, over uh, een echt probleem is seksisme op de werkvloer, of weet ik veel wat, dan rolt drie kwart van Vlaanderen met z'n ogen en draaien ze de bladzijde nou, om. Ja, ja, ja. en En dan als, het over, als het over rollen ja. gaat, dan wordt ja. het gelezen natuurlijk, ja, ja. He. Want celebrities zijn ja. altijd degene die dat, die dat de aandacht naar zich toe trekken. Dus dat is, het is altijd redelijk simpel waarom dat die dat doen. Maar, maar wat, ik, wat ik er zo grappig van vind, is dat, is dat collectief beslissen dat we dat niet eens allemaal serieus gaan nemen. <laughs> Terwijl dat ik denk: maar je je toch deur wat die er doen zijn? Er wordt toch inderdaad gewoon alleen maar mee gelachen omdat je weet dat dat fout is. Ja, alleen... Eigenlijk, dat mensen ook zeggen: er is een heel debat tegenwoordig dat er gaande is. Dat was onlangs met dat Mad Goat Festival. Waar, hè, dat de Michael Van Peel in een panel zat. En het ging dan over zogenaamd seksisme of ongelijkheid in de comedy sector En met wat moede lachen en met wat niet. Hè, zo heel dat ding weer. En dan werd er vooral gezegd: ja, het is. Het is is als je zo lacht met dingen als, als feminisme of als vrouwen, dat is punching down, hè, terwijl goede humor is punching up. Hè, je moet naar boven. En dan denk ik, denk de gulle echt, dat iedereen in de lach zou schieten als jij iets vertelt over iemand en mensen zouden die alleen maar zien als weerloze slachtoffers. Ja, dan lacht daar niemand ja, mee. Hè. Daarvoor, ja. dan je, want als je echt iets zegt dat gemeen is naar iemand waar het echt voelt... Dat je naar beneden aan het trappen bent, dan krijg je gegarandeerd ja. in een zaal altijd. Oh, maar dat is... dan krijg je niet. Dan kreeg je niet hey. Nee, als je een applaus krijgt, dan wil dat zeggen dat je eigenlijk ook naar boven aan het kloppen bent. Omdat dat een, 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 een gedeelte van de bevolking is dat ook een zekere macht heeft, die dat ze ook gebruiken. Maar dat is wat we er straks zeggen. Hè. Het is de manier waarop je Het is, ja. Zo genuanceerd, je kunt die discussie bijna niet voeren eigenlijk. Want het is ja. Mm -hmm. huh? Ja, dat deed me ook denken aan dat stukje in die, in die, in die nieuwe special van Bill Burr... waarin hij zegt van, what about a girl who likes it rough? En dat er dan zo'n gast in de zaal roept, ask for her consent. En dat hij zegt van, yeah, that's why you can never judge comedians. See what I was saying, what that jackass decided I was saying. <laughs> Hey, zo van ik zijn letterlijk iets anders aan het zeggen en jij beslist van dat op een totaal andere manier te gaan interpreteren en ja. dat ervan te gaan maken. Ja. Ja. En, en, en dat, is dat, een... zal, dat zal altijd blijven bestaan. Hè. Dat is ook zo. Zolang dat je dat doet, moet dat er natuurlijk bij pakken. Maar ja. wat ik eigenlijk... Ik wou eigenlijk helemaal terugkomen... Ja, ja er sorry, twee dingen... En wat ik eigenlijk ook nog wou zeggen, dat is mm -hmm. van, ja, er wordt heel vaak gezegd, alleen maar moppen over mijn vrouw. Uh, ja, dat is ten eerste niet. Ik mm -hmm. bedoel, met mijn bij mijn laatste show komen turven. Het zal er zeker ook over gaan. Maar daar zit ook nog eens een nuance in. Van, waarom je er mensen? Dat is niet omdat dat over mijn vrouw gaat. Mm -hmm. Dat is omdat dat op die moment over iedereen zijn vrouw gaat. Mm -hmm. Bij wijze van spreken. Hè? Dat gaat, ik, ben, ik, ik zeg dan wel, ja, want allee, ja, ik doe een joke en ik gebruik wel het woord mijn vrouw. Maar. Eigenlijk zit een, een situatie ontschetsen, waarvan dat je weet van ja, deze is zo herkenbaar voor iedereen dat in een relatie zit. Mm -hmm. Allee, snap mm -hmm. Dus, dat gaat niet... Specifiek over mijn vrouw, hè. Alleen, Ik de... maak ook veel grappen over mijn vrouw. Die zit ook in elke show. Ja. En dat ik iedereen... Of over mijn dochter. Ja. En dat ik dingen vertel en dat iedereen dat een dochter van tien jaar heeft of zeggen, oh ja, tuurlijk ja. dat. Ja, je gebruikt dat als voorbeeld voor, de, voor een herkenbare situatie neer te zetten, dat iedereen plezant vindt. Ja. Is dat niet dat je stoort, dat je daar altijd op, uh, op gepakt wordt? Ik zal het... No. Nee. Ik heb me lang moeilijk gehad met het feit dat ze mij altijd diermissen en gelutjes noemen. Ja, oh, ja, ja maar ik heb, ik... ik heb het dan altijd moeilijk ja. gehad met. Ja, uh, ja, waar is het gemakkelijk met dat stemmetje, Waarom heb ik het altijd moeilijk mee gehad? Ja. Ja. Omdat ik weet hoe hard ik moet werken voor. Uh... Ja. Allee. Er zijn ook veel mensen die u niet kennen en weten dat ik u ken. En dan zeggen die van. Oh, klapt die je echt zo? Of is dat... Ja. dat is tv, ja. hè. Dat die je babbelt. Ja. Ik zeg, ja, dat joh. is waar. dat ik die en En is dat aan elkaar rappen En dan babbelt hij je eigenlijk ja. met een heel diepe stem. Ik zeg, niet, natuurlijk niet. Die babbelt gewoon zo. Dat is ook wie dat die een is. Maar zo raar babbel ik toch ook niet? Nee, maar je hebt gewoon... Nee, bedoel, ik ik zo'n raar stem? Je hebt een herkenbare stem. Dat vooral heel hard. Ik probeer het hier zo genuanceerd als mogelijk te zeggen. Geubels, jezus christ, we gaan nu dat gaat klinken? Jawel, ik dat weet... Gaat. Ja... Nee, maar eigenlijk is dat waar, je gaat dat gewoon vooral... dat is iets. Jij hebt hetzelfde had op dat vlak als dat ik hem had. In mijn eerste show zaten veel van die geluidseffecten, dat is blijven hangen. Jij ja. zat in je eerste show, en je dat benadrukt, dan ga je zo dat, mm. en traag, en ja, dat is blijven was, hangen. Ja, maar ik was toen zo. Ja, maar ik was toen <laughs> ook ik zo. Was, ik klapte echt oprecht ja. trager en zo. Weet jij dat ik een micro speciaal op een statief zette... Dat was niet om er zo te kunnen staan. En nee, nee, dat was omdat ik zo zenuwachtig was dat ik anders heel een tijd, zonder dat ik hetzelfde deur had, gelijk een zot van links naar rechts over het podium ontwandelen ja. was. En dan dan mijn moppen gewoon in het water vielen, omdat, omdat die timing naar de klote was. Ja. Ja. Hoe raar is dat, dat je zo zenuwachtig is en dan toch het ergste wat je kunt doen, toch doe op het podium staan? Dat is toch een, raar, dat is toch een rare kracht dat jij ja. al die jaren geleden moet gevoeld hebben. Ja. Kijk, ja, dat is waar. Ja. Want ik ging elke keer dood. Hè. Allee. Ja, maar ja, dat is ook. Ja, dat, dat, dat betert, hè, man. <laughs> maar in de begin is dat inderdaad. Je gaat nog man. zenuwachtig. Je moet optreden. Je ja, doen. ja. Ik denk dat dat nooit niet weggaat. gaat. Mm. Je stoffer. Allee, man, je, je komt daar van een back mensen te staan. Allee, ik ik, ik denk verschiet ervan word... bij mijn eigen hoe weinig dat dat nog is. Ja, ja maar ik ja. denk dat je. Eigenlijk, ik denk dat je onderschat welke impact dat, dat elke keer op je lichaam heeft. Ik denk dat je dat niet, dat meer, zo, niet meer zo voelt gelijk in mm het -hmm. begin, dat die zenuwen niet meer zo duidelijk door je lichaam uh, 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 razen en zo. Mm -hmm. Maar er gebeuren wel processen in je lichaam, dat kan niet anders. Ik bedoel, je, je, je weet van, allez, pak een zaal van 2000 man, je weet, die mensen zitten er allemaal voor mij, die hebben me betaald... En die zitten er, hè? Die zitten. Alleen en jij stot er alleen. En hey, jij bent verantwoordelijk voor die unenavond, oké? Want ja, dat ja, is ja, unenavond. Hey. Dat die ja. gaan kijken naar iets, Die hebben er ja. misschien hè. Hey, die hebben ook allemaal ja. gewerkt. Ja. ja en ervoor. vooral. En ja. vooral. Als het niet lukt, man. Mm -hmm. Als het niet lukt, hé hey, Winter, Ze kunnen altijd dingen. Waarom? Ja. Oh, pak dat ze niet. Je, je, gaat toch altijd. gaat er niet blijven van. Ja. En als ze niet lachen. Mm -hmm. Ja, maar dat is, toch, dat is toch het verschrikkelijkste dat ik kan alle In mijn mm -hmm. kop is dat. Hè? Als, je, als je mensen vraagt van wat is hun grootste angst, uh, op plaats nummer één, dat is niet, niet doodgaan, hè. Dat Openbaar. Is spreken praten, voor een publiek. Mm -hmm. dat is. Allee. En op twee. Dood was het, en, was, en, was Dood dan? is drie. En op twee staat een kamer binnenwandelen. vol met mensen dat je niet kent. Is dat echt? Ja, dat, ik dat is Ik dacht altijd dat de dood ook. nummer twee was. Ja, oké. Okay. Ja. Zat. Ja. 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 Maar misschien, moet het is schogel ja, Er zullen wel <laughs> verschillende studies in die verschillende ja. dingen uitwijzen, ja. Maar het was in ieder geval altijd wel grappig. Dus... dat de dood nooit op ja. nummer één stond. Ja. En dus, dat, de, ja. Ja, dan denk ik van ja. Dat, dat kan niet dat dat niks met je doet. Ook al voelde dat dat misschien zelf niet meer omdat je er een soort eelt voor hebt uh, gekregen of zo. Maar uh -huh. ja. Ik merk toch, als ik een tour doe, dat ik tegen het einde van die tour ben ik gewoon... Het, ben ik op. Ben ik kapot. En dat is gewoon omdat elke avond... Ik weet al een week al. Als je zo een paar <laughs> Nee, maar als je zo'n paar avonden doet en je zit tijdens vrij, je vrijgezicht kapot, hè? Ja. Hoe dat je daarvan... Ja. Nou, dat is heel weird. Je bent kapot. Zo, en, je en wat, en wat dat er bijvoorbeeld dan ook gebeurt, is dat ja. je slechter begint te slapen en zo. Omdat mm -hmm. je ja. lichaam is dan zo gewoon... Ja, je, 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 je adrenaline, hè, je bijnieren mm -hmm. geraken het geput. het ja, maar is het ja. ook niet verslavend? Dat gevoel tuurlijk, van altijd. Want wat ik ook nog wel vragen? Wat, wat van die show, dat snap ik. Allee, ook al doet het niet, maar je kunt dat voorstellen. Omdat iedereen zich wel kan voorstellen dat je op het podium staat voor veel volk. Maar zo, als je die aflevering voelt over... Uh, dat we hebben straks over bezighouden. Van taboe. Ik bedoel, heel alle ploegen doen al jaren mee. gewet, Morgen komt het hmm. online. dan ja. gaan we het beginnen. Allee, ja. Ik kan me niet voorstellen dat je dat niet... Dat je dat niet anticipeert. Heb je dan een stress of een zenuw? Maar het zou wel zijn. We hebben, we hebben de allereerste. toen de allereerste aflevering van Taboe op TV kwam. Uh, de, de, de eerste. En wij met heel de ploeg, met iedereen had er eraan meegewerkt. We hebben samen gekeken ook. Bij iemand thuis. En we gingen allemaal kapot. Want we wisten echt niet van. Nee, goed, God, zo ja, gewoon. Allee, hoeveel, mm. hoeveel mensen. <clears throat> We gingen er zelfs niet vanuit gaan dat mensen kwaad zijn of niet. We gingen er van uit van, hoeveel mensen gaan er kwaad zijn. Nou, ja. <laughs> en als, dan, ja, als dat dan positief bleek te zijn, ja, is dat zo'n. Maar wat jij er juist zegt van, van een verslaving, eh, of zei, ja, of van, van ja, ja. een kick of een niet, dat, dat is het. Dat is volgens mij waarom dat we het doen. Want ik bedoel, echt een show maken, een TV-programma, man, dat is elke keer gewoon kick. Ik ga elke keer kapot, elke keer, ja, sterf ik precies een beetje en, en, uh, en is dat zo'n stress en zoveel werk en mm -hmm. zoveel gedoe en, en dat je dat zelfs niet voor het geld. Echt, dat meen ik oprecht. Ik, allee, dat, en dan denken veel mensen, dat is allemaal gemakkelijk, je verdient ze gewoon, maar echt, ik ben er oprecht zeker van dat geld niet genoeg redenen zijn... Om dat te doen. Ik denk dat je dat echt doet, omdat er ethisch is in je dat je zo graag wilt op dat podium staan oh en, en zo'n kick van krijgt, ja, dat je toch al die shit terug er blijft bijpakken. Dat is zo. <laughs> dat is ja. omdat zo. Omdat je eigenlijk toegeeft, en dat is natuurlijk hetgeen dat je niet wilt dat iemand echt weet, maar ik heb het al wel gezegd, hè? Nee, dat, de meerdere comedians hebben het al gezegd, en gelukkig moet dat niet, maar die zouden dat ook doen als ze er geen geld voor kregen. Ja. Ja. Omdat er iets in je zit, dat moet er gewoon uit, voor een of andere ja. reden. En er is ook niks rationeel waarmee je dat kunt uitleggen, waarom ja. je dat zou doen. Dus ik dat krijg is... ook echt een, enorm, een enorme kick en plezier en dingen van, van op het podium. Uh, veel meer nog dan van tv's. Uh -huh. Ja. Ja, dat, is dat, is dat geen dat je het liefste doet? Ja, ik denk ja? het wel. Maar ja... Weet je wat, dat is moeilijk te zeggen, ik ben zo, ik zit zo in een luxe positie. ik heb mm -hmm. zo het geluk dat ik dat kan afwisselen, mm -hmm. ja, maar ik denk als ik ooit moet kiezen dan, dan ja, en, maar ja, sowieso zal ik die keuze niet moeten maken, hè. er komt altijd een moment dat de mensen nu niet meer moeten en dan zal het even dan zullen de tv bonzen de eerste zin die u laten vallen. Dus, ja, ja, dat, dat is sowieso. de zou ik die keuze Daar moeten we zeker op rekenen. Maar tot hiertoe <laughs> moet ik wel zeggen: hè, dat, is, dat is een indrukwekkend parcours. En er zijn er ook maar heel weinig die dat kunnen zeggen. Dat ze, hè, het is overduidelijk. bij iemand gelijk ik en of de Wim: wij zijn meer theater- of podium livebeesten dan dat wij tv-makers zijn. De Wim misschien nog, nog net iets meer als mij. Ik, ik zit helemaal. Ik, ik, ik heb de, de chance dat ik juist. Ik, ja, ik ben zo goed in één ding dat mensen zo weten van. We kunnen die altijd wel. Hè, die, die, ik kan daar zowel binnen en buiten dartelen wanneer dat, dat meevalt met mij, en als niet, dan, dan zink ik weg. Ik ben er niet helemaal van overtuigd, maar. Hoe dan? Ja, dat ik wel denk. Als, als we er gewoon over nadenken en daar dan werken, dat we met u wel een heel goed TV-programma kunnen maken. <laughs> misschien moeten we dat eens samen doen. Dat is misschien nog veel pleasanter. Ja, misschien wel. Dat lijkt mij veel. Er is, er is er niet zo'n Facebook-groep of zo? Dus zo'n Facebook-groep met zo'n achterlijke hoeveelheid likes. En daar zit met met twee dat je al niet samen moet doen. Uh, ja. huh? ik kan ook optreden. Ik zal het wel eens opzoeken, Maar dat ja. is wel zoiets. Ja, ik heb er in ieder geval al. Maar uh, optreden ja. gaat niet. Want. Niemand van ons gaat een aangever willen zijn. <laughs> dat, zou, dat zou op zich ook al een goede show zijn. <laughs> zo, de, de, de titel is ook Wie wordt een aangever? En je zit zo een hele avond ja. aan het maken over wie dat, dat ja. gaat worden. Dat, dat is ook, een ongelooflijk, echt waar. Aangever is een ongelooflijk onderschat beroep. Ik mm -hmm. bedoel, gewoon al het feit dat iemand zijn ego en zijn dingen kan opzij zetten om u heel een tijd te laten scoren. Dat is. Echt niet evident. Mm -hmm. Alleen dat, ja. dat, dat is. Dat is eigenlijk. Ja, het ik grootste kom... struikelblok, denk ik, ja. voor iedereen, dat moest er uh, iets van uh, aangeverschool zijn. Mm -hmm. Ik denk dat dat de belangrijkste les is. Van ja, jongen, sorry. Ik ga je niet, altijd ja. ja, moet altijd de geven, maar je moet hem er nooit in ijs En, in en zotten, nee, ik he. weet dat het ervaring, is, ja. he, omdat ja, ik, ben, ik ben een binnenkop, ik kan dat niet anders, ik mm -hmm. kan niks aan. Allee, dat mm -hmm. is echt wat ik, ik, kan geen aangever zijn. Nee. Dus doorheen mijn carrière zijn er al situaties geweest waarin dat ik op een natuurlijke manier, allee, dat iemand, als, ja, als je samen met mij toe wordt, benauwd, op een natuurlijke manier een aangever. Ja. En ik heb al oh, mensen gezien die dat niet aan kunnen. Die dat mm -hmm. daar, ja, daar niet mee kunnen leven. Hè? Ja. En ik snap dat, hè, want ik zou dat zelf ook niet kunnen. Nee. Ja. Heb je dan is... nooit niet zo gedacht? Heet, nu is het gemakke... Allee, niet gemakkelijk, maar je hebt een mega carrière. Stel dat het op zoveel jaren geleden niet was gelukt. En je had gewoon ook een gelukkig leven gehad. Ja. Je hebt veel angsten. Is dat soms zoiets dat je gewoon terugdenkt van shit, waar het dan met mij geweest Nee. Echt, oprecht uh, had het wel in orde gekomen. Als ik niet deze had gedaan, had ik, dan had ik nu wel iets anders om geweest. Daar ben ik echt rotzooi van overtuigd. Waarschijnlijk had ik veel minder verdiend en, en, veel mi en, dat, allee, het, en was ik niet bekend en zo, maar ik had wel, ja, ik had wel mijn weg gevonden. Ja. Mm -hmm. Want het was uh, grappig dat je daar straks zei over je uw, uw grootste angst van op een podium te staan en dat er niemand lacht, he, dat je er echt staan en je zit er wat dood te gaan. Maar ja, je, er uh, is nog iets dat natuurlijk bekend om is, he, wat, wat ook nog boven kwam in, in, in bijvoorbeeld dat tv-programma dat je met Martin Heile gedaan hebt, he, de Dr. Livingston, was uw fobieën. Ja. dingen waar je, waar je bang van wordt, mm -hmm. waaronder pleinvrees. Wat is eigenlijk nog allemaal van fobieën officieel of of wat zijn de dingen nee. waar dat je... jij? Ja, dat is natuurlijk een minder toffe noemer. Uh, mm -hmm. Ja, een toilet. Ik heb een, een eigenlijk heb maar twee echte. Maar pleinvrees valt tegenwoordig heel goed mee. Mm -hmm. uh, en, en eigenlijk nu die toiletfobie is is, is behapbaar voor de mm -hmm. moment. Maar okay. dat is ook, dat zijn dingen die zo... Er heeft ooit eens een psycholoog tegen mij gezegd, je moet dat vergelijken met een slechte lever. Mm -hmm. naar... Nou, Mensen met een slechte lever moeten daar zorg voor dragen en die gaan af en toe, dat eens opsteken en... En, mm -hmm. en ja, je moet u er nog schikken. Het zal heel je leven zo zijn. Yeah. En dat is bij mij ook zo, ja. En die angsten, de ene keer gaat dat zo... Ja, is dat een periode dat dat beter gaat en dat ik denk, hup, zo en soms is dat ineens een periode dat ik precies niks dat ik weer niks kan doen en wat is die vrees en, wat is dat toiletvrees wat, wat ja, is dat er geen doen? toilet in de buurt is ah oh, oké okay. ja. ja en dat is heel ambtend want dat is een visieuze cirkel mm -hmm. uh, zei ik het nou juist visieuze cirkel ja, ja. Ah, ik zeg dat altijd verkeerd ja, vicieuze cirkel <laughs> Dat ja, is ja. goed gedaan, Filip. Ja. zijn grote woordjes, zie je? Jij kunt dat wel, zeg. Ja, ik zei dat het altijd verkeerd in de canards die je neemt, er echt altijd... oh, De canards ja, ja, die ja, voelen, zijn ja. taal naast iemand. Hoe dik was dat die er ook tegen mij zei. Ja, Het is eigenlijk wel, uh, het is eigenlijk wel ja. dat dat je moet zeggen. Ja. Ik zie tegen hem van, ja, voorzien, ga maar al een goede mop, loser. Maar die nee natuurlijk ja, goeie moppen, ja, is meer cirkel. Je ja. ja, ja. ja, moet er zelf ook altijd mee lachen, hoe hard hij je hamert op taal. Dat die al ja, die maar de en oprecht vind ja. ik dat ook wel iets te ik, ik vind heb, dat cool, Ik heb ja. er ondertussen ook al ja. veel... Want ik heb al veel met de Canard samengewerkt. Ja, mm -hmm. En ik kan ondertussen... Kan ik dus beter schrijven. Hè? <laughs> je, neemt, je neemt mij wel dingen geleerd. Hè? Ja, ja. <laughs> dus dat is op zwart. zich... Hè, ik zit er dan ook wel altijd van... Jongen, gast. En, en voor die te pesten. Ik zeg ook vaak zo... Uh, maar sowieso, vanaf dat ik voel dat iemand TT belangrijk vindt, dan zeg ik van... DT, uh, dat is toch echt nutteloos, hè? Ja. <laughs> Maar ja. hij klopt naar dat koudse. Ja. Maar, maar ik pak dan Geren wel zo de kans van de tegen een de DT. Ja. <laughs> Omdat je gewoon weet van, oh, die kunnen er echt niet tegen. Je hoort dat niet, hè. Je hoort dat niet. Dat is al dat je, je kunt, dat kunt dat zeggen. Je hoort, je dat, niet. Je hoort nee. dat niet. En als je dat schrijft, je, zie, je leest toch. Je kunt toch lezen wat er staat. Je leest dan? toch woord. Je ja. leest ja. toch altijd woord. dat je er word. zegt word, dan is het woord, hè. Mocht <laughs> dat nou uit of dat, dat meer een T een D of een DT is... <laughs> Ja, dat is funny. Hè? Dat zijn van die regels. Dingen zeiden daar een kei joke over. Hoe noemt hem? Um, uh, Michael McIntyre, die een Engelse uh, comedian. Die heeft zo'n joke over mensen hun, de spelling van die, hun namen. Eh, je, je zegt dat altijd op dezelfde manier, maar wat, wat maakt dat uit? Of dat jij Sarah zei zonder H of mee een H. Ja. En dan begint hij al die namen uit te spreken, gelijk dat je ze dan zou uitspreken als die letters er wel in zitten. Ja. Hè. Zo, hello Sarah, meet Sarah. Oh, hè. En dan doet hij zo een heel stuk over Irsin, Sean, Shaun en sun, En dat is allemaal Sean. Ja. Zo. En zo weet je zo keiveel van die dingen, waardoor dat je inderdaad keihard moet lachen mee hoe hard dat er soms gedaan wordt over, over schrijvenwijzer, terwijl ja. je dat totaal niet hoort. Even toch een veel good momentje tussendoor. Hè? Okay. Dat met de mensheid toch wel nog oké okay is. Dus ik had gezegd... was, het, was het zo erg dat we het nodig hadden? <laughs> nee, nee, <maar> gewoon. <laughs> Allee, bedoel, goed, 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 het, is, het is niks wereldschokkend, maar het is iets schattig. Er okay. is dus, dus een Facebookgroep die zegt, uh, Alex Agnew of Philip Goebbels, er kan er maar één de beste zijn. Hè? Dus mm -hmm. dat is al zo... Uh, 92 likes. Ja. Like als je Alex Agnew en Philip Goebbels samen in een show wilt zien, 17.000. Nou, ja oh, schoon. Toch een klein, schoon momentje, niet? Dat is schoon, hè? Ja, toch? Ja. Ja, ja. 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 ja dat is voilà. prachtig. Het zal 17.000 man dat gaan komen zien. Dat is al niet slecht, hè, ja. op zich. We ja. nee. <laughs> zien en, wie dat, dat gaat dat... beginnen en wie dat ja. gaat eindigen. En dat ja. Ja, ja, ja. klopt ook niet, eerder Er kan er maar één van de beste zijn. Nee. Dat klopt niet, hè, die uitspraak. Mm. Dat is zegt echt... dat is... We zijn met 11 miljoen Vla... Nee, sorry. 6 mm -hmm. mm -hmm. miljoen Vlamingen. Mm -hmm. Ja. Dat... Ik kan niet, ik bedoel, ja, voor de deer de is een dier de beste, voor een deer een deer, we maken het uit. Ja. Zolang dat mijn zalm vol zit. Zolang dat God doen me met mijn zeggen, waar een ooskou erbij, boeit dat maar aan, want je kloten dat je wel de beste vindt. <laughs> oh, te goed. Het is gewoon nee, nee. een momentje weg. Ja, voilà, dat was het, joh. Ga keldert die handel. Sorry, ja. maar uh... Maar dus ja, uh, maar dat is dus een visueuze cirkel hè, want mm -hmm. als je schrikt... Het... Wat voor een cirkel? Een visieuze wat... cirkel, zie, nou zei ik het verkeerd. Voilà. Een visieuze cirkel, want nee. als je schrikt omdat er geen toilet is, mm -hmm. dan krijg je stress, en dan word je bang, en als je lichaam bang is en stress, dan moet je op het toilet. Ja. Dus dat is, dat is echt heel ambetant. Ja. Ja. Heb je daar veel last van gehad? Ja, ja, heel veel. Ja. Ja. Ik heb ook al heel veel dingen niet gedaan omdat ik dacht, oh... ja ik ja dat je zo denkt, ik heb dingen niet gedaan die als in nor norfeestjes gaan of nor feestjes waar, of waar, feestjes safa, maar bijvoorbeeld dingen op reis, uh, uh -huh. of of zo een helikoptervlucht uh, ja van, van die dingen zo waarvan mensen zeggen, jong, dat je dan al wat schieten, dat je met een helikopter van daar naar daar en denk ik ja, maar ik kan wees, alleen he? maar in die helikopter denken, fuck, 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 als ik naar het WC moet dan. <laughs> Zot, van waar komt dat? Heb jij enig enige idee de, van waar de, dat de komt? De bus, de tram, dat is stress voor mij. Uh, ja. Vliegtuig. In een auto zitten. In een auto zitten ook. Ja. Ja. Maar het is een is, 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 ja, Dat is hadden we de okay. deur straks ja. toen dat jij belde voor Ja, dat maar je bijvoorbeeld, hij is echt een deel ja, is van mega de stress. Funiek. Als ik dus te ja. lang moet zijn, als ik ergens naartoe moet en, en ik weet van, ja, dat is eigenlijk heel onnozel, maar als ik, als ik weet van, uh, ja, ik kan dat er moeten zoeken en in dingen en dat en dan, oh joh, en als ik dan op wc moet, dan allez, weet ja. ik niet hoe lang dat gaat duren. Dus en ja. Dan, ja, dan krijg ik uh, stress. Ja. ja. Ja, want het was grappig dat jij belde en zei, van ik hier naar huis rijd, moet is je parking hier? Ja, ja, maar dat vind ik ook gewoon plezant, omdat... Ja. I know, maar ik vond dat, ik vond dat gewoon grappig dat je, dat je dat dan doet, en dat jij, toen je binnenkwam, eigenlijk al direct zei, ja, ik zag dat al op de GPS dat, godverdomme, dat is in het centrum, en dan kon ik al moeten... En dan denk ik, wauw, man, jij ligt al die stappen al af, voordat jij nog maar in de benotto stapt. Dat is waanzin, hè. En van, van ja. waar komt dat? Want jij dat altijd gaat? Nee, van, nee, hoe nee is dat, dat, is, dat is begonnen... ja ik heb ja, ik heb sowieso ambetante darmen, dat sowieso. Uh -huh. En dan heb ik ook nog eens een periode uh, een lintworm gehad. Oké. Okay. En uh, ik heb toen allemaal onderzoeken gedaan, want een lintworm geeft heel veel last van uw darmen, maar echt zo met diarree aanvallen en dingen, uh -huh. maar ook de onmogelijkste momenten. Yeah. En uh, ik heb dat toen laten onderzoeken... Toen, vonden ze, toen hadden ze dat per ongeluk niet gezien dat dat een lintworm was. Dus ik heb er ook veel te lang mee rondgelopen. Ik heb bijna een jaar met die lintworm rondgelopen. Nee. Terwijl het de dokters ontzeggen was. Uh, er ze dat on allemaal onderzocht. Nee, jongen, er is niks met je darmen. Je moet naar de psycholoog. Het zit in mijn kop. Ja. En ja, als je een jaar van je leven. Heel een tijd geconfronteerd werd met op de onmogelijkste momenten keihard naar toilet te moeten en er en moeten zorgen dat er altijd een toilet in de buurt is. Ja, een de deur zit dat er zo hard in, denk ik. Of, ja. ik weet niet, ja. Plus dat je dan ook nog eens te horen krijgt dat het in mijn kop zit. Dat het niet. Dat het ja, ja niet maar, maar het zit ook een deel in mijn kop. Hè? Want, ja. want, want, de, want eigenlijk op het moment dat ik geen last heb van mijn darmen. Ja, moet ik echt naar het toilet, meer door de stress dat ik erover heb, dan dat ik eigenlijk echt naar het toilet moet. Mm -hmm. Want als ik nu bijvoorbeeld uh, op reis ga en ik pak een kalmeerpil, ja, dan heb ik een hele dag geen last van mijn darmen. Hè? Ja. Zo. Dus dan moet je een kalmant pakken als je op reis gaat, dan doe je ja, dat toch Ja, maar om... ik doe de... dat niet. Nee. Ja. 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 Soms, okay. zo, soms, soms voor uh, te vertrekken. Zo voor... Ja. ja. ...voor het dan toch te doen. Was dan, was dan... Nu bijvoorbeeld, hé, we, ja. we zijn geselecteerd, eh, genomineerd voor een Emmy, mm -hmm. met taboe. Ja, mijn eerste reactie, hé, dus iedereen, oh, we gaan naar New York en al die dingen. En mijn ding was, oh, pff, ja, misschien ga ik dat dan toch niet doen, want... Doe dan eigenlijk. Ja, maar ja, ik kan doen, ja, 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 want ik heb, okay. ook, ik heb ondertussen ook geleerd van... Je moet geen dingen, allee, dat is eigenlijk het ergste dat je kunt doen, Zo ontstaan er fobiën en we die erger. Dat is angst voor de angst. Mm -hmm. En, en uh, dingen beginnen te ver, Vermijdingsdrang noemt dat. Dus mm -hmm. dat je meer en meer dingen begint te vermijden. Ja. Um, dus nou, ik kan sowieso naar New York. Maar mijn eerste gedachte is altijd: oh, dat vliegtuig. Oh, en in New York. Neem eens een wc. Ja, ik, ja, kon ja, dat gewoon ja, even ja ik weet het, maar, maar, ja, maar pas op. Je nee, nee, ja. maar in Amsterdam huh? is voor mij verschrikkelijk. Hè? Want er lopen zoveel toeristen, uh -huh. iedereen blokkeert daar een wc. Ja. Snap je? Ja, ja, want... ik, ik was daar in een Albertijn. Oh man, man, maar als ik, ik zoek wat, ik werd kijk wat van mensen die je niet naar het toilet laten gaan. Ik vind dat echt. Een Allee, dat is een strijd dat ik wil voeren. Nee, maar echt. <laughs> ja. wat, wat denk je dat je God. Denk de, ten eerste, denkt je de, dat je dat voor mijn plezier kon vragen? Denkt ja dat dat mijn hobby is? Dat ik dat echt kei tof in van. Oh, ik op de supermarkt. Want dat is vooral niet gênant om daar te moeten vragen van het toilet te meugen. Allee, ja. snap je? Ja. Eigenlijk zouden mensen eens moeten beseffen. Gewoon het feit dat je dat al komt vragen, dat dat echt wel. Niemand komt dat voor zijn plezier vragen. Nee. Dat is om te vragen. Allee, ik heb al bij mensen onder de deur gebeld. Hè. Sorry, Ja, yes? Ja, je yeah. op straat: je, allee, je hebt problemen bij ja, God. Of ja. kijk ik in mijn broek, kijk ik op straat of bel ik hier onder de deur. Allee, ja, ja. dat zijn de opties. <laughs> <laughs> en hey, dat ooit moeten kakken op het podium? Dat je voelde van: ik moet, godverdamme, dringend gaan en shit. Ja, 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 één keer. Ja. Want dat is zotte aan optreden, is dat dat vaak schakelt dat dat doet. Schakelt alles uit maar ik denk behalve als je echt een probleem hebt. Want ik heb ook altijd voor een optreden, of zo van die shows, ik zeg altijd: mannetjes, laat mij niet te lang wachten. Dat vind ik toch wel mijn eigen shows, daar kan ik beslissen wanneer het begint. Als je zo een deeltje van een grote productie zit, bijvoorbeeld met een humos Poppel in Sportpaleis, dat was voor mij verschrikkelijk. Want ik krijg dat niet uitgelegd aan mensen. Ik zeg van ja, maar laat mij gewoon, zegen, zeggen, juster veur. Just, niet, niet. Ja. En dan zeg ik, ja, oké, okay, oké, okay. maar voor die mensen is Justerveur een heel ander universum. Ja, 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 ja. <laughs> <laughs> en dan is hij, ja, Filip, ga jij naar het toilet? We gaan beginnen, oké. Okay. dan ga ik naar het toilet en dan moet ik gewoon klaar staan. En dan sta ik hier. En dan, fuck, Waar waarom beginnen wij niet? Ja. ja, nog vijf minuten en dan gaan we beginnen. Ja, maar nee, nee, je snapt het niet. Ja, ja. <laughs> Deze vijf minuten, die gaan zo erg zijn voor mij, die geven mij zoveel stress, ja. dat ik nu. Naar het... Allee. Ja. En dat kreeg je niet uitgelegd. Om... Dat is ook raar, hè? Allee, je kunt dat ook niet verwachten van mensen, dat ze dat snappen. Nee. Maar op die moment wordt dat dan nog erger, want dan weet ik van oh nee, neem me maar, maar juist naar het toilet laten gaan. Dan moet ik hier die naar betante ik zijn. Dan moet ik zeggen van ja, ik moet terug naar het toilet. En dan zeggen die van oh, mag je ze juist geweest? Mm -hmm. <laughs> <Dat is echt. laughs> mag je de ene keer gehad dat je echt op het podium stond en je panty kon niet ja. kunnen trekken of hè? Ja, dat was uh, met de, dat was nog terechtste. Dat was dan in Den Haag voor een mega grote zaal mm -hmm. uh, met mijn DVD-opnames. Oh, dat meen je ja, niet. ja. 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 Minuut, want normaal dat is altijd voor de show allez, voelt dat echt heel een tijd alsof ik naar het toilet moet. Ook al heb ik hier geen stress, hè, ja, maar ja. een grootste stress nu voor een show is altijd dat toilet gebeuren. Eigenlijk ja. dat, dat optreden zelf, ja, is ziet vol, maar dat trek ik mijn eigen niet aan. Is er een toilet in de buurt ja, en, uh, en, ja, en en normaal, god, dat dan vanaf dat ik bezig ben verdwijnt dat, mm -hmm. maar ja toen in Den Haag, ik was bezig en ik was te laat om te denken nee, deze, nee, oei nee, dat gaat niet weg, hoe kan dat ah, fuck, en dan is ik er al aan nee, en dan ik het zeker niet meer Allee, zo ja, dat zie ik aan denken, ja, ja. terwijl dat ik, dat je een show aan het doen een show aan ja, en ehm uh... En dan na 10 minuten volgde ik, oké, okay, als ik na nou niet naar het ga, dan is het dicht. Dan wordt ja. mm -hmm. En dan heb ik zo, want ik, heb, ik, ik, ik speel in een net zit. Ja. En dan, dat bakje hangt dan hier zo onder een ring. En dan heb ik eigenlijk een plan bedacht, terwijl ik ook aan het optreden was. En dan... Oh. En dan heb ik eigenlijk, dan zink ik een zin begonnen. Mm -hmm. En eigenlijk, terwijl ik aan babbelen was, heb ik dat afgezet. Ja. En dan zo, op. oei, oei, mijn geluid is het gevallen. Oei, ja, ja, ik ga even uh, mijn geluid. Mm -hmm. En dan zo, naar opzij. Vlammen op wc. Ja, dan Thomas van Leuven die ken je hè, maar ja, ja, ja. een technieker ja, in alle staten. En ook ja, die mensen dat die een dvd-hond opnamen, want het ja. was ook met dvd opnamen, Oh nee, het geluid, en, er is iets met geluid en Ja, want ik gemaakt, het was allemaal in orde en ineens komt er niets meer binnen. En dat En de Niels, de Niels was er ook bij. De... Ja, ja. Ah, je noemt hem dat? Ketels van Niels. Peter. Ketels Niels Ketels. Ja, ja. Ketels uh, Topkerel, trouwens. Ja. Die was er dan ook. En ja, dus ik kom van dat podium. Ik spuurt voorbij de Niels. Ik zeg: Ik moet schaten. <laughs> uh, up, wat <not> <laughs> En dan heeft de Niels dat allemaal wat iedereen gerustgesteld. Ja, ja, Hij is maar... gewoon al schattig om dat terug te <laughs> ja, ja, relax. Er is ja, niks om de, het, om ja, de techniek. En dan zo up, terug opgekomen en dan. Ah, oh, voilà, het is in orde. Ja, sorry. Dit hoort niet bij de show, hè. er was een probleem met een techniek. Oh. <laughs> maar ik had er zelfs ook niet na bij nagedacht, maar ik heb er dan wel een Thomas mee gekwetst, want die werd natuurlijk wel geraakt in zijn beroepseer, van, yeah. ja, maar er was niks met mijn geluid, Ja. <laughs> Onder andere kant, ja, gaat het podium met ondergekakt, dan had je, je eigen dood moeten faken eigenlijk, hè, ja. min of meer. Niet. Ja, echt. Ik heb dat ooit ja. tegen mijn eigen gezegd? Ik ben, ben ooit eens op het podium gegaan, dan was in een ETH in Hasselt denk ik. En ik was aan het. Uh, ik, oh, ik dat had, is toiletveren. Had... Ja, ja, maar dat is ook zo. Ja, weet, waarschijnlijk dat... van, je hebt waarschijnlijk mappen in oude kop van ja. elke zaal. Elke zaal weet je wat een wc is. Dat is te goed, want ik, ik, ik had mega buikgriep. En ik heb toch niet afgebeld. Ik had zoiets: Fuck die, ik ga spelen. Het kan me niet boemen. Hè, wij verzinnen het dat anders? Dan zit ik toch maar thuis. En vlak voor zit ik vol mijn bak op de pot. En ik ga zo het podium op. En vlak daarvoor zegt nog eh, iemand van een techniek tegen mij: oh, Stel dat je daarna hit dat je op het podium staat. Hè, en stel dat je je broek naar onder kakt ja. op het podium. Mm -hmm. En ik zeg: Ja, dan kon ik ook gewoon neervallen. Dan blijf ik liggen en dan fake ik mijn dood. Dan is dat voor mij clear geweest. Maar deze, deze is, dan ja. is het voor de rest van zijn leven. Ja, die heeft een attack gehad ja. en die heeft ja. gewoon zijn broek ja. gekakt. Het ja. is gedaan. Ah, ja, maar... Op dat moment leek mij dat minder erg om dat allemaal te doen dan om te zeggen: Ja, ik heb gewoon mijn broek gekakt op ah, een podium. Maar daarom is die toilet ook een stuk zo werkt. Ja. Dat is omdat Ja, er is, dat is, er is niks bijna genanter dan in je broek kijken. Hè? Ja. Dat, en, want eigenlijk komt het daarop neer, hè. ik noem dat toiletangst maar als, als, het, als, het, als je alle dingen eraf valt. Ja, het is ja. bang om in je broek te tonen. Ja. dat is genant hè. Dat ja, is, ja, ja. maar ja, het is, het is wat het is ik schaam me er ook niet voor allee, ik ja. vind dat, er zijn nog mensen die dat hebben en ik heb al geleerd met die angsten, dat was in de tijd als ik begon te vertellen over pleinvrees ook mensen hebben daar iets aan om te horen van echt, allee ja. Je bent niet alleen. Ja, ja, ja. Want dat is heel vaak mensen die daar uh, met angsten worstelen, ja die komen, die, dat begint altijd hetzelfde. Die zwijgen er dan eerst twee, drie jaar over, zitten gewoon dood te gaan in hun binnenste. En op het moment dat je erover begint te vertellen, eet eigenlijk iedereen wel iets. Alleen dat is zo, hè? dat ja. is dat. Dus vind je dat ook belangrijk als, als bekende dan, om eigenlijk daar gewoon... Hoe je dat ook kiest, dat gewoon open over te zijn en, en mm -hmm. gewoon ja, om dat ook misschien een beetje de, de, de spanning van af te halen. Ja. ja, dat is zeker waar. Dat is ook heel cool, want je, je, maar ik denk dat je er ook je eigen mee helpt. Niet alleen, ja, niet alleen andere mensen, ja. maar als je jij dat, jij dat gewoon zegt, ja. die is ook niks erger dan ergens mee zitten en het gevoel te hebben dat je dat tegen niemand kunt zeggen. Ja, dat dat, dat je ook de enige ja. zegt dat dat draagt. Hè? Ja. Dat moet... maar die Pleinvrees was dat ja. ook. Die, die, allee, ik was 16 jaar als dat de eerste keer was. Gevinden hey, wagen en graven gast en dingen. Dat is iets dat niet. Allee, de, je klapt daar. Ik klapt, niemand wist. Hey, mijn ouders niet. Niemand. Terwijl ik constant. Met ik, een wereld die weer klinder en klinder. Er is een periode geweest dat ik niet naar de stad kwam, komen. Dat was voor mij. Dat was. Allee. Ja. Dat was, dat was gelijk, wat, wat gelijk is... dat je tegen iemand zou zeggen: van je wordt er ergens op prijzen. Wordt word dat nog nooit iemand is geweest? <laughs> bij wijze van spreken. He. Dat was de spanning die er voor mij ja. op lag. He. En waar, 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 van waar vertrekt dat eigenlijk? Plein vrees. Wat voelde dan? Wat het geen, maar dat je schrik van hebt als je dat doet Ja, dat is moeilijk om. om, om niks, specifiek, niks specifiek, dat kan. Dat, dat, dat is een hele, hele ruime term eigenlijk. Mm -hmm. Agorafobie heet dat ja. eigenlijk, want dat heeft ook niks met plannen te maken. Alhoewel dat ik dat ook wel had op grote pleinen. Bijvoorbeeld mm -hmm. een, groot, een grote open vlakte, en dat is nog altijd moeilijk. Hoe, hoe, hoe goed dat ik er ook al mee om kan ondertussen, maar bijvoorbeeld, ik zal nooit in de buurt van de Eiffeltoren. Nee, dat mag ik niet zeggen van mijn therapie, maar, mm -hmm. uh, maar allee, voor mij. De Eiffeltoren, daar is het ook begonnen voor mij. Dat was, dat was mijn eerste angstaanval. Ja. En wat was dat dan? Wat, wat, ja, wat, ik toe? was met mijn ouders in, in. We gingen zo Parijs bezoeken en Euro Disney en al die dingen. We waren dan in Parijs en ik zie de Eiffeltoren van ver. En tot toen kende ik precies niet echt zo angst. Alleen, ja. Ik, ik, allee, ja. Mm -hmm. Want ik was ook aan het zeggen: van, Oh, we gaan, naar, we gaan, we gaan niet allemaal van boven op die toren. Mm -hmm. Dus ik had nog nooit, ik had al, en ik was 16, dus ik had al wel op hoge dingen gestaan en, en, en ja. in de buurt geweest van hoge dingen en nooit bij stilgestaan. En wij komen, ja, wij komen aan die Eiffeltoren en wij wandelen naartoe. En, en dat was zo imposant, zo indrukwekkend. Ik kreeg daar een enorme angstaanval, hè, dat duidt je dan in je spieren trekken samen, je begint veel te oppervlakkig te ademen, een soort mm, uh, hyperventilatie, hyperventilatie ja. te zweten. Uh, en je hebt het gevoel dat je eigenlijk naar boven wordt getrokken in de ruimte, dat je eigenlijk gewoon ja, of, ja, ja. omhoog gaat in de ruimte. Uh. Ja, en, en dan is dat begonnen en dan is het niet meer weggegaan. En ik heb dat dan waarschijnlijk zelf erger gemaakt. Want zo ontstaat vaak een fobie, hè. Er is een reden waarom dat mensen dat vaak... Eh, sommige mensen hebben dat in kleine ruimtes. Mm -hmm. Ik heb dat dan in grote ruimtes. Ja. En dat denkt allemaal vanaf van... Je ja, gaat ga, ga ga in een ja. lift stapt en je toevallig in die lift eerst een angstaanval. Want iedereen maakt in zijn leven wel eens een angstaanval. Dat, mm -hmm. is, dat is niet abnormaal. Maar er is een percentage van mensen dat veel te hard en veel te veel belang heeft aan die angstaanval en daar blijft over nadenken... En, en, en waardoor dat, dat blijft, waardoor dat, dat eigenlijk een fobie wordt. Omdat je, je blijft daar iets van, allez, je maakt dat momenten belangrijk, mm -hmm. en, en daarna begint En de plots het, en, waarin dat, dat gebeurt ja, ook heel ja, dikwijls. Ja, voilà. ja, en, en je ja. begint die plots te vermijden, en dat wordt erger en erger en erger. Ja. Dat, dat, daar komt het in zee op neer, want in het begin was dat bij mij de Eiffeltoren, hoge gebouwen en, en grote open vlektes. Maar daarna was dat ook gewoon straat. En iemand op het einde kon ik niet meer in mijn zetel zitten. Allee, bedoel, Je wereld wordt gewoon altijd klinder en klinder. En als je daar niks mee doet, en je blijft gewoon denken van Joh, maar ik, ik maak dan dat en dat en dat wel. Ja, nee, nee. Dat al de win. Dat mm -hmm. schuift gewoon op. Ja. Je kunt daar niet van weglopen. Je moet op een bepaald moment gewoon de confrontatie aangaan en er niet mee doen. Want, ja, want dat is ja. nog zotter dat jij eigenlijk optreedt en jij zal nou ook in bijvoorbeeld redelijk grote bakken. Nee? Ja. Ja, dat is een gigantische ruimte ja. hè, waar jij voor gaat en wel, staan. En ik moet, ik heb, dat is bijvoorbeeld het Sportpaleis en de Ziggo Dome zijn voor mij, dat is, dat is heel moeilijk. Ja. Ja. Is dat, dat de reden waarom dat je het niet doet? Nee, 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 er zijn nog andere redenen. Want je reden. hebt de ook gedaan. hè Ziggo Dome Samen met de Gabbers dan, hè? Ja. dat was dan ja. met ja. Roué Verveer en, Jan Dino Guido, en uh, Guido Weijers. Weijers. Ja, ja. Jan ja. Dino, Guido Weijers, ook een apart ja. figuur. Ja. En, uh, ik herinner me vooral het verhaal dat jullie allemaal een mok gekregen hadden van hem, met zichzelf erop. Dat, <laughs> ja, dat vind ik, is ik altijd zo fantastisch om <laughs> die gast. Dat is zo'n onwaarschijnlijke, rare, narcistische <laughs> weirdo. Ja, man. Maar, uh... Ja, ik heb dat in die zaal heel... Uh, ja, uh. ja ik, ik word daar in die ruimte opgezogen. Ik weet dat niet, ja. Mm -hmm. ik mag ik dat niet meer zeggen, hè, op voorhand? Mm -hmm. Want dat is een deel van het probleem, dat je op voorhand eigenlijk... Angst het voor de angst worden. op ja, ja, ja. het moment dat je dan op die pluts komt, ligt er al zoveel druk op. Allee, dat, dat het al bijna niet anders kan en <laughs> ja. dat het misloopt. Ja. Maar wat zijn dan de redenen waarom dat. Want dat, dat heb ik me eigenlijk altijd afgevraagd. Een sportpaleis koept koopt dat met een vinger in je neus. Daar ben ik 100% is, zeker ja. van. Dus waarom doe je dat niet? Of heb jij er gewoon niks mee? Of is het is het om Als die ik grote... naar huis ging komen zien in het Sportpaleis, ik ging dood van jaloezie. Allee, dat was. Oh. <laughs> nee, en sowieso. Of, of, maar allee, ja, ik naar nou, Ja, nee, ik vind dat de max. Ik vind mm -hmm. dat de max. Maar ik, ik denk dat past bij u, dat past ook bij de comedy dat jij doet. jij voelt dat Sportpaleis. Snap je? Mm -hmm. is een soort mm -hmm. rockband-comedy, dat, 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 dat klopt. Ja. Maar wat ik, ik, ik denk dat wat ik doe, dat dat te klein is en dat ik mijn publiek er geen ge, ge plezier mee doe. Mm. Om, om dan, ja, waarom zou het voor de mensen beter zijn om daar naar na mij te komen kijken dan ergens... Allee, ja. dan in, ja... Ik, ja. Mm. De, en, dat, en als je dan tot Ziggo Dome doet, dat is dan toch een perfecte testcase? <sindelijk> ja, en dat mancheerde wel, maar ja. dat is wel twintig minuten. He. Allee, dat is zo, dat was in de line-up, twintig minuten. Ja, dat werkte wel in de psychodoom, ja. Mm -hmm. Ik weet het niet, ja. Misschien is het, ja. En hoe voelde dat voor u als jij daar stond? Had jij het moeilijk met die grootte van dat Ja, van ja dat enorm. Ja? Ja, ja. Ja. ja Ik dronk uh, dreiging tonics. Uh... Is dat echt? Ja, ja, ja. <laughs> <laughs> en het wc is daar ook verwend, Paulien. Oh ja, dat wou ik al eens zeggen. Dat is bij uh, het sportpaleis ja, ook niet want want ik Zodat Dat je daar naar de wc ja, moet, dan, het. dan zit je toch ook al even onderweg. Ja, 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 ik ja. heb ja. er al gestaan ja, met de poppel en zo, maar... Uh, dus dat weet ik. Ja, ja. Want in de Ziggo kwam ik eigenlijk eerst van de een, aan de andere kant van het podium op, maar dat is dan zo'n podium dat ik al had gezegd van, man, ik kan aan die kant opkomen, want daar is het veel dichter <laughs> ja, het is al zo maar... Uh... Nee, maar dat is, dat is, uh, dat is een zot, want... Ja. Maar ik, had, ik ja. heb echt ook een angst aan wat ik op het podium van de Ziggo Dome, als ik, uh, als ik bezig was. Ja. Dus en, ja, dat... De... Hoe dat... Niemand heeft dat gemerkt. Ja, maar ik, ik weet ondertussen ook dat ik niet dood ga, hè? dus ik ja. weet ondertussen van dat dat eigenlijk, ja, terwijl dat er kan gebeuren, ja, is niks. Allee, ja, 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 ja. Is niet, um, niemand heeft dat gemerkt, of misschien de mensen die mij kenden, dat die dat gemerkt hebben. Ja, dat, dat is even... Uh, ja, je gaat eventjes dood van binnen. Ja. Uh, maar het goede is wel gestot dan voor een volle zaal met mensen, en je moet, hè. Je, ja. je je moet, hè, je, je moeten comedy blijven doen met perfecte gedachte afleiding, is ook de perfecte afleiding, hè? Ja, de afleiding is vaak, allee, is misschien een tip voor mensen met angst, maar mm -hmm. het, is, het, is, het is een open deur, want het is echt afleiding superveel, hè. Mm -hmm. Als ik nu s'nachts over een grote brug moet wandelen, wat voor mij de hel is. Jo, dan, dan, dan denk ik wel. Allee, dan, speel ik een onnozel spel met mijn telefoon of zo, terwijl ik aan het wandelen ben, dat ik gewoon al dat schermje moet zien. En, en, ja. 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 Ja, dat is zot. Dat je dat, je dat, dat, je dat echt kunt hebben terwijl dat je daar staat. Ja. Wat ook zot ja, is, hoe dat, wat, hoe dat kan werken met comedy soms. Hè? Met Wat je soms in je kop bezig zit, terwijl dat gaat optreden. Zeg. Maar ja, ik, ik... Dat je een andere film aan het afspelen zeg, in je ja, ja, kop ja, dan ja, hetgeen ja. dat je aan het zeggen zit. Zeg. Ja, ja. wat, wat heel weird is. Hè? En vaak ja. is dat slecht teken. Hè? Ja, dat is niet goed. <laughs> dat is niet goed. Ik, weet dat ik, ik weet dat ik ooit had, dat, Daarom heb ik beslist met mijn laatste tours van dat veel minder in de week te doen, zo twee of drie keer omdat ik zo een tourim had, dat ik vijf keren of zes keer per week speelde en ik heb ooit eens een, een stuk van mijn show opnieuw begonnen. <laughs> op podium. En ik was vijf zinnen aan het zeggen en eerst stopte ik en ik zei deze heb ik al gezegd. Ja. En heel de zaal zo, ja, en dan was zo, fuck, ik ben echt te veel aan het spelen. Ik exact hetzelfde. Ja. ja exact hetzelfde. Dat je echt begint te voelen van, ja. deze, het wordt er ja. niet beter allee, Niet door. dat je een stuk begon opnieuw te doen, maar dat je wel begint te voelen van, ja, ik ben dat hier gewoon aan het... Aan het ja, en terwijl ja. Aan, in mijn eigen nog niet iets anders denk. het allee, hey, want ja. dan heb je het moment dat je niet niet anders zit. Dat, dat is zo'n raar moment, hè, als mm -hmm. je er staat. Dat, en soms is dat ook als, als je zo niet zo'n goeie avond hebt. Dat je zo mm -hmm. precies... Dat je, zo, dat je niet... Als je een goeie avond hebt... Want dat is, dat, is, dat is wel onze kans denk ik, na, na genoeg try-outs en dat je een tijd in een tour zit, eigenlijk slechte avonden. Nee. He, dat, dat, voor, voor de mensen gaat dat geen slechte... Dat gaat vooral voor u ja. een slechte avond ja. he, dat is niet De mensen gaan nog altijd wel een bepaald, bepaalde kwaliteit gekregen hebben. Mm -hmm. Maar jij weet wanneer het een speciale avond is, als, ja. als, 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 als het golft en als... als Gewoon niks anders om ze dat je echt he, ja. aan het genieten bent. Dat je er ook dingen aan bijlaat, Ja, 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 ja. Die dat er anders niet bij komen. Ja. En, dat je het allemaal en, ja. beter verwoordt ja. dan anders, omdat het allemaal ja. juist zit. Dat je voelt dat ja. ook elk ding dat er gebeurt in de zaal, dat je er ja. mega ja. rem op reageert. Ja. En je weet dat het een slechte ja. avond is als, je zo, als, je, als de mensen hun eigen aan het amuseren zijn. En je zei de show wel aan het doen, maar dat je soms niet eens in de wagen... Dat je zo je ziet staan, of zo. Dat je ja. zo... Dat je zo, de wagen ernaast staan, Ja. Allee. Ja, ik weet niet, allee. loser. Zie de wagen ernaast staan. En dan zijn het ook verkloot. Oh, ja. man, ik weet ja. het gewoon niet van. Allee, ja. zo, ik weet niet. Ja, of dat, iemand ja. roept het dat de zaal en je zei ook niet aan het remmen dan. Nee. Ja. Omdat er zo te veel ruis tussen ja. zit. En je ja. voelt van, ach nee, ik krijg ja. deze niet goed. Ja, dat is ambetant, En toch gaan die mensen buiten en zeggen, hé, hey, dat was een goeie avond. Maar voor u is dat compleet niet, hè. Nee. Ja. ja, dat is heel weird hoe dat dat zit. Dus ik, ja, ik, wij zijn ook naar, uh, ja, in Holland was dat dan vier keer, in, in Vlaanderen vaak drie keer, omdat... Ja. Ja, voor, dat voor iedereen fris blijft, hè. Ja. Ja, ja dat, lijkt mij ook, dat lijkt mij ook het leukste. Wat vond jij van... Uh, Speel jij graag in Nederland? Vind je dat leuk? Het publiek is heel leuk. Mm -hmm. ja. Maar zo... Ja, de... Het, het, de theaterwereld is er veel sterieler zie hier. Mm -hmm. zo. Het is allemaal heel veel hetzelfde. Mm -hmm. Zelfs het gebouw ja. <laughs> wordt door dezelfde firma vaak uh, gebouwd en, Ja, en door, uh, uh, ja er is minder gezelligheid, zo backstage en dingen en, en... Zeker niet in alle zalen, maar dat is toch in, in Vlaanderen, vind ik... Daar stegen ze toch met kop en schouders bovenuit, vind ik. Van, mm -hmm. Als je ontvangen wordt en, en zo. Ja. Dat is absoluut waar. Voelde dat dat een groter land is? Als je, ja. als je, als je echt bekend wordt op het niveau dat je er bekend wordt, zo de impact. Uh, over de... Wel omdat je zit daar met drie keer zoveel mensen als mm -hmm. hier, voelde dat ook echt? Dat, 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 dat als je daar bekend bent, dat dat ook. dat je groter bent dan? Of merkte dat minder? Nou, ik merk daar niet heel veel van. Je merkt dat al in zalen, omdat ja, allez, in Nederland speelde speel eigenlijk niet in een zaal onder de 1500 men, als je bekend bent, dat, dat zijn allemaal zalen van, ja, tegen de 2000, over de 2000 men. Um, goh. Nee, omdat ze soms zeggen, hé, hey, wereldberoemd in Vlaanderen. Hey, dat is ja. zo. Dat deed ook een, een. hoe zeg je dat? Pejoratieve. Ja, dat is wat connotatie. overdreven, want. Hey, ja. anders zou iedereen het zijn. Ja. Maar Nederland is eigenlijk een gigantisch land in vergelijking met Vlaanderen. Mm -hmm. Ja. Dat klopt, ja. En er zijn niet zoveel Vlamingen die dat ook in Holland fixen, hè? Nee, nee. Ja. Ik merk daar niet. Ik, ik, weet, ik, en maar ik denk dat dat ook is keil. omdat je daar niet woont. Dat is ook een ding, jij gaat daar rennen, jij speelt en jij gaat terug naar huis. Hè. Ja, ja dus, dus, ik dus zit er, dus wat, ik wat, zit er ja. in, meestal dan zo twee of drie dagen achterheen. Ja, ja. jij blijft daar dan slapen meestal. Ja, maar wij, ik maak er ook tv-programma's, dus ja, 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 juist, we hebben dan ja. een bureau. En ja, ik zit gewoon ook vaak in Amsterdam nu, mm -hmm. wat ook geen goed beeld geeft van hoe dat het eigenlijk is, want Amsterdam zit gewoon vol toeristen eigenlijk en, ja. ja ja, ja het verhaal, de verhalen van het Leidse plein maar dat je gaat zitten en uh, in het Nederlands besteld en toch in het Engels wordt aangesproken. Oh, ja dat heb ik, ik vaak. Terwijl je de, ja. de denkt ik heb juist Nederlands tegen u ja, gebabbeld. En zelfs moeite gedaan om niet te Vlaams te ja, inderdaad. Ik zeg, mag ik twee cola, alsjeblieft. Ja. Hè, en dat je dan toch krijgt. Hè. Would you like to uh, ja, coke cola? Is, dat is omdat en dan denkt, echt, wat? Maar dat ja. is echt omdat die je niet begrepen hebben. Hè? Ja. Ik heb dat echt vaak in Nederland, dat is niet alleen in Amsterdam. Dat ja. ik in het Vlaams iets bestel en dat die in het Engels verder gaan, omdat die denken van. Ja. Ik weet niet wat dat just is, maar misschien Nederlands. Ik weet niet wat voor rare taal dat jij ja. spreekt. Maar uh, het publiek is er wel heel uitbundig. Ja. Je weet wel. Ja. Alleen als, als ze het goed vinden, dan laten ze het ook echt wel merken. Ja. Dat, is, dat is wel heel. En die ja. lachen met andere dingen. Dat vind ik soms ook heel tof. Er zijn zo'n aantal dingen waar ik van merk: ah, dat werkt hier echt gelijk dat ik het bedoeld had. Ah, ja. Terwijl in, in België is dat, is dat dan soms een beetje zoeken. Hè? Ja, Terwijl. Wij zijn veel politiek incorrecter. Wij kunnen veel harder lachen met foute dingen. Ja. Maar als je zo dingen pakt waar je van denkt: deze is even. Allez, dat klinkt nu mega negatief en dat is niet de bedoeling. Maar Nederlanders vinden het heel leuk als ze het gevoel hebben dat jij het podium slimmer zet dan dat zijn. Ah, ja. Dat jij iets zegt waarvan die denken: Van... van oh wauw, je hebt ons hier in de luren gelegd. Ja, dat, ja, vinden ja, we, ja, dat vinden ja, we tof ja, ja. van u. Ja, ja. Terwijl in Vlaanderen kregen dat meer een. Oh, oh, oh wat wow, zijn we na de Of wat? zo? Allee, daar zit soms een, 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 raar, een raar ding op in Vlaanderen dat er in Nederland niet is. Ja, maar ik moet eigenlijk wel bijna niks aanpassen van mijn show als ik in Nederland uh, ja. speel. Buiten bij woorden. Ja. Ja, ja ik heb het zelf. Ik ga hier en daar, ja, sommige dingen. Als ik zo in mijn oude show een verwijzing heb naar een of andere Vlaamse politicus, dan moet dat natuurlijk zo'n soort. Equivalent vinden van ja. die hun, dat ze weten over wie dat je bezig bent. En soms, ja, dat had ik dan geleerd van een dingers. Je net had eigenlijk mooi gezeten, Terwijn, Je zei toen tegen mij: ja mocht gewoon uw uitleg, grappig. Ja, dat je zegt: ja dat is, de, dat is ons equivalent van dan die dier. Ja, ja, dat ja, ik ja. zo zei: van, ja, dat, uh, dat is de dat Wilders met nog slechter haar of zo. Of dat ja, je zoiets waardoor dat er dan meteen weten ze wie dat die persoon is en er wordt ook direct mee gelachen. En woordspelingen vinden ze ook leuk in Nederland, dat heb ik ook gemerkt. Echt, zo... Ik vind dat ook leuk. Ja? Daar wordt altijd op neergekeken, op woordspelingen. Ik moet, er, ik moet altijd, ja, moet ja. er zelf allee, Goeie, goed hè? Ja. Moet ja ik, er, moet, ik moet er ik, vaak toch ook wel heel ik, erg had dat, ik had dat vroeger ook en ik heb dat minder en minder, moet ik zeggen. Zo, met ouder te worden ben ik dat ook veel harder beginnen te appreciëren, een woordspeling. Ja. In het begin was ik echt een mega arrogante comedy-lul, ik, uh, ik, ik keek echt neer op al dat soort dingen, ja. want ik, ik ging het eens even laten zien. Maar jij bent dat ook dat opgegroeid moest. met de Engelse school, hè? toch? Ja, Amerikaans eigenlijk nog veel meer, vind ik dan Engels, want ik ben wel Engelstalig opgevoed door een Engelsman, maar, maar de, de dingen waar ik naar opkeek van comedians waren meer Amerikanen dan Engelsen. Wat was dat bij je, Philippe? Ah, wel, bij mij was dat Jacques was Vermeeren, was dat Urbanus, dat is, dat is een heel andere school, mm -hmm. Ik heb eigenlijk pas de echte stand-up comedy, mijn, mijn allereerste stand-up comedy ervaring, dat was uh, de Nalix, uh, volgens mij Raph Koppers, uh, Nigel Williams en Bert Kruismans, een line-up in het casino van Blankenbergen. Och. Ja, yeah. ja. En uh, dat was de eerste keer dat ik zo die, dat soort uh, comedy zag eigenlijk, ervoor ik weet dat Urban is en, en dat is ook wel een soort van stand, maar dat is toch een andere... Ja. Ja, dus, dus, en ik denk dat dat zich ook wel een beetje vertaalt in mijn comedy dat, dat... Ik denk dat ik veel meer aanleun tegen de onnozelheid van, van, ja, ik weet het niet gewoon. Ja, ja, nee. Het je, ding je, wat dat je, de, denk, wat dat je ja. gedaan hebt is een beetje het beste van de twee werelden. Je hebt zo'n soort natuurlijke houding dan een stand-up comedian, nee. Maar je hebt ja. nog altijd wel zo dat klassiek: deze zijn ja, ja. grappen. Hè. Ja. Deze zijn dingen waar je gewoon mee moet lachen. Ik kon hier niet staan met een zogenaamde boodschap. Of nee, mee, nee. Het is energie, je hebt dat. En dat is wel een ding. Dat ik, vroeger had ik daar heel hard mee comedy. Zo, hè. Toen ik begon, was ik ook eigenlijk vooral van als het maar funny is en als ze maar lachen, dan, ik, dan heb ik zo mega veel kritiek gehad op het feit dat ik geen inhoud had. Dan was ik er keislecht gezien van geworden. Dus dan ben ik mij dat zo keihard gaan aantrekken. En dan had ik zoiets van, oh, ik heb ik wel inhoud en bababababa. En dan had ik zo het gevoel dat je zo die maatschappij kritische komiek moest worden, die dat ik ook wel was, ja. maar dat ik niet zo, het niet zo hard ging zoeken totdat het dan ineens gezee werd. Mm -hmm. En dan doe dat en uiteindelijk op het einde van een dag... Zitten zo... Hè, het is niet zomaar wat grappen vertellen en mijn god... Hè, we, de nu wordt er tenminste geluisterd door comedians en we zijn sociale critici en al die en andere pretentieuze flauwe kul. En nu kom je terecht op het punt dat, um, dat toch in heel veel delen van de wereld ze ook beslist hebben dat comedians de sociale critici zijn. Mm. En dan merk ook bij comedians dat die allemaal de neiging hebben om te zeggen wauw, 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 dat is hier me voor te lachen, die mannekes. <laughs> je moet ons hier nu niet serieus ja. nemen. Dus dat is eigenlijk een klein beetje die tegenstelling dat je toch altijd hebt ja. als comedian. En dan kan ik mm -hmm. je dat ook wel cool vinden dat iemand gelijk ga dat gewoon consequent niet doet. Wat niet wil zeggen dat jij inhoudsloos bent, want dat is ook ja. niet waar. Omdat, omdat dingen die dat jij zegt, die zijn ook herkenbaar, omdat dat, dat gaat over de human condition, hè? over ja. wat voor iemand dat je zegt. Ja. Ja, wordt ja, dat iedereen dag dagelijks mee, mee bezig ja. ja En dat is niet oppervlakkig, uiteindelijk. Allee, ja, dat is het op een bepaald vlak wel en op een ander vlak niet. Je kunt meer zeggen over de mensheid soms, met een mop. over hoe dat je vrouw doet en hoe dat jij erop reageert. Mm. dan dat je kunt over zo'n hele litanie. over ja, de maatschappij en hoe het allemaal zit. Dat, dat, dat wordt soms echt nonsens. Ja, dat, maar dat hoeft. Allee, ja. Ik zou, ik zou eigenlijk zelf, hè, moest ik willen. In mijn persteksten meer meer kak kunnen hangen dan de dingen die ik vertel in mijn show. Ik zou mm -hmm. dingen kunnen zo belangrijker maken dan dat ze zijn. Ja. Allee, ik heb in mijn vorige show over de sleur gehad en zo, waar ik, eh, waar ik eigenlijk een lans breek voor de sleur of van die dingen. Ja, dat is, mm -hmm. allee, Maar, maar waarom? Allee, ja. Mm -hmm. Doe wat je. Allee, dat is niet altijd gemakkelijk, eh, want, want ik werk ook hard om mijn shows en. En, en ik, dat, wordt al, dat wordt heel vaak dan door uh, critici wordt het dan, uh, of de betere pers wordt dan neergehaald als van het is alleen maar voor te lachen. Mm -hmm. Waarvan ik dan vaak denk, oké, okay, probeer jij, het is anderhalf uur, alleen maar voor te lachen. Ja. Dat, is, dat is ook moeilijk. Mm -hmm. He, dat, is, dat wordt zo niet als een dat wordt niet gezien als van aan mij dat is straf allee, Makkelij, je zou ook kunnen zeggen van aan mij yeah. straf zeg. het was anderhalf uur voor te lachen zou ik yeah. ook tof alleen dat kan, yeah. zo kunnen toch zeggen <laughs> 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 maar ja um, maar dat is wel aan mijn tand soms ja want in Ola ook. toek. ja je je treedt op mensen allee, bijvoorbeeld met met de première van um, bedankt voor alles in um, in Holland ergens, uh, Allee, hoe noemt die fucking dingen waar dat Theo Maassen van komt? En over, Park Ja, voilà. Ik doe naar première, ja. je speelt daar uh, die, die recensent zit in de zaal, je breekt het kot daar af, de mensen allez, lachen van begin mm -hmm. tot einde, enthousiasme, iedereen blij en daarna zie je die recensie. en die is precies naar een van de ergste shows, uit zijn carrière als recensent gaan zien. Ja. maar ook. Hoe kan dat? Nou? Ja, 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 ja. Hoe, hoe kunnen dan? Ja. Ja. Maar ik moet wel zeggen dat, dat mij nog heel weinig doet. Dat, dat echt, en mensen geloven dat niet, maar nu ook met geup en zo, er zijn er ook wel wat slechte recensies en zo geweest, en nu denk ik van, Goeie teken. Ja. Want ja, ik krijg het nu eigenlijk al bijna, joh, mijn carrière. Ja. Dus ja. Maar was dat taboe? Was dat dan leuk? Heel leuk, of hadden dat zoiets, ja, typisch? Dat, ja. je daar, dat je daar dan, uiteraard vinden ze dat dan en weer... Stiekem, stiekem, ja, leuk, zeker, en heel leuk, maar inderdaad, dat is eigenlijk goed nagedacht van u, je denkt ook wel een klein beetje, ja, die, ja, dat, ja. ja. Tuurlijk. Ja. ja, nu weer wel. Ja. En het is ook weer op het juiste net en het is weer, ja. het is weer, het ja. weer de juiste mensen dat er dan in me meegewerkt en het is weer dat en dan kan het allemaal Wat weer, ook wel dus. jammer is, hè? want het, ja. was, het is ook gewoon goed. Ja, 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 ja. Dus, dus dat, maar dat breekt helemaal niet. Ja, ja, ik ja, vind ja, dat dat, 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 dat geen afbreuk doet aan het programma. Dat ik dat dan eens denk van ja... Is ah, dat ja. niet het spel een beetje? Ja... Maar maar ja, maar dat die steek draai ondertussen ook al lang genoeg mee naar circus, dat ik denk, joh, wat even. Nee. <laughs> Ja. Dat doet mij echt nog weinig. Uiteindelijk, ja. de bottom line is: gaat hebt die hele avond een avond kapot gespeeld. Die mensen hebben hun eigen kaart, geamuseerd. Die vinden dat super. En als je terugkomt, zitten die er terug. Hè. Hopelijk. Hè. En ja. alles wat ja. Dat die. Nee, ja, inderdaad, hopelijk. Dat blijft er dan ook altijd in zitten. Van, totdat ze beslissen dat het niet meer is. Hè. Ja. Maar het zal niet gelegen aan wat je ga gedaan hebt die avond. Nee. Hè. Nee. Als ineens een publiek beslist dat ze hun zijn. Dat komt niet kunnen. door die recensent. Dat ja. komt niet door die gast. En dat ja. komt ook misschien zelfs niet eens door u. He, dat kan gewoon niet zijn dat ze zeggen: Joh, We hebben die na genoeg gezien, het is tijd voor iets nieuws, of weet ik veel. Kan allemaal, mm -hmm. geen idee. Ja. Maar ik heb wel het gevoel dat zolang dat jij, het enige dat jij kunt doen, is ervoor zorgen dat die een avond altijd goed is. Ja, voilà. Dat is, voilà. Dat is, ik werk alleen dat, mm -hmm. maar ik heb er ook ooit uh, mee geworsteld, hè, want ik, ja, ik ben een gevoelige mens. en... Uh... En, en, en wat, dat, 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 bij u is dat rapper kwaadheid. Als jij ja. kritiek of dingen jij ja. dan eerder ene die je dan. Ja. Ik ben eerder de ene die je heel hard denkt van. Oh, ze zijn me gelijk. is oh. ja. zo heel hard aan zichzelf begint te twijfelen. Ja, maar dat en, toen en, ik ook, zei ik, en, uit dat alleen in kwaadheid. Ah, dat is ah, het enige ja. verschil. Bij <laughs> mij, ik overblaf die dan allemaal. Ah, ja, maar ja, van ja, binnen ja. is zelf hetzelfde. Dus ja, natuurlijk ja, 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 tuurlijk, tuurlijk ja. twijfelde dan aan uw eigen. Ja. Ja. Dat kan ook niet anders. Hè? Ja. Als jij iets gemokt hebt dat jij zelf ka goed vindt en iemand boort dat de grond in tot en met, ja. dan is dat toch ook een deel van je eigen dat denkt, maar hoe is dat dan zo ja. slecht? Heb ik ja. dat dan zo hard verkeerd gezien? Ja. Dat 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 is. En, so, en bij Geubels in de Belgen, het eerste seizoen was dat, 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 uh, dat maakte ik met de Jan Dirixes. Eigenlijk, wij waren de vaste humorredactie met twee. En dan was dat wel de Bert Gabriels en nog een hoop andere mensen die kwamen brainstormen, die zo wat, wat stukken meeschreven en zo. En, uh, maar dat was ik zo hard, echt, ik heb zo hard aan dat programma gewerkt. Dat, dat was heel mijn zomer. Ik ging, ik ging op Gense, wij, wij, de uh, Gentse feesten elke dag een try, allez, om een dag een try-out. En ik ging dan een dag try-outen, de dag daarna ging ik. In de montagecel, nog niet heel een dag monteren met de Jan. Dan bereiden we die een try-out voor. Gingen we try ging try-out terug heel een dag mont Allee, mm -hmm. Ik heb me echt kapot gewerkt om dat programma. En ik weet nog toen dat dat op tv moest komen. Ik ging dood. Ik, 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 ik had dat niet kunnen toen. als dat slecht onthaald was geweest, denk ik. Ja. Om, ook omdat ik compleet overwerkt was. Maar ook wel omdat, eigenlijk was dat ook wel een soort van. Voor mij zo, ja, het programma waar ik al het meeste tien gestoken van mezelf, mm -hmm. ooit zo. En, en ja, en dan voelde je ineens van hoe gevoelig dat je eigenlijk zeg voor die... voor wat andere mensen ervan vinden. Mm -hmm. Ik ben daar echt voor naar, zo, naar de psycholoog moeten <laughs> gaan, omdat <laughs> ik echt diep zat in dingen. Ja. Maar dat deed me toen ook weer keihard geholpen, want ik heb daar een aantal gesprekken gehad en ja, dat... dat je hey, ge, ventileert, je ge, klapt erover en je mensen op een bepaald moment. Allee, ik heb daar eigenlijk geleerd. Bottom line, heb ik daar geleerd van, uh, ja, dat je zelf moet beslissen, zelf de hoe zeg je dat, de, de, de lijn trekken van, mm -hmm. ik vind deze goed, Ik ja. heb hier alles ingestoken wat ik had. Meer heb ik niet. Ja, en ook al vindt iemand anders dat dat niet goed. Dat wil niet zeggen dat dat dan niet goed is, ja, ja. maar ik had, ja, dat is voor mij heel moeilijk, ik ben er wel, dat is, ja, ik ben er wel heel gevoelig voor. Ja, ja. Maar dat denk ik dat we dat allemaal hebben, dat maar, je er allemaal op je eigen manier mee omgaat, maar dat, dat dat wel voor iedereen is. Ja. Maar ergens is dat ook ja. wel een beetje mijn kracht, want daardoor blijf ik soms wel ja, tot aan het gaan om, om het zo goed mogelijk te maken. Ja. Ja. Jij ja, is ook een grote auto van, even iets ja. helemaal anders. Mag ik heel even gaan pissen? Ik moet dat ook doen. <laughs> dus dat is goed dat jij dat zegt. Ik zat hier ook al heel de tijd van... Fuck, ik was een hele tijd over de wc bezig en ik moet gewoon pissen. <laughs> dus doe dat even, dan beginnen we er zo beter terug aan. Laten we die deur lopen, dat is misschien wel grappig. Ja, dat, is, dat kun je doen. Ik moet zo biep ook naar de wc, ik zit hier ook al heel de tijd van... Maar dat is fuck! We moeten die laten doorlopen, want eigenlijk is dat... Doorlopen, een goed woord eigenlijk. Ja, ja, ja. Ik kan nog iets beter niet laten doorlopen, dat kan ik jou wel vertellen. En er stonden tranen in mijn ogen. Ja, maar ik was er, ik was er ook al de hele tijd aan het denken van. Dat, dat wc-probleem is een groot probleem. Ja. En ik dacht, die is ook al serieus wat water ontdrinken. Ja. ja, dat was. En jij was er tegen mij over bezig, en ik zat heel de tijd te denken van ja, man, ik moet eigenlijk keihard naar het toilet. En ze zegt, ik weet niet hoe grappig dat we dat gesprek hebben. Ik dacht, wist ook niet dat een wc-probleem, dat was. Ik dacht. Want Ik dacht, ik zeg... Uh, Sabine van de morgen nog goed je wc wat kussen enzo. Ik, mm -hmm. ik dacht dat een wc probleem, dat dat uh, te Hygiëne, maken had. Maar dat ja. deed daar dus niks. Dat is meer de angst om die te kunnen doen. Om, om er om geen te vinden. Ja, dat was ook heel zot, want ik was juist hetzelfde aan het denken. Ja, dat is raar Toen zei ik, ik dacht van, oh ja, je hebt schrik om bij iemand anders op een toilet te gaan, omdat je niet weet hoe proper dat dat is, of dit of dat, maar dat is dus tot Taal nieuwe dat dat overgaat. Ah ja, want ik was zo aan het denken van het zo de, de, de legendarische trainspotting-wc. Ja, the dirtiest <laughs> toilet in oh, Scotland. Yeah. Oh, wat een gruwelijke scène is Wij Dan gewoon ik even pissen, maar doe het allemaal voort. We, zijn, uh, we blijven lopen, hè. dus ah, vertelt okay. maar. Ja. Ja, wij waren even aan het tetteren over dat jij naar het toilet moest en ik moet daarna nadoen. We dus waren dus juist bezig dat het eigenlijk onnozel is om deze te gaan knippen, terwijl er eigenlijk een deel van die aflevering gaat over dat je. Dat wc in de beurt moeten hebben. Ja, maar, ja. <laughs> maar ik moest al keer lang eigenlijk, maar dat is een beetje gelijk als je met een knappe vrouw op café ontbabbelen babbelen ze en uh, je hebt zo'n keer goeie gesprek. Zo'n keer gesprek en je voelt al heel een tijd, ik moet gewoon pissen. Maar je weet, op het moment dat je gaat pissen, dat er een soort. Dat, niet dat, ge, je, dat gebroken is. Het gaat niet meer hetzelfde zijn als je terugkomt. <laughs> het is een heel schoon compliment voor de Alex. Ja. Hij zal het nooit horen, want die blustert ja. is het nooit niet terug. <laughs> <laughs> ja. Ja. Nee, ik was eigenlijk juist aan het zeggen dat ik eigenlijk ja. dacht dat hun dat, dat angst met toilet of een wc dat dat te maken had met hygiëne. Nee, helemaal nee, niet. Oh nee, ik kan op de smerigste plaatsen. Nee, nee. Uh, ja, Ik kan echt overal. Je uh, dus nee. jij, jij kunt eigenlijk beter zo'n smerige dictie meepakken. Alles, over... eender wel. Als, als ik maar kan gaan, maakt mij niet uit. Wat. Zalig. <laughs> ja, want je hebt dan zo'n mensen die zeggen: ja, ik kan alleen maar thuis naar het toilet. Je denkt: maar hoe kunnen dat gewoon? Allee, dat, dat... Ik ken iemand. En dat en... dat kunnen toch niet opbouwen? Nee, want je zat in de zakenwereld en je moest dan ook reizen, en dat was echt een probleem. Ah, omdat je dan echt ja. alleen maar thuis kan. Of ja, ja, die kan echt. En die, maar, blijkbaar... maar dat loopt er en... toch uit op de deur. Al ja, maar ik dan... denk dat je. Dat je uh, kakken, dat je dat kunt twee dagen volhouden. Hè? Denk ik. Denk je niet, ja. Nee, maar ik denk als je dat traint, dat je dat kunt pissen niet. Hè? Maar dat is, huh? niet, dat is niet gezond, maar dat gaat. En je net dan zoiets. Ja, een dag kon je weg, anderhalve dag. Maar je komt niet een week. Uh... Ja. Wel ja, is heel raar. Nee, <laughs> liften is dat ook, hè. Zo, ja. Sabrina, mijn vrouw, die heeft dat gehad, liefde. En ik heb echt pas geweten, want ik heb heel lang zoiets gehad van... Oh, hè, zo. Maar dan waren wij eens in Las Vegas, en daar hadden ze geen trappen. En dan hebben we echt security moeten gaan halen. En dat was... Oh. Ja, ja, want dat, is door, dat was niet normaal. En dat was ook wel de eerste keer dat ik zo echt dacht van... Shit, die ja, ja. Want anders niet nee, nee, een nee, halve je, casino vloer... Zo, nee, nee, en je ziet dat vaak niet om mensen, hè. Dat, is, dat is ook het Het is niet... je een angstaanval hebt, dat is niet dat je ont... Ja, je ziet eigenlijk niks, hè. <laughs> Je nee. ziet die mensen gewoon staan, ja. Je ziet dat je misschien stiller wordt, veel stiller en dingen, maar voor de rest, ja... Ja, en je gebabbelt er ook niet over, hè. Nee. Dus dat is ook niet cool om dat te zeggen. Hè. Ik heb al in die tijd wel wat ont ontkeren is. Ja, terecht ook. Dat ja, hebben ja. door iedereen hè, wel eens. Ja. ja. Want Leiden Devil had, had ook een boek erover. Is hierover geweest. Spanieke ja. 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 Awesome. Ja. Oh, dat is just. Ja, ja, ja. ja. Daar ging het over. Nou. Ik kon even ja. niet volgen. Ja, ja, wel. Van, Sabri <laughs> van mensen met een liefde eh, Sabrina. Ja, Sabrina meerdere. heeft dat ook gehad. Je ja, die, ja, die 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 zit toch in New York en je hebt een Empire State Building. Ja. En die zit er zo ja we ja. camera alleen hè ik weet dat ja. ik ooit met ja. jou in Vegas is zo ze, die aan een hele ja, zotte weg en een roltrap ja. naar boven ja, gekomen, maar voilà. uiteindelijk was dat zo moeilijk dat ze dan toch de lift pakte. Ja, ja, Dat was ik je aan te vertellen dat was met een ja, ja, ja. en ze doen het dan echt niet in ja, ja, Empire State Building nee, nee niet nu we zijn terug geweest en dan hebben we het anders gedaan we hebben dan Rockefeller maar dat doet en, echt, en is het wel gedaan nu wel op een bepaald moment had hij ja. zoiets ja. met June ja. dat is heel zot wanneer de dolle dochter geboren ja. was en dan moest bij mij is dat, ja. ja, bij mij kon niet anders, maar de wereld was zo klein geworden. Ik dacht, ja, daarna kan ik echt beter gewoon schrik hebben in Las Vegas, dan, dan ja, voor altijd in een zetel te blijven. Allee, ik bedoel, ja. Ja, je kunt beter dood onderweg naar Las Vegas, dan dat je hele leven hebt in een zetel gezeten mm hebt. -hmm. dan zit ook dood, hè? Ik bedoel, als je niks niet meer doet, zit het ook dood. Allee, dat, ja. ja. Dat is waar. Was dat, was dat voor u want ja, ik, ik was ergens begonnen over die Otto's maar dat kunnen we een beter even doen, oh. maar, maar het ding, uh, wat dat, dat's, dat's, dat vroeg ik mij ook af, je had een, een tijd echt ook in de woestijn gezeten, hè? toen met Dr. Livingstone. Dat was voor mij zo... een enorme doorbraak. Hè? Ja? Dat is echt, ja, daarvoor zou ik nooit... Uh, ik ben na Dr. Livingstone zijn wij naar Australië geweest, zijn we naar Amerika geweest, zijn ja. we echt veel meer beginnen doen. Ja. Ja. Dat, dat ik daar is... ook weer uit... Ja, uiteindelijk komt het er echt op neer van... Ja, de confrontatie aan te gaan en gewoon te vertrekken. Dat ja. was nu met New York voor mij ook weer de dingen. Dat, dat duurt dan toch weer even. Dat is raar, hè. Mm -hmm. ja. Ik heb, ja, dat je dan weer een week nodig gehad. En al die week, mijn vrouw zei het dan, van, stuurt naar gewoon een bericht dat je meegaat, dan boeken die dat ticket, dan kunnen niet meer terug en dan is het klaar. Nee. <laughs> en je weet dat je er zin zijn, dat je keiblij gaat zijn. Ja. Want dat is, ja, en, en dat is het, hè. Dat heb ik toen ook op, op die reis geleerd met Livingstone. Ik ben ook ene, en dat komt er een deel uit onzekerheid en angst, en ook een deel waarschijnlijk mijn karakter. Ja, ik kan echt op voorhand mijn eigen zo oh, nee, nee, ik wil er niet naartoe, en ik, ik ben echt... Mensen die mij kennen weten dat ondertussen al. Ja. Met de Peter van Leuven in Australië, allee, daar zijn mm -hmm. wij ook zo even samen geweest daar. En, en ja, die, die hebben dat daar ook geleerd. Die weten van we sleuren hem gewoon mee en als ze maar is, dan is het allemaal goed. Ja. En dat die zegt letterlijk elke keer gebeurt dat opnieuw. Op voorhand denk ik oei, 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 en nie, en ik kon dat niet. En, en als we er zijn, ben ik eigenlijk bekend van iedereen dat er is de meest enthousiaste. Ja. Maar dat komt misschien ook door dat je met heel lage verwachtingen altijd aankomt. Ja. Ik vond dat ook heel grappig dat je ooit eens in een interview zei: ja, de manier waarop dat ik babbel, visueel valt dat nog wel mee als je me erbij ziet, maar dat je het alleen maar hoort, komt het nog onenthousiaster over. Ja, 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 ja. Terwijl dat ik eigenlijk, als ik nu met u zit te babbelen, dat gevoel je helemaal nee, niet Nee, maar bij ik ben jou, op, ook, ook op like al veranderd, denk ja. ik. Ja. Want dat voelt helemaal niet zo. Je is eigenlijk best een, een hele vlotte babbelaar ook. Het is mm. zeker niet zo iemand die, dat je denkt: ja, nee. Nee. Voor het idee dat ze ja. zwaar over u hebben, soms. Ja, ja maar dat uh, deed dat soms ook met een interviewer te maken. Mm -hmm. hey, uh, dus de, de man Allee, hier is het leuk omdat je weet van je kunt niet nuanceren. Je kunt even iets langer praten over iets dat je wilt vertellen dan, dat je, mm -hmm. Allee, dan in een andere show, bijvoorbeeld. Maar ja, als, als je als een je slechte interviewer bij mij zit en, en, er is, allee, en het kader is niet goed, dan kun, dan kun je wel problemen krijgen als je er dan iets van moet maken achteraf. Ja. Als je snapt, je? als je. Ja, zeker, zeker, ja, absoluut. Of, of als, als, ik niet ver, als ik niet, als ik niet het gevoel heb dat te dat vertrouwen is, als er mm -hmm. geen vertrouwen is of zo, dan denk ik wel die, ja, mm -hmm. nee, alleen. Zeker ja. als je dan de slechte vraag stelt waarop dat je gewoon met ja en nee kunt antwoorden, dan zal ik met ja en nee antwoorden. Ja. <laughs> maar in, in het kader daarvan, als je er niet over wilt babbelen, dan snap ik dat volledig, maar er was zo'n tijd geleden op Facebook over zo'n geldrijk worden met Philip ja. Geubels. Ja, ja. Ik, ik heb dat meegekregen? Ja, de bitcoins. De ja. bitcoins? Ik heb dat meegekregen? Want je half, half, half. Maar dat was heel ja, raar. Ik, 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 ik heb vooral iets over die bitcoins ja. wel opgevangen. Dat weet ja, ik nog wel. Dat maar is, dan is dan heel even. raar. Ja. En ik denk ook niet dat het zo interessant is om daar echt over te babbelen. Maar als je dat ziet, mm -hmm. je dan niet... Wat god er dan door uw kop? Ja. En dan heb ik het niet over uh, wat, wat dat concreet voor haar kan betekenen. Dat snap ik. Maar gewoon de wereld is echt zot met momenten hè, tegenwoordig, ja, want dat ziet er zo raar uit mijn, ja, dat maakt mij echt bang maar als dat iemand anders had geweest, is dat even erg hè? Dat is, ja, maar het, is, het maar gebeurt maar over wat mee, ging het ging heeft, kun je mij even informeren want hier was ik niet helemaal mee mee ja, dus gewoon Hoe is dat eigenlijk, ja, je, je komt op Facebook en euh, zie je, je echt mij euh, en, euh, ja, dus echt een nep interview met mij, maar dat lijkt zo echt allez, het is echt je, je, allez, ik ik geloof in het bekend zelf als ik het las ja zo, zo gezegd over een interview dat van tv is gehold omdat mensen de massa mag niet weten dat je super rijk kunt worden met bitcoins en dat ik dat ik weet een truc ik ben rijk geworden met bitcoins ja. en ik wou dat vooral delen bij de wereld draait door maar dat is door de NOS is dat van het scherm gehaald op het moment dat het op tv ging komen ja. en zo. Dat is en dan... allemaal bullshit. Er is niks allemaal, van waar geweest. Fake, okay. ja, maar dat zit er goed. Ja, Want ik dat zijn nou ook beginnen ja. zien. En weet waarom ik weet dat het maar goed. Is het een is een visueel omdat interview ik... tis of tis... geschreven. Ja, maar het is wel heel goed. De, de layout is zodanig gedaan. Ik zal het kikken, ja. eerlijk zijn. Ja. Ik was een minuut mee. Ja, ja, ja. En ik dacht, ik dacht wel zo. Amai, zo, dat is een goeie... Is een, ik dacht, amai, dat stof dat je dat deelt. Er zit wat conspiracy-achtig in. Ja, dat... dat maar, allee, ten eerste, ik zou dat nooit deel. Nee. <laughs> <laughs> ik zou denken, nee, nee, meer voor mij dan... Nee, nee. <laughs> nee maar... Maar het is, het, is allemaal, het is met andere bekende mensen ook al gebeurd, hè? want het, het stomme is, ik had het twee weken ervoor, had ik het tegenkomen op Facebook met Geert Verhulst en had ik het teruggestuurd naar Geert Verhulst, van je moet die zien, ze gebruiken echt uw kop en hun naam voor, mm -hmm. vals, voor vals reclame te maken eigenlijk. Ja. Ja, en daarna ging ik er dan zelf van. Ja. En het werkt, hè? dat is het ergste, hè? er zijn echt veel mensen, het dus opgelicht. Wel met mij, alleen door mij eigenlijk, bij wijze van spreken. En wat was dan, wat was dan de bedoeling? Die dat aan bitcoins ja, zijn, dan gaan kopen? Ja, kopen mensen wij? daar bitcoins en, en je ja, wordt eigenlijk gewoon in het zakje gezet. Je zet je ge geld kwijt. Hè? Ja. ja, Er was iemand, er is onlangs wel een artikel geweest, er was iemand dat was veel geld. Hè? was ja. 25.000 ja. euro of zo. Ja, en, ge wordt, en, en, en het is een misvatting dat dat voor domme mensen is. Hè? Want ik heb evengoed telefoon gekregen van mensen. Allee, waarvan dat ik weet dat dat slimme mensen zijn, die nee. om mij dan... Oké, okay, dat is dan misschien het verschil. Die, die belden dan of die mailden aan mij van, is deze echt? Nee. Of niet, voordat ik dat toon. Ja. Nou, je gaat spijtig genoeg ook een hele hoop mensen die het eerst hebben gedaan en dan... die, dus die, die mailden dan van, ja zeg, ik heb dat hier juist gedaan, dat is toch echt? En wat, is, Nick, wat, wat mail ze, mailt eerst naar mij. En wat hadden ze dan gezegd dat jij zo gezegd had gedaan in dat interview? dat je het geheim van, weren, de, van ja, dit? Ja, hoe dat je rijk kon worden met bitcoins. Heb jij ja, bitcoins en, ja, eigenlijk? Klopt dat? Nee, Ook nee, totaal nee, niet. Ja. Oké, okay, er is echt niks van waar. Nee, nee, ja, nee, nee, nee echt. Oh, wow, nee, nee. man, ik heb dus dat je, weten voorbij komen en ge... ik dacht, ik wist niet hoeveel dat daar echt oh, of niks, niet echt was. Nee nee, van... nee, nee, ze gebruiken echt gewoon met een kop en met een naam voor iets volledig, volledig fake. Maar heel goed gedaan. Het is is ik. De vraag eigenlijk Zangst interessant. zo, want dit is het begin, hè? Ja. Ja, ja, maar dat is, dat is um, al een tijdje geleden dat ze daarover bezig waren. Dat was iets helemaal anders, maar dan heb ik beginnen lezen over mapping en over dat soort dingen, waarin dat ze letterlijk op den duur interviews kon kunnen maken tussen twee mensen die ja. nooit zijn gebeurd. Hè. En dan hebben we, want dat vond ik interessant. Ook een podcast als een Bert Gabriel hier was, toen ging het mm -hmm. daarover. Hè? Over mm -hmm. dat. Ja. dat vond ik wel heel interessant. D &D dat fake. je dan op den duur inderdaad. Langs de ene kant kregen echt wel mensen met veel macht, die, ja, die zijn eigenlijk niet... Als die echt die deal fout doen, kunnen die niet meer ontmaskeren. Want nee. dan zeggen die gewoon, ja, dat is fake. Dat is hè. dat, dat is fake. Fake, ja. Dus op de deur weet niemand nog wat dat er echt ja, wat is je al, kan... wat je nu al krijgt met fake news, hè? wat je nu al krijgt met jullie verzinnen maar wat. Ja. Hè? Waar, dat, waar dat mensen het letterlijk afketsen in je, in je gezicht. Gelijk Dries van Langenhoven destijds met die Pano-reportage, dat ja. je ermee geconfronteerd wordt en dat je letterlijk zegt: Dat heb ik nooit niet gezien. Ja. Dat stond daar niet op, dat hebben de gollen allemaal verzonnen. Ik vind dat eigenlijk ja. O, o, ja. het eigenlijk ongelooflijk. Ja. Een, het is een tip dat ik gekregen heb van, uh, van luisteraars. En, uh, en iemand, er was naar aanleiding van die aflevering, dat is die comedian uh, Bill Hader. Ja. En die neemt zo een ding, uh, dat noemt Ctrl-Shift-Fade en, en dan doet je zo. Uh, Tom Cruise, nou, je kan die niet heel goed nadoen, ja, ja. maar hij ook, die film hebben ze ook gemaakt dat hij zijn gezicht ook verandert. En dat zijn fracties van seconden... Ja, ja. ja, ik zie het. Zie je het? Ja. Oh. Ja, ja. Dat is scary, hè? Ja. ja ik kon daar niet meer geluid met want dan hebben we gezever. Maar ja, dus hij ja. doet je ook fantastisch na, hè? dat is ook het ding. En elke keer ja. als ze hem na doen, oh. verandert zijn gezicht. Maar dat is eigenlijk ook een beetje... Om, en het doet dat nog met andere mensen ook bekend, ja. Uh, maar ja, dat is vies, dat hè. Maar he? dat is bijna, bijna subliminaal, hè. Want je ziet, dat, je ziet dat en je ziet dat niet. Ik weet dat ze in dingen... Maar het is wel even, is ja. wel even zijn gezicht. Wel, en dat trekt er niet echt op. Nee, nee maar, maar het is dicht genoeg dat je, dat je het See? ook niet ziet. Ja, nu is Tom Cruise inderdaad echt. En je ziet dat je het soms niet merkt, hè. Dat je er bijna niet weer stilstaat. Dat is heel weird. Knappe gasten. Ja. Knappig, Tom Cruise, de Cruiser, oh. wel een held, man. Sorry, die, die wil ik een keer hoe het de tafel hebben, ja. man. Jezus, wel een ja, graaf, vind. Ja. Uh, zo, we zo, licht... zo, zo zot als een deur, denk ik ook wel, zijn we? maar ik vind die wel graaf. Ik, ik, ik blijf er wel een fan van. Ik, wel, toch, ik allee... kijk wel niet uit naar de, naar de Rider en de restricties. Ja, want uh, ja. die is ja. ook niet zo groot, denk ik. Dat en niks over dingen, over die kerkvrouwen. <laughs> Scientology, ja, inderdaad. Maar dat is toch wel een van de beste acten. Oh, dat die. Ja. Wat hij hier allemaal gespeeld heeft, dat is toch ja. te zot. Ja, en eigenlijk is hij een acteur dat, dat in de meeste films nou niet zo waanzinnig zotte grote verschillen doet. Want uiteindelijk is hij altijd een beetje Tom Cruise. Maar toch slaagt hij er wel in van u nooit het gevoel te geven dat dat zo is. Ja. Ja. Want hij heeft ook bijvoorbeeld... De, wat, wat ik een van mijn favoriete films mee, vind ik Collateral. Waar dat hem zo, die, die een huurmoordenaar is, ja, die, ja, die in dat in de taxi staat, ja. En met dat grijs haar. Zo ja. dat zo... En eigenlijk doet hij ook niet meer Tom Cruise dan dat hij nee. een Anders is, maar juist door wat hij speelt, wordt dat nog akeliger of nog raarder. Ja. Omdat je denkt: van ja, dat is eigenlijk precies wel een coole, vlotte, toffe ja. gast. En wat dat die is eigenlijk in een psycho. Doet, ja, Dat is toch. Ja, 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 ja. ja. Ja, ja, geniaal Hoe ja. was het eigenlijk om te acteren? Want in je geup moet je echt acteren. Uh, ja. En moet je spelen, vooral? Is dat ja. niet weird? Ja, ik vond dat, dat, dat het probleem, probleem is. Als ik zeg dat ik dat gemakkelijk vond, dan ja. Ik, ik zou eigenlijk eens moeten weten: ja, was dat nou goed? Of allee, snapte? Er zou eigenlijk eens een regisseur moeten zeggen: ja, allez. De, 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 degene dat trouwde, de, de Jan en de Mathias, die, ja ik had altijd heel weinig takes nodig zodat ik zelf ook zei van ja, is, is, is het, is het goed? Ja, ja. <laughs> en dan zei hij, ja ja, nee het is goed, ja, het is niet, ja, ik vond dat niet moeilijk, Allee, mm -hmm. maar ik speelde mijn eigen natuurlijk. Dus ik weet, ik weet niet. Maar wat, wat ik zo raar dus ik na, zou vind, ik, he, ja. is dat jij iemand zegt. Want als je dat zegt, ik, ik zal ik het zeggen, dat is goed. Ik zal zeggen waarom dat, dat goed is. Dat is de jij, die dat je eigen speelt, Toch een fictieve versie van jezelf. Maar je gelooft dat perfect. Want jij speelt met een hele grote naturel. Alsof dat je dat letterlijk ja. op dat moment gewoon zegt. Je ziet er kei goed. Het funny aan u vind ik soms. We zijn, zijn al een meer dan een uur, of weet ik hoe lang, aan het babbelen over al die vreselijke onzekerheden die dat je hebt. Met wat je ah, allemaal in jouw kop zit. Door wat voor stappen dat je allemaal doorloopt, voor je het simpelste doet. En van die andere dingen dat doe je een natuurlijk, waar je totaal niet bij stilstaat, waar ik heel de tijd over aan het flippen zou zijn. Namelijk, jij moet een rol spelen en jij moet je eigen spelen in de film. Ik zou zo hard bezig zijn met hoe dat ik overkom, oh, dat dat ja. allemaal kut ja, zou zijn. Ja, ja. En bij jou, jij denkt dan: oh ja, ik kan dat gewoon doen <laughs> en ga dat Hier Je een take van haar, goed. ja, oké, okay, dan staat dat erop. En je ziet dat en je denkt: ja, maar de geubels kan Kago de geubels spelen. Ja, ja. En trust me, hè, ik heb ooit een film gezien: The Greatest, waar Mohammed Ali zichzelf speelt en die speelt zijn eigen niet goed. Je kunt je eigen slecht ah. spelen, dat kunde. Je hebt ook al gezien in dingen. Heb mee, um, je hebt die film met die heet Get Lucky. Dat was het vervolg op Get Shorty of Eat Me Lucky. Het is Get Lucky. Ik weet niet hoe dat heet. Met nee, John Travolta. Met John Travolta. En daarin speelt Steven Tyler van Aerosmith zichzelf verschrikkelijk. <laughs> Ik denk maar, dat ik ja. misschien beter Steven Tyler zou kunnen spelen dan dat die is dan moeten hij zijn eigen Dan moet je niet die film voorzien. Je kunt ook naar Euro Disney gaan en naar die rollercoaster gaan. Dat kleine, uh, vreselijke stukje voordat je ja. binnen dat is al ja, dat is dat verschrikkelijk. Is, dat is ja. dan ook weer het lastige in deze geval. Ja, Allee, de, er gaat niemand... Uh, Allee, dat is, weet ik wel, maar daar zeker niet mee vergelijken. Hè, maar er gaat niemand zeggen, Robert De Niro dat is een slechte acteur. Dat gaat niemand zeggen. Mm -hmm. Terwijl, ja, ik krijg het na alle tweeën ik krijg langs de ene kant mensen die zeggen je speelt dat fantastisch en, en mensen die meewerkten aan dat ding zeiden ook van ja, allee, -go. en die hadden K weinig werk met mij die deden regieaanwijzingen en dat is zo, weet dat ook als komiek mm -hmm. soms moeten we zoeken naar hoe ik het maar vanaf dat wij gevonden hebben van we gaan het zo doen mm -hmm. kunnen wij dat vastklikken en de volgende keer dan zeggen wij dat terug zo en de ja. keer erop zeggen wij dat terug ja, zo en ja, 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 ja. dat is vastgeklikt ja, ja. Ja, dus, en dan, dan die zeggen dan van ja, je doet dat keigoed, maar eigenlijk ja, en dan andere mensen, en dan ook weer de recensies zeggen, ja, ik kan langs geen kloten acteren. So, ja. nou weet ik dus niet. <laughs> nou, we zitten in ieder geval, leven we gelukkig in een tijd waarin dat ja. de recensenten echt letterlijk ja. nooit verder afgelegen ja. hebben van het publiek dan dat ze nadoen. Ja, ja, het zijn niet alleen de recensenten, dat zijn ja. ook mensen in het wereldje. Hè. Ja. De Joris Hessels vertelde mij dan ook van... van dat ja, dat hem ergens opnames zet, waar hij hem ook niet anders dan uh, stront over kreeg en uh, ja. Mm -hmm. ja verschieten daarvan het is nee, toch het zeker is, niet <laughs> is, nee nee maar het is, nee, nee, het is toch ook wel weer uh, ja, ja. Het is een andere een andere stiel die even uh, komt komt job picken hè. ja ah, ja op die manier ah ja ja oké okay. ja ja is, is dat alleen nee ik vind dat niet maar ja. dat is wel vaak denk ik dat dat reden van kritiek Allee. Ja, god, ja, ja. Ook als je, je, zegt, je kunt in Vlaanderen toch altijd maar voor één ding ja, dat geven, ja, maar ja, als je dan Italiërs ook nog eens succesvol komt doen, ja. dan voel je toch. Ja. Terwijl dat wij constant acteren. Hè. Allee, mm -hmm. Er is toch een reden waarom dat. En daar wil ik mij ook zeker niet mee vergelijken, want Robbie Williams, er zijn keihard in Amerika, zijn er in Engeland ook. Mm -hmm. eh, Ricky Gervais en zo, die, die acteren allemaal toch in komische. Allee, mm -hmm. Dat, ik denk dat, dat, ja, dat je als komiek jopie. ergens een gevoel voor acteren hebt. Want je doet dat constant. Allee, wij spelen constant ons eigen. Mm -hmm. Nogmaals, ik wil me er niet mee vergelijken. Hè, maar wil zeggen, dat is niet per se jobpikken, vind ik. Allee, wij mm -hmm. acteren ook al heel een tijd. Allee, dat is niet... Ja, je wordt ja. niet elke avond terug opnieuw ja. echt kwaad op ja. het podium met je eigen neergezet. Nee, je, voilà. tegen. je zit dat aan het ja. spelen natuurlijk. Maar natuurlijk, iemand anders spelen is, is waarschijnlijk nog weer een heel ander metier dat ik waarschijnlijk mm -hmm. grandioos onderschat. Uh, ja. ja, ik denk, ik denk misschien juist omdat, omdat, omdat je het onderschat, zou het juist kunnen dat je het daarom goed doet. Hmm. Allee, ja. Ja. Terwijl je het overschat, dan begin je veel te hard na te denken over wat je gaan doen. Bent. Dan wordt ja. dat ook minder en minder goed, denk ik. Dat is wel, want je vroeg hoe je om te acteren. Dat is wel iets waar ik mee geconfronteerd werd. Dat, vind, dat vond ik het moeilijkste, om te acteren. uw gezicht, dat was dan in het begin, met die ruime shots en zo, is dat niks. Maar er komt altijd een moment dat ze zeggen, en dan gaan we de close doen. <laughs> mm -hmm. En dan moeten terug die scène, dat je eigenlijk al een paar keer hebt gedaan... Maar dan echt met je camera, allee, die, dat is deze, bij ja, ja. de wijze van spreken. Mm -hmm. uh, ja, en dan word je wel ineens bewust van elke spier dat je in je gezicht hebt. <laughs> dat is zot, hè? Ja. ja. En dat onder controle houden, dat is volgens mij het grootste werk <laughs> van acteren. Ik wat, ik, wat ik ja. het zotste vind allee. van acteurs, als die echt keigoed zijn, dat is dat die 7000 emoties in hun gezicht ja. kunnen laten ja. gebeuren zonder dat die iets ja. zeggen. En eigenlijk heel weinig doen ja. tegelijkertijd. Dat die die doen niet van. Ja. Of, allee, nee, wat, wat voelen ik ik... niet tonen. Dat is wat die eigenlijk zeggen. Dat is zo dat ding. Ja. Hè, ik moest er heel hard mee lachen, want ik moest zo'n klein onnozel stukje opnemen. Voor, uh, voor die Gert Late Night film, zo gezegd, omdat ik er eh, die week ook op die boot zat. En iedereen dat er in dat seizoen niet heeft opgezeten, zit in die film. En ik ben ook zo iemand dat van mijn eigen denkt: ja, ik ben geen acteur. Eh? En het is ook de bedoeling: daar wordt ook al expres slecht in geacteerd. Dus het is ook al allemaal over de top. En ik was zo wat aan Nozen aan het toen zo. En ik denk van nou oh, ja shit, nu moet ik even iets. iets, iets gaan, ik moet iets gewoon spelen dat ik compleet niet zin wel ja. voor mij al zo is van, ja, deze is, de comedian in mij begint dat al direct bullshit te vinden. Hè? Wat, je, wat je te hard hebt, je begint de, de therapie weg te, te, te relativeren. Ja. En uh, Clara Kleimans was er toen bij en die zei toen tegen mij: Denk eraan, Alex, voelen niet laten zien. Zo, als je van binnen van alles voelt, dan laat je dat zien in je gezicht, ja. zonder dat, dat je dat ja. eigenlijk moet gaan doen. En dat is uh, waarschijnlijk grandioos niet gelukt dat je die beelden ziet, want ja. dat is. Ik gruwelijk zijn. Maar ik wil gewoon maar zeggen: ik moest wel heel hard lachen met dat idee dat je denkt: ja, inderdaad. Als je, zo, als je, als je dat gaat moeten doen, dan is dat misschien een methode waardoor dat, dat werkt of zo. Waardoor mm -hmm. dat je voelt van: ik zie van alles gebeuren in die een kop, terwijl ja. dat die eigenlijk het niet ja. noodzakelijk is aan het laten zien. Maar ik heb ook eens in een interview gelezen: volgens mij. Robert De Niro of Al Pacino, ik weet niet, daar, ik ben er nogal een heel grote fan van, dat mm -hmm. die ook zeggen van, maar eigenlijk eh, uh, moet de zoomzoek gewoon niks doen. Allee, dus mm -hmm. dat, dat je weet van, oké, okay, het volgende shot is in die scène, je hebt juist iemand vermoord, bij wijze van spreken. Ja, gewoon gezichtneutraal en de kijker zal wel projecte zal het wel op je gezicht projecteren, snap je? Dus hoe ja. minder dat ik dat met mijn gezicht doe, hoe beter, want dat geeft veel meer ruimte voor in interpretatie van de kijker. Ja. Ja, ja dat is keigoed, hè. Dat's, dat's... Oh, je, dat, dat, ja. je, dat is bij wijze, als je ja. juist iemand vermoord hebt en je het er nou een close shot van je dat gewoon dat doe, ja, dat is veel griezeliger dan je dat... Ja. Nog zo. Ja, ja, zo. Mm. Nee, maar, ik zit mij ja. aan het nee. overdrijven, maar, maar. Ik snap het wel, maar wat, wat ik ook raar vind dat men eerst te binnen springt, en dat is eigenlijk vooral aan alle tweeën, als je een comedy show doet, min of meer zitten dan eindverantwoordelijk voor alles. Je mag het, oké, okay, een lichtshow en zo, maar al bij mm -hmm. al, die show, ja. je hebt eigenlijk niemand nodig. Ga je mee toch een hoop angsten waar je over uitkomt, dan ga je TV doen, zoiets, geup. Like, um, Hey, uiteindelijk is dat, ook, is dat goed, hey, wat mensen ook vinden. Maar eigenlijk pakt je wel een enorm risico, want jij weet niet hoe goed dat, dat gaat mm -hmm. zijn. Je hey, hangt, hangt heel hard af ja. van mensen zoals Regie, ook met spelprogramma's. De magie, dat extra touch dat dat is, dat dit het waarschijnlijk niet altijd door dat, het, dat je het nee. ontmoken nee. Lukt dat? dat? Blijkbaar wel. Heb je er dan ook uh, moeite mee? Jawel, wel, jawel. Ik heb er al aan. He, me, me, pas op, bij Geup vond ik dat ergens. Ik heb nog nooit zo, zo weinig. Uh, allee, ik ben bij Geup echt heel. Allee, maar een klein onderdeel van, van het geheel eigenlijk. He. Ik, was daar, ik heb daar pff, allee, praktisch niks voor, uh, voor, voor het scenario gedaan. Uh, er is een regisseur. Allee, alles is. Al, je zit er echt een heel klein onderdeeltje. Terwijl ik bij was in de België denk ik alles mee van begin tot einde met dat booderen daar stond ik mee alleen van begin tot einde heb ik dat meegemaakt dat dat is dat is stresserender precies ik vond me Geup eigenlijk was ik echt helemaal ja dat geeft een soort rust van je moet het gewoon doen uh -huh. wat dat we vragen, Alleen, Snap snapte, dat, ja. dat moet je gaan doen. Je moet dan niks anders denken, zorg gewoon dat je we zien te gooien zegt en, en, Maar dan geeft ja. toch, dat geeft toch? Je geeft toch heel veel, veel. controle. Want als het ja. slecht is en je gaat gedaan hè? Ja, ja misschien wel. Uh -huh. Maar ja, dat, ja, maar je kiest ook wel met wie dat je het maakt natuurlijk hè. Ja. Allee, dat is trouwens met alle programma's zo hè. Ik heb ook al echt heel veel chance gehad. Ik heb echt al. Allee, alles wat ik al gemaakt heb, dat is ook goed door de mensen die mij hebben omringd. Hè. Ik ben altijd fantastisch omringd geweest. Je dat je zelf kiest? Door een, een oog voor? Voor een groot. Ja, ik vind wel dat ik er oog voor heb. Ja. Nu veel meer dan in het begin natuurlijk. Ik heb in het begin chance gehad. Mm -hmm. <laughs> um... Maar bijvoorbeeld met Taboe, dat was wel een bewuste keuze. Allee, er was niks. Hè. Dat was wel een bewuste keuze. Van, oh, met de kanarts en een bates... En dan nog eens met Paninka, waar mm -hmm. op zich, allee, daar zit dan ook nog eens de Leenaards en zo. Ja, dat is wel een bewuste keuze om er een programma mee te maken. Hè. Als we nu met praten zitten maken, weet ik ondertussen ook al wel met wie dat ik wil werken. Met, allee, van, ja. En ik heb denk ik wel een goed gevoel voor, van, van ja, met die, die mensen heb ik nodig om, om dat te bereiken of zo. Ja. Ik denk dat wel. Of ik heb gewoon echt al heel veel <laughs> chance gehad. Goede chance, goede <laughs> chance, godverdomme geubels. naam van de nieuwe show. Zo. Ja, ja. Ja. Maar hoe voelt hij nu maar eigenlijk? Maar dat is wel, ik vind wel, ik, ik zal dat altijd overal zeggen, echt een groot deel van mijn succes komt echt door die mensen. Hè. En dat is, allee, dat is echt, hè. Dat, 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 was, dat was, als ik begonnen. Nee, ik, maar, maar ook de Jan Dierikses, de Kenners een Paters, de... Echt heel veel goede mensen die mij altijd hebben geholpen. De Bert Gabriel zijn mij altijd geholpen. Dat, ja, dat zijn mensen die super belangrijk zijn geweest in mijn carrière. Want ja, hoe voelt dat, om... dat eigenlijk om, om zo populair te zijn puur omdat je op TV komt, maar niet omdat je goed bent? <laughs> ja, <voilà>. heel <laughs> Jo, goed, eigenlijk. <laughs> uh, nee, nee, maar dat. dat... <laughs> <laughs> Wat ga ik nou zeggen? Dat je goed omringd bent geweest, altijd. Omdat ja, je ja, chance ja. hebt met ja, de mensen ja. rondom je. Ja. Maar dat is heel cool, want dat, dat, is, dat is veel. Hè. Ja. Dat is heel veel. Ja, maar het is ook allee, op een bepaald moment gebeurd, populair. En dan is het niet meer gewoon ik maak een show. En dan. Um, jawel, je kunt ervoor kiezen. Hè. Je kunt zeggen van en ik blijf gewoon. Allee, ik ga niet het tempo opdrijven of zo. Maar ja, daar ben ik dan. Te, te ondernemend voor of zo of te ambitieus. Mm -hmm. Dus ik deed dan ook twee, drie dingen te, doorheen. Allee, ja, een Geubels in de Belgen, dat zijn, dat zijn twee volle zalshows dat je moet schrijven. Hè. Mm -hmm. Dat op acht afleveringen is dat, is dat weg. Mm -hmm. En terwijl, was ik ook nog met mijn eigen zalshow en ik was nog, allee, nog iets anders ontmoet. Je kunt dat niet alleen. Allee, nee. dat, dat is, ja. Je hebt ooit gezegd hè, dat je niet zo gelukkig wordt over hoe moet het nu verder, uw tweede nee, show, nee, en hoe nee. kwam dat, waarom was waarom dat? Ja, ten eerste denk ik door het succes van het Droog, mm -hmm. dat was, ja... En ook de snelheid waarmee dat alles gegaan is. Um, dus hè hey, je moet weten dat, voor mij is alles te snel, allee... Ik, ik was eigenlijk een rookie, maar ik stond voor volle zalen hè. Mm -hmm. um, He, dat, dat was het zelfs met met droog ik, allee, ik had eerste in eerste een avond de show inderdaad maar een uur uh, ook ja in het begin ook omdat ik niet meer had dan een uur ja. en, uh, en, dan, uh, en dat was dan in eerste keer dat gelijk een bom die dvd's allee, dat was één groot succes die show mm -hmm. maar ja maar ik had ook keihard weinig ervaring eigenlijk. Ja, nou, die show hadden dan wel erva de ervaring van te spelen. Dat kon ik dan wel op het podium staan, want ik, had, ik heb die show echt meer dan 300 keer mm -hmm. gespeeld. Maar dan moet hij niet een nieuwe show schrijven. En, 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 en er komt van alle kanten druk, want je denkt: ja, het moet, het moet beter zijn dan droog. Maar het mag niet hetzelfde zijn als droog, en ik moet iets anders doen, en ik moet nou toch wat meer dit. En, er lag precies zoveel druk op dat dat op veurhand al verloren was. Of zo. Ja, 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 ja. Ik weet het niet. Ja. Ik, uh, en, en plus, ik was dan ook nog eens met tv-programma's bezig. Uh, met, met allemaal andere dingen. Ja, het, het was gewoon te veel. Ja. En daar word je dan niet content van? Je had het gevoel dat je er te weinig tijd had ingestoken? Of? Ja, ik had het gevoel dat ik daar niet alles had ingestoken wat ik kon. En, en, en dat lukte mij precies ook niet op de, terwijl ik die show aan het spelen was, lukte mij dat ook niet om die hè, te veranderen en goed, ja. dat, dat was zo. Ja, ik weet niet, ik was zo wat wa, wa, geslagen of zo. Mm -hmm. En ik ging die show spelen waar ik eigenlijk dan zelf van binnen niet super content mee was. En dat frit energie man de show brengen, waar je zelf niet 100% achter. Alleen ja. dat. Dat, maar ik had ook op die moment niks anders. Ik, ik wist niet mm -hmm. hoe dat ik het moest oplossen of zo. Ja. Ja. Hoe ja. heb dat dan opgelost met je derde? Hoe heb dat dan gevoeld? Heb je voelt dat er gewoon meer tijd, tijd voor gepakt? Ge... Ja, ja, vooral echt ja. tegen alles. Ik heb echt ja, gezegd van niks, ik doe niks. En ik kan echt gewoon ma een paar maanden alleen maar met een show bezig zijn. Ja. Ja. Dat moet eigenlijk ook, vind ik. Mm -hmm. Want met tv-programma is dat ook anders, omdat... Je stelt een team samen en je zegt samen met een ploeg iets aan maken en daar moet jij niet heel de tijd zijn. Die mensen kunnen ver... Allee, dat... Mm -hmm. Soms is het misschien zelfs beter dat je niet <laughs> <laughs> Maar uw show, dat is wel van nu. Moet, ja. allee, dat... dat mm -hmm. En dus ja... En dat heb ik dan gedaan. Ik heb er veel tijd voor gepakt. Ik heb, en dan samen met de Jan Dirkses, waar ik echt heel veel aan heb. Voor, voor humor te schrijven, want ik ben eigenlijk helemaal niet zo'n productieve schrijver. Ik ga heel traag bij mij. En, en ja, dat, die tandem met de Jan, ik weet niet wat dat is, maar als wij samen over humor bezig zijn, en brainstormen, en, en, en als die mijn klankbord is, ja, dat, dan, dan gaat dat tien keer zo rap. Ja. En is dat resultaat ook veel beter, vind ik. Ja. ja. Dat is cool. Ja, ja. Nog iets vrouwen, en toen waren we er straks over begonnen, over die auto's. Hè. Uh, is dat ook fake news? Heb ik gelezen? Jij hebt, toch, jij, doet, jij hebt toch iets gedaan met een garage, of jij zit er toch in of zoiets? Ja, ja, hè? In ja, ja. Een ik heb samen voor... met twee vrienden een garage. Een garage. Ja. 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 Voor, uh, voor zo'n tweedehands sport ja, ja. ja. En hoe, hoe is het daarop gekomen? Is dat gewoon een hobby of iets waar jij heel hard in geïnteresseerd bent? Of? Ja, dat is een hobby. Hè. Uh, uh... Dat is al, alleen, ja, dat is gelijk kleine jongens. Hè, dat je in sportwa ah, je sportwagens, dat is zoiets. Ik denk dat veel mannen dat hebben. Dat... Mm -hmm. En vroeger, ja, had ik er geen geld voor. Allee, ik kon, geen, ik kon niet met een Porsche rijden of ik kon niet. Dus ik hielp mij daar ook mm -hmm. van weg. Dat was, maar nu kan dat wel, ja. En, uh, en ja, ik weet niet, dan ben ik zoiets. Hoe kwam dat nou? Ik mocht eens met iemand anders een Porsche op het circuit rijden. Uh -huh. Wat dat ook... Die mens dacht dat hij verzekerd was, wat achteraf bleek dat hij ook totaal niet verzekerd was. <laughs> oh. ja, en dan zijn wij in Francochamps gaan rijden. Dat was de eerste keer. Dan, dan reed ik met die auto op dat circuit. En dat was... Ja, dat is gewoon... Mm -hmm. echt... Ik weet niet dat je dat al eens gedaan hebt. Nee. Maar dat is zo... Zo graag. Ja, ja, ja. <laughs> ja er is, je kunt zo hard turken dan met een auto. En dan ook weer, allee, want het is niet gewoon heel hard rijden op een circuit, hè, op de deur. Mm -hmm. Als je dan sneller begint te gaan. Ik heb zelf geen Porsche, ik heb een, Porsche, een Lotus. Mm -hmm. En dat is echt zo racebacksket, dat is met een rolcoin en zo. Mm -hmm. en, uh, um, ja, dat is wel een metier ook. Natuurlijk. Ja, en een heel interessante. Ja. Ja. In het begin denk ik, ik zal dat hier iets rap doen, en dan kom je komt heel rape wegen tegen op het circuit. Ja. Ja. En, en, nou. en, en op welke, op welke manier voel voelde dat dan? Dat is een beetje gelijk, als, als mensen naar u, naar u komen kijken en dat ze zeggen: oh, mij, dat ziet er gemakkelijk uit, ik kon dat ook iets doen. Ja. En dan pas als je ermee bezig bent, dan komde alle obstakels tegen. <laughs> en dat had ik ook met ook gezegd. Ik heb twee jaar uh, eigenlijk les gepakt, alleen niet fulltime. Mm -hmm. Ik ging dan zo tien, tien keer op een jaar of zo op circuit rijden, maar dan wel elke keer met, met, echt met een lesgever erbij. Mm -hmm. En als die met je auto rijdt, dan denkt ook: Oh, mij, oh, ik kon dat ook eens doen. En dan alles, alles. Even auto in balans houden. Niet op de verkeerde moment gas geven. Niet op de verkeerde moment remmen. Het insturen. Alles is, moet just zijn. Ja. Wat maakt dat, dat ook? Op een heel rare manier. Voor mij, als ik yoga ga doen bijvoorbeeld. Ik werd daar strontzenenwachtig van. Ja. Mensen zeggen: zo, Als ik zeg ik heb veel stress en het ontspannen, zeg, Oh, ik ga yoga doen. Mm -hmm. Werk ik zot, want dan denk ik heel een tijd aan het nadenken. Ja. En dat gaat niet als je keihard met een auto rondreizen <laughs> en je moet in leven blijven. <laughs> ja, dan gaat dat niet. Ja. Dus dan, en, en ja. Ik snap wat je wilt zeggen. Ik heb, dus, dat, ook, ik heb ja. dat ook met yoga. Ik heb dat ook ooit eens een keer gedaan, een jaren geleden. Ik had zo'n liefde dat zo altijd van die spirituele shit bezig was. En ik was dat dan gaan doen, Allee, sorry voor de yoga-kijkers, dat is niet alleen maar spirituele ja. shit. Maar, maar dat was voor mij ook heel een tijd. wel gevechtsport, Wij ziet waar ik rustig van word? Omdat je, als je bezig moet zijn mm. met die je kop er hier afkloppen, <laughs> dan ga je niet meer aan het nadenken en ja. ze dan te reageren. Hè. Ja. Of, aan het, aan, of iets aan het doen waardoor dat jij ja. een reactie losweekt bij iemand anders. Maar je bent niet meer bezig met heel de machine in hun kop. Ja. En daar word je worden rustiger van. Ja, ja. inderdaad. Dus ik kan me dat wel voorstellen als je in zo'n auto zit. Het momenten gehad dat je erin zit en je dacht... Ik ga ja. hier uit een bocht vliegen of er gaat hier iets gebeuren? Of, of daar... Ik heb tot hiertoe het geluk gehad dat ik nog nooit zelf iets erg heb uh, meegemaakt. Mm -hmm. nog, ik, ik heb dat wel als ik meerij. Ik kan dus niet... Ik, ben, dan echt, ik kan dan als een ervaren racepiloot gaan zitten mm -hmm. En dan heb ik meer schrik dan dat ik zelf aan ben. Wat echt belachelijk eigenlijk is, hè? want de kans is veel groter dat <laughs> ik iets doe. <laughs> maar dat, en, ik, en dat is nu toch wel echt, ja, een privilege. Dat ik dat kan doen, daar ben, ben ik wel heel dankbaar voor, want dat, dat is niet zo evident. Allee, dat, dat kost geld. Hè? Dat, mm -hmm. dat is... En daarom ben ik ook een beetje die garage begonnen, ja omdat ten eerste ben ik heel erg geïnteresseerd in auto's en ten tweede ook om ja, de, de kosten wat te drukken want dat kost gewoon echt allemaal belachelijk veel geld om ermee bezig te zijn ja. Ja. wat zijn zo favoriete sportbakken uh, ja dat is uh, sowieso uh, Porsche gt 3 uh, en dan de touring omdat ik vind ik, ik heb ja, ik vind het tof dat er zo, zo niet zo'n mega grote patserige vleugel van achter uh, Lotus. Daarom heb ik zelf ook een Lotus. Ik vind dat... Dus zeker om, als, om, om, om als amateur mee te rijden, is, is een Lotus eigenlijk... Is dat eigenlijk het allertofste. En waarom is dat? Omdat dat een go is. Je zit vlak op de grond, je auto weegt niks. Dat is een beetje... zit al eens gewoon karten... Ja, maar dat is al heel lang geleden. Ja, maar zo dat dat, dus, ja. je hebt zo het gevoel dat je heel hard is. Ja! ja, 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 ja. ja. <laughs> Snap je? Je hebt veel rapper ja. het gevoel dat je echt heel hard rijdt. Ja. Terwijl je met een Porsche t 3 zullen waarschijnlijk veel rapper rijden dan met een Lotus. Maar dat voelde dat niet. Maar dan heb je niet de ja. indruk dat je veel rapper ja. is. Dus dat, dat is er toch wel natuurlijk een BMW M4 ik ook wel een max ja veel ja maar dat zijn allemaal wel uh, maar die, die worden niet opgepimpt of, of dat zijn geen racemodellen ah, ja een GT3 ook ja je hebt dat dan in cupversie bijvoorbeeld ja. een GT3 dan maken ze dan in cupversie of uh, ja ja dat is, allemaal, dat is natuurlijk uh, het ultieme dat je wilt gaan rijden op het circuit maar dat is echt ja dat is ze dat moeten er echt voor gaan. Dat, daar ben ik nog niet klaar voor ja, ja. Als, je, als je met een GT3, um, met een GT3 Cube, met de echt, allee, een, een sportwagen echt gemakt voor op het circuit, dan moet je rekenen, dat kost je 2000 euro per uur. Hè. Allee, dat is zo wat de kost van die auto. Mm -hmm. dus, dat is ja. belachelijk duur. Dat is, duur. <laughs> dat is een duur hobby. Als ik met mijn Lotus kan gaan rijden, dat is de aankoop van die wagen. En ik kan daar... Uh, ik kan daar zes deze mee doen en dan moet ik misschien de banden in de al laten vervangen en dat zijn de kosten dus en dat is op zich ook al redelijk duur, maar dat valt wel mee tegenover uh, als je echt met een racewagen gaat, uh, mm -hmm. gaat knallen ja. Ja. dat zou wel graag ja, ja ik, ik, ik vind auto's cool, maar ik ben er nooit niet zo hard mee bezig geweest ik heb ook voor de eerste keer in mijn leven nu een auto waar ik van kan zeggen dat dat een goede auto is. Ja. En ervoor dat ja. ik altijd van die, van die auto's zeg oh, oh, wel een toffe design. He, mijn eerste auto was een Chrysler PT Cruiser. Ja. Dat is, dat is zo'n ding dat hij een draaicirkel van, 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 van een drie straten. Ja. ja. Dat is niet normaal. Dat had ook zo'n soort versnellingspook dat gemokt is ik door een Amerikaan ja, met ja, ja. een automatiekrit, en zo weet hij van hoe werkt deze eigenlijk, <laughs> wat op zich allemaal goed was om te leren rijden, want niks daarvan marcheerde eigenlijk goed, waardoor dat als ik dan eindelijk eens een auto had die je vlot schakelde en vlot trouwde, dat je niet wist wat dat je dat nu overkwam. Ja, ja, ja. En nu werk ik met zo'n Mercedes E coupé zo en dan ja. is echt ja, dat is een monster en je voelt ja. dat ook dat dat een monster is. Maar ja, ik ja. vind ook he, allee. Ik breng echt een groot deel van mijn leven door in een auto. Hè? Dus los, mm -hmm. los, los, van ja. het, los van het racen. Hè? Je weet dat ook als ja. komiek. Je bent eigenlijk meer een camionchauffeur dan. Mm -hmm. <laughs> je, je zit constant op de baan. Ja. Ja. Tuurlijk, koopt het dan een goede auto? Het zou toch onnozel zijn? Dat is gelijk een aannemer dan met een boor van een aldi ergens gaat ga werken. Hé, ja, ja. Dat is, ja, dat is mm -hmm. een deel van je job. Dat is een deel van je gereedschap. Je ja. zit constant in je auto. Ja, ik wil goede zetels, ik wil een veilige auto, ja. Mm -hmm. Ja, ik had hetzelfde. Ik wou, want ik wou eerst een Mustang. <laughs> dat ik dat een keikoel bak vind. Hè? Ik vind dat het er keigoed uit. Ja. Ik vond ja, dat ook klopt. passen bij mij en zo. Hè? Dat is van, joh, als je komt dan, ja, ga daarmee, kom dan Natuurlijk eet zo'n auto, zo dat. En ik ging daarmee rijden. En buiten het feit dat dat ding optrekt gelijk zot. Want dat is wel, dat is zo'n V8, hè? Ja. Als je die start, dat is al cool, Dat stuur trilt, hè? Ja. Dat is zo... En, ja. en je voelt dat ding... Dat je, en dat, je, dat je schakelt, je voelt je duwen. Je auto duwt heel de tijd. Je ja. is eigenlijk heel de tijd aan het zeggen: nee, eigen rapper, ja. rapper. Ja. Zo gevoelt dat. Dat is één grote verleiding op ja. wielen. Van zo'n 200 te gaan beginnen rijden. Wat ja. nou, zotte eraan was, ik vond dat van binnen, ik vond dat echt een plastieke bak. Ik vond ja. alles eraan, hoe dat dat, die koffer, hoe dat, dat voelde. Dat voelde ook precies, als je daarmee ergens tegen het, dan plooit dat die niet en gelijk gelijk aluminiumfolie. Ja. Dat voelde, dat voelde, ik voelde me niet veilig in die auto, ook niet. Ja. En, en, met die, en met die Mercedes had ik ook ineens door van, ja, dat is A, een hele grave auto, maar B, ja, die is zo comfortabel ook, dat, je, dat ik net hetzelfde net als Ger. Ik denk, ja, maar ja, jij, jij rijdt een een dag, hè. Ja. Dan kun je beter ergens inzitten... Nou oh ja, ja. fors voor ja. die kost ook de helft, hè? Ja. Mm -hmm. ja. Ja, dat, ja, 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 maar pas op. Ik vind, allee, oh. uh, ik heb zo'n Mustang gehad, ja. <laughs> want ik vind dat ook echt, echt ja, ja. mega graaf. Ja. Nog altijd het zien. Ik ook, hè, als ah. ik dat zie, of, of, of er stond ja. hier bij de parking, bij u ook altijd dat paar geparkeerd. Oh, maar zelf van dat... tilt. Hier ja. ja, die woont hierover, over. Ja, een Mustang. En een vijf liter. Dat kan ik zeggen. Zo'n denk een witte cabrio, zo. Oh, ik, denk, ja. ik, ik weet niet ja. welke. Uh -huh. Dat is echt zo, echt een vrouwenopmerking. Een vijf liter, een witte. Probeer <laughs> Ik probeer neutraal te blijven. Sorry, sorry. Nee. Ja. Ik geef gewoon de feiten weer. Ja, ja, ja. Maar um, ja, dat, dat, ik vond. Allee, het is, eigenlijk is hij niet gemakkelijk voor hier in België meer rond te rijden. Allee, dat, dat, mm -hmm. Of je moet echt zo verliefd zijn op die auto dat je al die shit erbij pakt. Maar. maar mm -hmm. Ja, dat is echt een not over in Amerika, op een brede baan te rijden. Mm -hmm. en, uh... Ja, en te gaan. hè Ja. ja. ja dat is echt, ja. dat voelde ook ja. echt... Want dat viel mij ook op, ik ben van de zomer in Amerika geweest, en wat je hier, als je hier op de straat rondkijkt, dan zie je eigenlijk bijna uitsluitend uh, BMW, Mercedes en Audi rijden. Hè. Dat zie je ja. overal. Mm -hmm. En dan ja, van die Nissan Qashqai en dat soort dingen. Dat zie je mm. ook veel. Maar zo echt dat je zo de graveren auto zit Dat is bijna allemaal. Dat. In Amerika is dat allemaal um, Chevrolet en, uh, en Mustang. Dat zie ja. je uh, gaaf veel. Maar dat, dat zijn inderdaad auto's die gemokt zijn voor ja, dat soort is dat banen ook, is het ook niet met dat eigen merken zijn, zal dat ook niet goedkoper zijn, denk tuurlijk. ik, voor hun in verhouding. Ja. Maar ik heb daar ook wel mee heb geleerd, met auto's bezig te zijn, dat vond ik ook wel heel interessant. Hè? Want, er hebben veel auto's verkeerd imago, zo. Ah ja, een Porsche, daar koopte voor met te patsen. Mm -hmm. Maar ik, allee, ik zit nu zelf wel in dat wereldje, en wat je wel echt ziet, is eigenlijk dat... dat Allee, er zijn heel weinig mensen die een Porsche kopen om mee te patsen. Mm. Omdat, ja, ten eerste, dat kost veel geld zo'n auto. Dus dat, je moet al echt. Geld overnemen. Nee, ja. ja, je moet al echt een fan zijn en, en, en een liefhebber ervan zijn om daar zoveel geld aan te geven. Allee, anders. Mm -hmm. an, allee, dat is ook niet de. Allee, dan heb ik het over de 911, hè. Dus mm -hmm. de sportwagens, hè. Want dat is ook niet het meest comfortabel om mee te rijden, hè. Allee, als je hem in een GT3 touring onder zeer het. Na een uur, als je, als je, allee, mm -hmm. na nu dat gat hebben, wijze van spreken, ja. want je moteur dat is, is, is onbrood. Dat is niet dat je in een auto. Ja. Allee, dat... Ik zet met radio af als ik in zo'n auto zit, omdat ik echt ik vind, dat zalig om dat geluid te horen. En, en... Ja. Maar dat is, dat is voor liefhebbers, hè? Ja. Dat, ik, ik ben ervan overtuigd dat als je dat koopt voor te patsen, je rent daar twee munt mee en dan doet dat terug weg. ja ja dat slot oh, je... ik je het zo nooit niet bij stilgestaan eigenlijk ja. Ja. Ja, wat ik altijd heel cool vond, als ik dan zo, ik zeg het, hè, weinig wetend van auto's, gelijk dat ik ze niks in een mega-auto kenner, maar ik heb altijd nog een, een hele grave bak gevonden: dat zijn die Lamborghinis. Hè, zo. Dat ah, ziet eruit ja. als een vliegtuig. Ja, verschrikkelijk. Ja, ja. waarom, waarom vinden ze dat? Ik vind dat lelijk? Ik ja, vind, ja, vind je dat lelijk? Ja, en als je dat ziet op straat, ook je denkt van, wat doet dat hier? Allee, ik, ja. Ik, ja ja het enige dat dat is is dat is zo laag wat, wat ik wat ik altijd fantastisch vond was Top Gear hè? zo het programma dat zo van mensen die niks van auto's weten ook ja. nog fans kan maken wat ik heel cool ja, vind ja. en daar zijn ze ooit zo gewoon rijden, want hun favoriete auto was een Ferrari hè een ja, of andere ja. ik denk, uh, de welke was dat? dat zullen jij wel weten de, uh, 458. Ja. Uh, wacht hè wat komt er dan ook achter Zwart. Ja. ja, die hadden allemaal. 3,55 dan... uh, ja. erbij. Eh? Uh -huh. 3,55. En waar nog? Mm. Ferrari 3,55. Of is die 4,88 piste? Dat? Ja. dat zou wel eens goed kunnen. Ja. Maar dat is zo, ja, zo de race. Mm -hmm. Maar hier zult ah. dan weer de F40, dat ze dat een beste vinden. Ik heb de indruk dat ze, mm -hmm. uh, dat ze er wel een paar goed vonden. Ja, de dus F40 ver... of F430? Eh. Uh... Ja, Jeremy Clarkson reviews de F40 en explains why it's the best supercar ever. Ja, dat was in ieder geval een van de auto's, want ze mochten er alle drie in kiezen. En dan Clarkson had dan een Lamborghini gepakt. En dan ging hij ook altijd zo van die dingen doen. We gingen er eens mee door de stad te rijden, zo ergens in Rome en zo. En dan, ja, dat is te breed, dat is te laag. Die bleef overal achter hangen. Dat was die zegt: van ja, eigenlijk is dat een nopeloze auto. Dat is voor Ja ja oh je, dat is voor voor ja dat voor ja. te dromen en voor voor iets voor is ziel hard mee te gaan rijden ja ja. En wat ik ook cool vind, ik blijf ook zo'n klein kind hè, op sommige vlakken, is dat die vleugeldeuren. Ja, hè, dat is ja, dan, dan denk ik maar altijd... Komt jeugd, yes, he, dat is ja. dat is flauwekul, ja. ja. maar, maar je weet, want, want ik, weet, ik weet dat ik ooit eens zo'n BMW, wat is dat, i8 of wat verenigd is dat, die, die ja. zotte zo, met, die, met, ah, eh. die, met die vleugeldeuren. En uh, Dimi Vegas en ja. de Like michael Ja, 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 ja en, en de Michel van den Branden. Ja, die hebben we nog gezien, uh, vrijdag. Ja ja dat is juist ja die is die tafel uh, afgepakt weet je nog oh, Dat heb ik zo de, de oh. coolste dis gedaan allertijd <laughs> nee, dat ze zonder dat ik had ja ja was dat is er zo dat is het boxhallagent <laughs> en, uh, en en uh, en leuk top ontvangst Allee, fantastisch en dat is oh, met dat die is mega cool. en was het er met twee ja. leuk en tussen de fights gewoon nog iets drinken en hij is ja de ene selfie naar en de andere toen. en jo, ik zijn dan nou ook wel gewoon om als pik en bonen er net even te zitten, dus daar werd ik gewoon in. Dus ik heb gewoon, <tok> deze, ik heb gewoon <tok> deze glas vast en er zijn twee tafels, maar echt grote uh, walking dinner-tafels. Dus ja, ik zet gewoon die glazen even hier. En die tafel, zie je dat er al twaalf stoelen in, is. er zit één gast oh. Maar ik zet gewoon die, die twee glaasjes zo rustig aan de uiterste kant van die tafel en hij stond even maar selfies te pakken. En ik zit gewoon aan het wachten. En een heel uh. normale situatie. Die gast komt on -on overkant. Van die tafel komt hij afgelopen en die zegt: Hé, hey, dat mag niet. Hè, dat mag niet. Hè. Dat is mijn tafel. Dat is de uh, tafel van Michel van den Branden. Hè. Dat is Michel van den Branden zijn tafel. hè. Je mocht dat hier niet opzetten. Hè. En ik zeg: Ja, maar ik denk, je ziet wat hij aan het doen is. Ja. Eigenlijk moet ik het hier niet uitleggen. Ik zeg: Maar we gaan niet lang blijven. We gaan niet lang blijven. Dus in ieder geval, dus ik geef dat glas aan hem op een bepaald moment of zo. En ga ze weer met mensen zelfs ontpakken en ga zet dat glas terug daarop. Hè? en op een moment komt die kerel terug aangelopen oh. en hij is zelf iets ontpakken, en die gast geeft dat glas aan hem en hij pakt dat glas om, drinkt ervan en chinkt met je kerel en zegt Misschien je maatje <laughs> 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 ik ga dat totaal niet door en ik, zat ik er... krijg dat glas een oh. ik zo hey thanks buddy ding, en ik chink daar zo mee en je oh. ziet die kerel zo naar mij zien van... en ik wist dat daar iets raar aan was maar je ja ik ja. denk daar niet bij na hè. dus ik kan dan wel weer worden. dat was eigenlijk de coolste onbekende <laughs> dis aller tijden ik moest er denken, omdat ja. je het dus straks zo zei van hè, dat het een schone job is om een aangever te zijn ja. maar het is toch niet ja. echt een schone job als je als dat je rol in het leven dat is het dat job. je Michel van den Branden zijn openbare tafels moet ja. vrijhouden, terwijl hij, als hij hem gezien had dat ga er niet van had gestoned, had hij waarschijnlijk de eerste geweest waar hem zijn een stoel had om moeten afgeven, hè? Ja, ja, ja. <laughs> oh, dat is in ieder geval een goede situatie. Wat ja. Ja. Hm. Ja, vind je de naarigste motto dat er is? Dat vroeg ik mij ook even. Zo enige dat je cactus. Oh, dat ding the... met die ja, 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 ja. ja, Met wa <totstutters> die dingen op. Waar worden die uh, nou Ja, Dat is de wa, Cambio. Waarom? <totstutters> Wat is dat? Dat is toch keihard ja. maar, maar je moet weten hoe dan een notto gemokt wordt. En, alleen, <totstutters> dat is, daar gaan processen over af, daar gaan mensen over. Dat, mm -hmm. dat, dat wordt, er worden jaren over nagedacht, getekend, er moeten goedkeuringen van. Allemaal mensen die er veel van kennen. En dan kreeg je een Citroën Cactus. Wat, wat is dat dan per ongeluk ergens? Allee, ik, ik weet What het niet. What went wrong? Ja. Het <laughs> is trouwens een heel grave documentaire. Ik weet niet of dat ze nog op, uh, op Netflix staan. Maar uh, over, over de nieuwe Mustang. Die je ah, ja. wou kopen. De, ja. die, hoe dat die tot stand is gekomen. En wat er allemaal om vooraf gaat. En dan... Kreeg je ook nog meer respect voor auto's. Nee. Want dat is echt zotse. Zeker zo'n sportwagen en zo. Hoe zot dat dat in je ziet. Dat is kunst. Eigenlijk is dat echt kunst. Hè. Dat is, want dat moet, allee, dat moet niet alleen de graaf zien, maar dat moet ook maar, allee, dat moet rijden. Hè. Dat moet, en dan nog hé, zo weinig mogelijk, eh, zo aerodynamisch mogelijk. En, uh, allee, dat nee. is echt zotse hoe nee. dat dat gemaakt wordt. Wel graaf, ja. Ik vind dat ja. ook altijd boeiend. Ik, vond, ik vind dat ook heel leuk aan uh, Comedians in Cars Getting Coffee. Je hebt eigenlijk een soort Nederlandse, allez, Nederlandstalige versie ja, ervan gemaakt, ja, ja, met ja. uitzonderlijk ja. vervoer, dat je mensen meepakt. Hey, en die kon dan gewoon koffie drinken, maar Jerry Seinfeld reed dan altijd in een of andere zottenbak. Oh, hey, zo... ja. En die is ook zo'n mega auto -freak, dus je weet er ja. dan ook twee niet hoeveel over. Ik Denk dat ook Jay Leno? Jay ja. Leno ja. die heeft een garage. een hangjaar, hey. Of twee Ja, maar hey, Seinfeld ook ze, hè? Ja. Nee, ook De... echt een enorme verzameling. Ja. Ay, echt. Ja. 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 Ik was zo bij Joe Rogan was dat toch zo'n ja. geweldig ding? Want eigenlijk, ik weet er niet zoveel van, maar eigenlijk als wat hij zei, kende ik eigenlijk meer van hem. Ook een zware Porsche. Ja. Gt3 dat heet ook. Maar ik vind... En die had een Tesla gekocht nadat hij dat interview met Elon Musk had ja. gedaan. Ja. En dan zit dan zo met al zijn buddies die dan allemaal zo'n bekken hebben en dan moet hem zo toegeven dat uh... hij zegt hem zo ja ik kon niet toegeven, maar eigenlijk is dat ja, de beste nog dat ik naar hem is die een Tesla. Ja, ik en dan vind... zie je die ander ben en dan zegt hij: ja, maar kalm 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 en dan zegt hem ja prestatie en, en... Ja maar het is toch niet alleen dat ik vind niet dat je een auto in cijfers kunt ik, ik snap het, ik heb ook met een Tesla even gereden uh, voor uitzonderlijk vervoer ja. en, en, en inderdaad dat is een grave auto die mag, ik vind dat dat er ook moet zijn en ik vind zeker dat ze elektrische auto's dat ze dat meer moeten netwerken. nog, oh, ik denk dat er echt nog heel grave dingen mee komen maar je kunt wel niet op tegen het gevoel dat je krijgt van een Mustang mm -hmm. bijvoorbeeld, die moteur dat brult, die, die dat, dat, alles wat er rond hangt rond je auto, dat, dat gevoel dat je ervan krijgt. En dat is met een zo ook zo: dat, 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 dat ontwerp dat, en, en dat geluid. Dat geluid is gewoon ook, vind ik, een heel belangrijk onderdeel van heel de sensatie dat je van een auto kunt krijgen. Ja. Daarom denk ik ook: allee, dat, is, dat gaat er meer en meer uit. Eh, atmosferische moteurs. Maar die maken wel het graafste geluid. Hè. Dat kun je niet vergelijken met, met als, ze, als ze er turbo's op zetten. Hè. Dat soms ook nog een cool geluid maakt. Maar een atmosferische Porsche motor dat is een van de schoonste dingen. Dat, er, dat je kunt door. Echt waar. Dat is. En, um, en plus nog eens, vind ik. En daarom zeg ik die GT3 Touring. Is dat een van mijn favoriete auto's. Omdat je dat, dat, is een, dat is een klassenbak. Met een Ferrari heb je dat, dat niet, vind ik. Of met een Lamborghini. Lamborghini. Dat is, dat is patserig. direct. patserig. Pats, dat is zo direct... Ja. Wow, schreeuwerig en, en, en dingen. En, ja. en natuurlijk, die prestaties zijn beter. Hè. Dat, dat gaat veel rapper nog van 0 naar 100. En die, die maximum snelheid. Waarom dat, dat dan 400 moet zijn? Mm -hmm. Kom, maar dat moet dat niet, want ik van per 250 rij. GELACH <laughs> Zie dus, ik ja. daar een vemper 320 rijden, ja, Maar ja, weet dat? Hij is straks al gereden, het? Uh, wel, dat zal zoiets zijn, 240 zo. Allee, ja, mm. ja, op het stukje in Franco Schaap. Maar dat is ook het meest interessante hè, op het circuit. Mm. Dat is de rechte stukken, dat je hard rit. Je zet dat direct gewoon, het meeste sensatie, het allerleukste. En daarom koek een lotus, omdat dat omdat een hele lichte bek uh, En, en, en allee, dat is snelheid in de bochten, hè? Mm -hmm. De bochten pakken, dat is het plezantste. Hè. Zo, zo snel mogelijk en zo juist mogelijk door een bocht vliegen, dat is de grootste sensatie dat je op een circuit hebt. Dat dooptrekken en dat rap rijden, dat, dat zit eigenlijk redelijk rap gewoon. Mm -hmm. Hoe komt het eigenlijk dat uh, dat, dat zo, zo in België, want dat je toch een tijd geweest is van die uh, auto... Programma's. Je gaat zo vroem en wat dat is. Er is toch ik heb... precies niet genoeg markt voor. Want als, ja, ga voilà. bezig, als je bezig wordt, dan kan ik me al nou niet voorstellen dat Ik ga al niet gedacht hebt fuck it, ik ga dat hier doen. Tuurlijk, tuurlijk. Ah. tuurlijk. Mm -hmm. Het probleem is: je hebt een paar problemen. <laughs> <laughs> een eerste budget. <laughs> heel groot probleem. Nee, maar ja. Ja, ja, maar dat is en, waar. Nee, het allergrootste probleem hè, dat is dat je sowieso uh, vergelijkt met Top Gear. Ja. Onmiddellijk. Eh, elk autoprogram dat er gemaakt wordt. Je wordt onmiddellijk vergeleken met Top Gear. Alleen moet jij het maken met veel minder middelen. En veel, allee. Mm -hmm. Dus je, je, eigenlijk is Top Gear gewoon het beste auto-programma. Ja. Je gaat je rap niet rapid beter kunnen maken. En, en dat vind ik dan lastig. En daarom zit er misschien wat gedemotiveerd om er aan te beginnen, denk ik. Van ja, we gaan. We gaan allee. Ja. We gaan er zelfs niet in de buurt van komen in België. Dat gaat heel veel dan babbelen over auto's en in het maat. Ja, die mannen hebben echt geld om, om de auto door de lucht te laten vliegen. Je hebt nooit daar eens nee, maar... op een gebouw gezet en dan dat gebouw opgeblazen. Hè? Dat dat gebouw zo inzakt. A A A in dame, ge dat is die een Toyota. Ja, ja, maar het ja. vooral, dat was, dat nee, dat was, dat kapot was een opgericht. laatste etappe. Want ja, ja. Was die al in de fik, in de as ja. dingen En, en dat is ja, ja. een Toyota Jeep waarschijnlijk. En de ja. Hilux, is dat dat niet? Zo, zo ja. dat pick-upje. Maar, maar dat dat... in Afrika ook in Afrika ja. zie je er ook kei voor Ook als ik door Afrika zijn getrokken. Ja uh, waar rijden ook altijd in, in uh, van die Toyotas, oh, ik weet niet meer, hoe, hoe noemt dat model nou? Het is zo'n een, een uh, grote jeep van Toyota. Mm, moet Ik niet normaal zien. <laughs> ik zal uh, daar niet weten te en, zeggen. Uh, en dan, die mannen, ja, dat dan, dan kun jij door twalter, daar kun je overal rijden en die noten toch ook kapot. En dan weten, ja, maar ik moet dan gewoon die buis en die buis vervangen. En, en dan, het is klein en die retour. er zit niks elektronica in. Nee. Dat is geen landcruiser. Nee. nee. Ja, toch is een landcruiser dat zou kunnen, zijn. Zo. Ja, dat is niet van ja. een, een legendarisch zo. Ja ja, 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 het is een die. Ja. 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 Daar zit echt iedereen retar mee, want je kunt daar gewoon, je kunt daar eender waar in het midden van de broes mee stilvallen. En ja, dat kunnen maar drie of vier dingen zijn. <laughs> ja, ja dat is met die digitale dingen natuurlijk. Als er daar iets onder de kloot gaat, dan, dan, dan is het een beetje schade. Je kunt niet meer niks meer zelf bekijken in de nee. auto. Ja. Zo'n moderne auto, uw auto gaat dat ook hebben, als ja, dat ja. kapot is, het eerste wat er dan moet gebeuren, moet je naar een Mercedes-garage, want dan hangen ze die een onder de computer. Ja, 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 ja <laughs> dat is het. Dat, dat met zo die luxueuzere sportmodellen, dat ze, dat ze op een andere manier dat dan niet doen? Allee, dat je dat... Ja, nee, dat wordt ook altijd complexer en complexer, ja. want ze zijn nu ook veel meer op hybride rondingen zitten. We kennen al die, al die supercars, dat is allemaal ook nu tegenwoordig met een elektrische motor en dan gecombineerd met een verbrandingsmotor. Dus dat is eigenlijk nog eens allemaal nog veel, veel meer elektronica en zo dat er moet. Dat ook een van echt een grave auto is de La Ferrari. Mm. Dat is echt, ja, dat is eigenlijk ook wel zo. Dat is een, dat is een Ferrari. Die kost tegen het miljoen. Mm -hmm. Allee, toen dat de mut kwam. Want ik denk dat ze nu al een nieuw model bezig zijn. dat nog graverig of zijn Of dat, dat er zelfs al die nut is. dat nog graver is. Maar... Mm -hmm. Ja. 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 Dat was en is de uh, gravenbak. God ja, Maar man. het Wat zotten is: die notto is, is. die NOTO reed beter dan. dan de chauffeur. Hè. Dat is. Als jij, ja. als jij met zo'n Ferrari, als jij alle hulpmiddelen het opstaan van het fout, kunnen met sportwagens gekeest dat ik, mm -hmm. he, van. Uh als je op het circuit gaan rijden. Normaal, Allee, als je wij ervaren zit, dan zit er gewoon alles af. Dat die yeah. auto u met niks niet meer helpt. Yeah. Want uw Mercedes die helpt u veel meer dan dat je denkt. Ja, 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 als je in de regen rijdt, je gaat yeah. ze in een bocht ontpakken en je geeft op de verkeerde moment gas, dan zegt die auto: Nee, dat gaan we niet doen. Ja, 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 Dat is echt waar. Want, ja. want anders steken wij in de beek. Allee, ja. um, en zo'n Ferrari, dat is maal onderd, dat is ja. Als je daar alles laat opstaan, die, die auto die regelt zelf nog eens elke elk wiel apart en zo. Hè. Dat je ja. zegt van ja, oké, okay, als we nou tegen deze snelheid deze bocht ontpakken, ze en ik ga na nou niet dat wiel dat laten doen en dat wiel dat, dan steken we in een decor. Dus ik ga, allez, dat, ja, is, ja, ja, dat ja. is waanzin hoe zot dat, dat hoe graaf dat dat ineens steekt, zo'n auto. Ja, oh. dat is cool. Ja, Filip. Ik heb het gevoel uh, dat je niet een hele coole Porsche en niks een hele luidruchtige Lamborghini. <laughs> maar je zo zou maar zeggen: nou, wat een hoop gaat ja, is dat al? <laughs> dat, <laughs> dat is er weer iemand die wil laten zien dat hem graaf is. En de andere die doog het gewoon. Dat is gewoon kwaliteit. Dat is hoe dat gaat. Nee, nee, um, we zijn 1 minuut van het record voor, 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 Verwijderd trouwens oh, seriously ja, echt ja, dan komen we oh, erover, lang zitten wij hier al ja ga, ja 3 uur en, Nee. ja ja ik, ja, ik kan het niet zeggen want we hebben nog wat ervoor maar ja, we zitten nu om 3:12 stuur hierover oh, dus eh om 3:14 strak kort 3:40 ja dan gaan we erover hè als er, je ja, nog weg ik mis nog met u van de rest <laughs> oh Weet je wat, ik kan de simpele vraag eigenlijk Nee, maar Degene... serieus, hoe is, hoe, je... hoe is het met mij? Ja, met mijn show. Waar je eigenlijk ja, zit je. Hoe ja. lang zijn je nu juist met mijn tour begonnen? Ik ben begonnen, uh... ja, ik heb, ja, begin de try-out al een jaar geleden, denk ik. Ik heb mijn, uh... mijn première bij Sportpaleis dan, dat was in juni zeker. Ja. Uh, dat waren drie shows. En nu zin ik aan toeren. Vanaf september was ik vertrokken in de Elisabethzaal in Antwerpen. En nu zin ik gewoon elke week aan het spelen. Ik doe dat nog een denk, anderhalf seizoen of zo en? dat ik dat, ik dat gaan doen. Dat is kei leuk. Ja, ik zit me eigenlijk keig goed aan het amuseren. Um, want ik heb dat heel lang niet gedaan. Zo lang terugtoeren. Met de vorige uh, Unfinished Business, dat was eigenlijk toen we onze laatste plaat aan het opnemen waren met Diablo. Dat was tegelijkertijd. En ik moest dan ook. Vanaf een bepaalde datum, waar achteraf ook nog iets bullshit bleek te zijn. Want uiteindelijk is die, die release van die plaat een half jaar uitgesteld. Dus ik had eigenlijk gerust nog een half jaar langer kunnen blijven stand -up. Maar ik, wij moesten die release, kwam die plaat ging uitkomen. en dan moesten wij vrij zijn om te kunnen toeren. En daarom had ik gezegd: Oké, okay, unfinished business. Op drie minuten en een half heb ik 75 keer gespeeld of zo. Dus dat is belachelijk ja. veel. Ja. En nu is dat allemaal op het gemak. Ja. En ik heb eigenlijk niks anders te doen behalve deze. Behalve de, de, de podcast, waar ik me ja. nagenoek moet mee amuseer. Maar gewoon, ik had zoiets van ja, nee. Ik kon na gewoon terug gewoon spelen. En toeren. En ik vind dat je plezant. Ja. En ik, en, het, eigenlijk door hem ook van ja, deze is dat is your, that's your bread and butter. Dat is waar dat het vandaan ja. komt. Hè. Dat is wie dat ga je. Op, op alles kunnen van mij maken, wat je wilt, maar wat ik wel zin, is. Een gast met een micro, dat voor een publiek zo, ja. en die lot lachen. En dan voel ik ja. me mij op mijn best wanneer ik dat aan het doen ben. Dus met mij ook het eigenlijk goed. Ja. Ik ben ik ik aan het genieten van alles eigenlijk. Ook, ook heel hard van deze. Hè. Van hier mee uit te zitten of met die zender wie die hier komt zitten. Ja. Dat ik dat zalig vind om, om, om echt mee iemand te babbelen. En te voelen van deze god over iets en je babbelt ja. gewoon. En dan mokt ook niet of dat, dat ergens over gaat. Want gij laat veel meer zien wie dat gaat zeggen, als je babbelt over iets dat u interesseert. Ja. Dan dat ik tegen u zeg: waar, Hoe zit het nu van binnen, Filip Geubels? Leg het nu eens uit. Dat je denkt: gives a shit? Weet dat, Dan gaat we toch weer zo'n uitleg verzinnen. Waar je van denkt: Ja, ik hoop maar dat dat is wat dan mensen denken ja. dat ik, ik zin, Terwijl ik je babbelt over waarom dat je een, een, een motor van een auto het schoonste geluid vindt van de wereld. en weet ik meer over dan. Ja. En dan is één er wel aan. dus en dat vind ik ook heel cool want dat... daarom is deze eigenlijk ook begonnen dat was begonnen. wel een zot stukje want uw ja. stem is helemaal anders als je over auto's babbelt. is dat echt ja, ja, ja maar niet, zeker niet diep psychologisch maar dat nee. was wel zo alright in gaan <laughs> ja, 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 ja. ja super ja, ja dat was kijk super cool, want, dat was echt... want je ziet dat en dat heb je altijd als mensen babbelen over iets waar je voelt dat is die hun interesse of die ja. passie of daar komt dat vandaan met comedy die dat ook, maar dat is het al zo gewoon om daar altijd over te moeten babbelen. Mm. Hè, over die dingen, van ah, waarom sta je daar, en dan krijg je al die andere bullshit. Terwijl als er iets is dat je gewoon interesseert, dan is dat, dan is dat mega cool. Ik vind ja. dat wel herkenbaar wat je zegt, van op toer. Allee, zo het leven op tour. toer, ik, ik vind, als je lang op tour toer zeggen, wordt dat wel beu. Mm -hmm. hey, op de deur denk je, oké... Okay. Genoeg. Ja. 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 Maar dat is, op zich is dat wel een schoon leven. Ik, uh, ik, uh... Zalig, dat ritme, uh, ja. dat ritme vind ik nu ja, fantastisch. Ja. En vooral omdat ik, ja, dat jij ook, hè? wij zitten in een luxepositie die we zelf gecreëerd hebben wel. Hè? Want als mm -hmm. mensen zeggen, ga je dat gemakkelijk, dan denk ik, had men een weg maar eens afgelegd. Hè? Mm -hmm. Drie kwart van de mensen stopt. Hè? Ga, ga je ja. niet en ik niet, waarom niet? Ja, je hebt ook de chance dat je bovengemiddeld getalenteerd bent, want dat is ook zo. Zelfs al denk dat dat niet van je wagen. is dat zo? Dat kan ik je wel vertellen. <laughs> Maar wat dat gewoon is, is je, je doet dit. En, en, en wij zitten nu in een luxe positie, wat ik ook heel funny vond, om bijvoorbeeld iemand als Wouter de Pre. Hè, die nu zegt: ik speel maandag en dinsdag. Ja. En ik zit altijd in het weekend thuis, en dat boeit mij. <laughs> en dat is fantastisch dat je dat kunt. Ja. Want ik veel comedians, hè, zijn mensen die heel hard nog veel harder moeten werken dan en jij, om het maar te kunnen krijgen. Om er mm. te kunnen zeggen, we moeten die een tour kunnen nemen, we moeten dat, het moet lukken. Die, die, werken, die werken ook keihard op een show en die verkoopt misschien maar 19 keer op een heel ja, jaar. En ja. als wij zeggen, wij willen een tour, dan moeten wij eerder zeggen, nee, nee ik wil maar zoveel mm -hmm. keer spelen. Ja. Wat, wat natuurlijk een luxe is. Maar dat is wel heel tof nu, dat je daarvan kunt genieten, van die luxe waar je in zit. Dat je kunt ja. zeggen, ik kan... Deze week, doe ik, twee keer. En ik vind dat keihard goed, want dat god de volle bak. Want je weet, ik ga mijn eigen hier niet moe en kapot spelen. Moet mij niet sparen, omdat het nog drie keer ja. of nog vijf keer na deze avond moet. Ja. Mogen God ervoor? Dat is gedaan. Je ge hebt weer gat want zo gaat dat dan bij mij. Toen weer eens twee minuten niet over mij en dan word ik aan betaald. Is, ook wel het is, al, het is al 3 uur en 14 minuten niet over aangekomen. Nee, en dat zou... Maar dan echt, is de laatste 4 maar... minuten wel, dus ja, maar het dan is na een... 3 niet en 18 minuten. Maar eigenlijk het wel gevraagd. je. heeft het gevraagd. gevraagd. Godverdamme, ja. man. Nee, maar dat is dus het goeie. Dat is te gemakkelijk Gij... om niet te laten zien. Jij bent de enige dat dat al ooit aan mij heeft gevraagd, terwijl dat wij hier zitten. Hoe is het nou met jou? Ja? En, en ik zat hier en ik dacht, moet ik nou over mijn eigen gaan babbelen? En dat is zo, ja, eigenlijk. Ja, het is goed cool met mij, Filip. Ja. En ik zit ik te weinig nog zo, dat dit kenhard zo ooit is tegen mijn gezicht... Uh... Hmm. Ja, ik, ik heb eigenlijk die luxe positie en eigenlijk geniet ik daar... Allee, pak ik dat niet. Allee, dat Ik kom ook uit ja. het, de het gezin van zelfstandigen en, en... Ja, ik ben hier op geneigd om nee tegen iets te zeggen, als dat mm. een opportuniteit of een kans is, of, of, of dan... Niet, ja, mm -hmm. ik, en ik ben ook nog altijd een klein beetje van... Oh, morgen is het gedaan en... Allee... Ja. Ja. <laughs> ja. Jay okay, Leno heet dat ook, hè. die dat er heel hele tijd zat van. Ja, ja, maar morgen kan het allemaal gedaan zijn. Ik blijf stand-up en al mijn geld dat ik verdien met, met, met dan die. de Tonight Show, ja. daar ik die opzij en die was altijd. die is altijd. en dan, dat is toch dat moment in comedian dat Jerry Seinfeld er tegen zegt. Ga, ga, ga gewoon nooit niet meer armeren, net, debieren. <laughs> We gaan niet duur hoe rijk dat gaat je zijn. Ja. En Jerry Seinfeld is ongelooflijk één met wie hij is. Hè? Ja. Dus misschien de comedian die het meest één is met wie hij mm. is. Die is rijk, die is beroemd, die is arrogant. Want je vindt ook van zijn eigen... Comedians zijn de enige mensen dat die het maken dat de moeite is. De rest is allemaal bullshit. Daar <laughs> heb ik geen tijd voor. Als iemand vraagt voor een handtekening en hij geen goesting verdient voor die te geven, zegt hij nee. Allee, dat is een gast die die er is volledig één mee wie dat te mis. Ja. En je ziet dat, en, je, en die zei dat ook tegen Jay Leno, van doe eens niet nozel, man. Hij ja. is stinkend rijk. Uw ja. kleinkinderen gaan nooit meer rekenen ja. te doen. Waarom ja. zit hij daarmee? En die en hij nog altijd zo weet: ja, ik kom met die familie, ja. werk mensen die niks hadden. En ik ja. blijf zitten met dat idee: van misschien heb ja. ik dat niet. Ja, ik. Ja. Dat, dat, dat is wel iets... ik, ik gooi echt veel te veel geld over de balk om, ooit, om ooit echt rijk te worden ik ze gaan veel geld uitgeven oh, ik denk als je wat ik al de, de laatste jaren verdiend heb moet je dat dan een slimme mens geven dat je goed met geld kan omgaan <laughs> die net nou, ja, niet dat is echt ja maar ja. 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 ja, en ik, wat goeide ik... dat dan nut wat zijn oh, wel, wat ja hebt? zo gelijk dan die aan auto's of of uh, ja Eten, op restaurant gaan, op feestjes op prijs. Maar dan zo, ik wil dan, dan denk ik, ja, ik kan betalen, dan pak ik best een ja, op. Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Zo, ja. ja. En, en ik denk Want dat... je moet er toch ook iets ontnemen, want uiteindelijk, ja. als je dat allemaal, hebt, dat geld, en, en, en het enige dat je doet, is dat oppotten of beleggen, of noem het maar ja, op. Ja, denk ik dat dan. Dan denk ik ook, wat de oh, ja. fuck, en dat jij dan ja. doodvalt. Wat maar dan? dat is natuurlijk wel, dat is wel het geld waar je spijt van het. Als het binnenkort gedaan. is, als, ge, als het minder misschien gaat... Misschien wel, misschien dan wel. Dan denk je wel van, shit, als ik dat nou in een tijd had gespaard... <laughs> ja, maar onder andere kent, wat heb je allemaal gedaan, ja. man? Ja. Allee, ja, ik bedoel, op op van de rit, wat heb je allemaal gedaan? In wie kan dat zeggen, vooral? Ja, 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 ja. What the fuck, man? Ve dat, is, ve dat is hetgeen dat ik ook altijd denk, ja, oh, hé... Hey. En met mij zitten en je hebt wel een avond een paar goede verhalen. Zo. Dat is niet bij iedereen. Allee, ja. Dus uiteindelijk denk ik dat dat, dat dat daar toch op neerkomt. Misschien ja. voor mij af te sluiten, want zijn we deur, het record, zijn we? al, al minuten bangelijk. blijf maar gaan een nieuw record Philippe Geubels. Ja, dat ik ik niet ik weg. Uh, nog... niet verwacht nog één ding gewoon uh, uh... omdat wij in een wc mogen, dat niet te ver af is <laughs> ja dat is eigenlijk cool hè? dan is zien op zijn gemak hè man dan gaat hij niet niet de... letterlijk op zijn gemak wat deze is echt te goed het geheim het geheim van Philippe Geubels. het ja. gewone wc in de buurt en daar kunnen we niks slecht over komen met de Philip um, voor u de toekomst hoe ziet u het nog evolueren voor jezelf? Mm. Wat zijn dingen dat je zegt, dat zie ik mijn eigen nog doen, dat zou ik nog heel graag willen doen? Ja. Want, laten we eerlijk zijn, veel van de bucketlisten ga je al ja. wel afgevinkt, hè? Ja. 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 Um, um, ik, maar ja, puur werkgerelateerd is dat eigenlijk niet zo zot. Ik zou eigenlijk heel gerne een nieuwe show. Uh, maar ja, ik heb nu. Allez, we gaan nu taboe nog doen. Mm -hmm. En ben nu nog bezig met een tv-programma in Holland. Um, en ik wil eigenlijk zo rap mogelijk een nieuwe show beginnen. Live in theater. Ik heb daar Kei goesting voor. Mm. Echt, uh, ja. Ja. Yeah. Ik dat, dat, denk dat ik er straks. benauwd dat ik dat wou zeggen, maar dan zijn we weer ergens afgeslagen. Maar. Mm -hmm. uh, dat ik die luxe heb, hè, van, vanaf, omdat je zegt, mm -hmm. wat, wat doet het liefste ja. op podium of op tv. Ja, ik, ik heb de kans dat ik dat kan afwisselen. Want meestal als ik dan een tijd met tv bezig ben, dan wil ik echt een show beginnen maken. En als ik dan zo twee jaar op tour ben, dan denk ik, oh, nou wil ik ja. gewoon eens even terug een normaal ritme van iedereen. Hè, in de week in een dag gaan werken en s'avonds thuis. En, uh, ja. Ja. Maar nou heb ik wel echt heel veel goesting om, uh, ja. om een show te spelen, ja. Heb al een idee over en... wat dat gaat gaan als je iets nieuws gaat maken? Is er een overkoepelend... Over mijn vrouw, hè. <laughs> 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 Alleen maar over mijn vrouw. Dat is een ja. beste binnenkopper ja. ever, dus ja. daar moeten we op stoppen. Ja. Hey, Philippe, Filip, daar gaan we niet over. Ja. Supergraaf Filip Geubels. Merci voor langs te komen. Het record is weer al gebroken. Ja, ja, het is alles, hè? de volgende dag gaan komen. We gaan ja. ooit het is om die vier uur geraken, denk ik. Frankie de Smet van Damme, goed geprobeerd. Maar na zijn we met een nieuwe kampioen. Ja, ja maar ja, cool. dan heb ik mijn bier nog niet meegepakt. <laughs> volgende keer voeren we zaten, doen we zes uur en een half. Dat ja. is fantastisch. Filip, merci voor langs te komen. Dat ja, is um... mega cool. Cool, man. Persie. Veel succes met je nieuwe show en met je show in Nederland ook. Um, wat is dat? Het zijn net mensen? Is dat dat wat ik zeg? Nee, bent nee, nee. nee, of nee. Of? Uh, ja, de werktitel is Geubels in de Hollanders. Ah, oh, oké, okay. dat is echt. Dat ja. Oké, okay. ja. super. Iets helemaal ja. nieuw. Ja. Oké, okay. super cool. Wel uh, heel veel succes daar allemaal Persie. mee. Um, ja, wij komen elkaar sowieso nog tegen. En wie weet, doen we ooit eens iets samen? Als er genoeg likes bij elkaar zijn, ja. dan zullen we eens een programma maken met twee of zo. Dat lijkt mij op zich misschien nog wel cool. Ja. Goed, dat oh, was ja, het. Ja. Ik, zou jij hier naar buiten? Ah, ik ik heb wel een, misschien een idee. Men komt er mee en Ik kon het doen. Je zit er niet meer in van het buitenland te Nee, gaan. ik zit daar ja. niet mee in van het buitenland te gaan. Okay. Dus dan gaan we dat doen. Ja. Awesome, dan hoorde het hier. Nog eerst en dan nog een exclusief. genoeg, nog wie zal het zeggen. Maar goed, keihard bedankt dat je hier wordt. Het was mega cool. Uh, ja, hier zat bij mij Andries zoals altijd. Ik ben Alex zoals altijd. En volgende week zijn we hey. er weer terug. When we make uh, Monday great again. The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ah, uh ah, -uh, ik zit hier aan de Zorg, Als het ergens over moet gaan. Zend de beste Na de feest! op Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval.